Goed, dan gaan we beginnen. Daar komt ie. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Yoshi. Mijn naam is Johan en wellicht schuiven nog andere mensen aan. En ja. Het is deze keer op vrijdag, want op woensdag ging alles mis. Ik zal het zo meteen wel even uitleggen voor degenen die nieuwsgierig zijn. Wordt het nog langer, ja, uitzending. We hebben een berg berichten. De technische problemen stap voor stap gaat uitleggen. Ja, moet ik nou wel elk technisch probleem uit gaan leggen? Nou ja, laat het even zo zeggen. Ik heb om dit allemaal te streamen heb ik 2 computers nodig. En eentje die kon de hitte allemaal niet aan. En die heeft het toen vorige week begeven. En toen heb ik alles nog vanaf een USB-stick met Linux erop. Heb ik toen nog wel even kunnen meedraaien. Maar ik ben toen toch maar naar de reparatieshop geweest. En ja, de schijf is inderdaad echt overleden. En ja, de BIOS moest ook vervangen worden. Schijnbaar. Maar ja, goed. Hij draait weer. Goed zo, Johan. Ja. Dan gaan we eraan beginnen. Dan gaan we gewoon beginnen, ja. Goed, ja, allereerst, nou, we hebben in ieder geval Flabbergast in de uitzending. Ja, en al die tientallen mensen op Facebook natuurlijk. Ja, en YouTube zitten we ook op en nog een paar andere platformen. Ja, eerst even een serieus dingetje. Ja, inmiddels meer dan een week geleden, denk ik, is de Kees Engel overleden, de vader van Willem Engel. Ook bekend van Fort Oranje. Dus ja, gecondoleerd. Het was een man die strijder was tegen de overheid. Dus ja. Ja, ik vond het toch wel, dat berichtje kwam volgens mij ook op NOS. Mm-hmm. En als je dan ziet hoe de zogenaamde deugdmensen daarop reageren, dan vallen ze wel door de mand bij mij. Ja. Want, totaal geen respect. Jij zou respectloos zijn als je je afvraagt of iemand gevaccineerd is die plotseling dood neervalt. Maar als iemand gewoon komt te overlijden, dan wensen ze hem allemaal, weet ik veel wat voor verschrikkelijke dingen toe. En dan denk ik wel van, nou. Ja. Ik vond het echt, inderdaad, ik zag het bij Willem Engel op de Twitter. Die reacties, ik denk van, nou joh, dat is echt. Kijk, als je het andersom, als een paar wappies dat zouden doen bij, weet ik veel. Dan vallen ze binnen met de politie. Ja, als op Oosterhuis ziek op bed ligt en we geven een paar negatieve reacties. Ja, van, oh, hij verdient het slechtste dood die ik me maar kan voorstellen. Maar andersom? Nee. Ja, het is zo raar dat, vind ik, dat die. De mensen is gewoon verteld wie ze moeten haten. Hè? Want ze weten, ze weten helemaal niks af van die lui van Willem Engel, van zijn vader. Ze weten er genoeg van af dat ze denken dat ze ermee weg kunnen komen om zoiets te zeggen. Ja, natuurlijk. Ze weten wel dat het een target is. Dus daar beginnen ze tegenaan te schoppen dan. Het is een punt waar je agressie op kwijt mag zonder enkele staatsgevoel. Je weet zeker gewoon. Net of je in Nazi-Duitsland leeft en je gaat je op Joden lopen schoppen. Je weet gewoon zeker, nou daar kom ik niet voor in de gevangenis of zo. Nee, inderdaad. Hier mag ik op losgaan, want er gebeurt maar gewoon niks. Maar het is niet zo dat ze echt kunnen vertellen van, nou dit is er mis met die familie of met die mensen of zo. Nee, het is inderdaad, bij een collega ook hoor, die begon ook gewoon, ja, dat soort mensen zoals Willem Engel. Ik weet gewoon zeker dat hij gewoon helemaal geen flauw idee heeft. Die heeft alleen maar gehoord de dansleraar. Ja. Weet je wel, Willem Engel, de dansleraar. Maar je kan daar niet op ingaan, zeg maar. Dat je zegt van, goh, en waarom dan? Want dan overladen ze zichzelf al in emoties. Dan wordt het ze al te veel. Ja. En dan zeg je, hoezo dan? Ja, dat maakt er niet uit, hoezo? Omdat het gewoon een lul is. Er komen geen argumenten verder, weet je wel. De hoofdzonde die hij begaan heeft, is die lockdown 5 seconden uitgesteld hebben, geloof ik, voordat de wet veranderd was. Dat was, toen vloog iedereen helemaal in de paniek. En nou, achteraf gezien is het gewoon helemaal onzinnig, want ja, er wordt links en rechts vraagt zelfs, wat was het nou? Eens een mainstream media vraagt.
Nee, dat was de Daily Telegraph. Ja, die zeiden ook van. Ja, de lockdown heeft meer doden veroorzaakt dan voorkomen. Ja, mogelijk, hè? Mogelijk. Mogelijk, natuurlijk, ja. Mogelijk. Ik heb het ook gelezen. Voordat we zometeen een fact-checker onder onze uitzending krijgen. Mogelijk. Maar welkom, Jan-Marc. Ja, ja. Goedendag, jongens. Hey. Is de Bitcoin al behandeld? Nee, daar gaan we zo aan beginnen. We zijn net begonnen. Oh, ik kom een half uur later en dan ben ik nog ruim op tijd. Ja, ik dacht ik ben wel klaar met die olie en bitcoin. Daar heb ik toch geen verstand van. Dus ik dacht dan laat ik de experts even over vertellen. We waren nog even bij Kees Engel die overleden is. Dus nogmaals condolences aan de namenstaande. Ja, dat is een groot strijder en een groot voorbeeld, hè, van iemand die niet buigt voor de overheid. Maar gewoon de rug recht houdt en de strijd tegen. Ik woonde eigenlijk een soort van in de straat van Camping Fort Oranje. Dat is een beetje vertekend, want dat is een hele lange weg. En op een gegeven moment is die een paar keer verlegd en zo. Maar eigenlijk, als jij langs de weg van Fort Oranje richting Breda kijkt, kijk je op het huis waar ik vroeger geboren ben. Oh, oké. Okay. Dus ik volgde dat een beetje, dat Fort Oranje, ook omdat ik leverde ijs wel eens aan die club, hoe heette die nou, die Satudara of zoiets, die daarnaast, hadden die daar een clubhuis met allerlei feestjes en zo. Okay. En de leukste quote, of tenminste het meest fantastische wat die Kees Engel toen deed, vond ik dat hij dus op de dag dat ze zeiden van nu moet je open blijven, ging hij toen dicht, zeg maar. Dat was toen... Okay. Het einde van Fort Oranje. Toen hadden ze een beetje in de gaten van, nou ja, het gaat toch nergens heen, want ze doen toch wat ze willen. We gaan sluiten. En toen had de gemeente Zundert had beloofd, als jullie sluiten, dan geven we iedereen opvang. En ze hadden nooit verwacht dat ze zouden gaan sluiten. Maar toen moesten ze ineens voor al die mensen die daar op Fort Oranje zaten opvang vinden. En dat wilden ze niet. Toen hebben ze het verplicht opengehouden en al die mensen eruit gestuurd. Dat was echt... Nou, weet je wat vreemd is met die Fort Oranje? Van, ik ken dan een jongen die dan die wel helemaal tegen de avondklok en tegen de lockdowns was. En die ook meeging naar demonstraties, naar de eerste demonstraties zelfs. Maar die was enorm anti-Willem Engel. Ik zeg, waar komt die haat dan vandaan? En zei van, ja, weet je wel wat zijn vader gedaan heeft bij Fort Oranje? Nou, ik wist er helemaal niks van. Ik zeg ook van, nou ja, wat doet dat ertoe, doet als vrijheidsstrijder. Nee, maar juist die geschiedenis met Fort Oranje maakt dat die Willem Engel het zo goed kan doen. Want die heeft er al zoveel ervaring mee. Nou ja, goed, toen later kwam ik er iets meer, want ik ken het hele verhaal niet. Maar toen het blijkt inderdaad dat de overheid verschrikkelijk heeft zitten jennen en ook... waarschijnlijk gewoon het boekje te buiten is gegaan om die camping weg te krijgen. Dus ja, ik vind dat is alleen maar inderdaad. Ja, ik heb er wel eens die Poels, dat is geloof ik ook de advocaat geweest daarvan. Die wist in ieder geval veel in de zaken. En die heeft een keer bij Blackbox helemaal uit zitten leggen wat er nou gebeurd is. Het is natuurlijk een eenzijdig verhaal. Maar je kan er wel uit opmaken dat de rechtsgang weer beroerd was. Hoor. Gewoon met documenten in beslag nemen. En, nee, het is, Ja, maar ik denk dan die vriend van mij die dan behoorlijk wakker is op alle andere gebieden. Dan ben ik ook wel benieuwd van... Of ik kan bijna wel raden dan hoe dat camping Fort Oranje dan in de pers is behandeld. Wat voor eenzijdig verhaal dat wel moet geweest zijn, dat er zo'n haat is naar notabene de zoon van. dus dan moet dan wel in de pers moet het wel op een bepaalde manier zijn belicht, denk ik. Ja, dat was het ook. Het was een heel erg, weet je wel, ja, gewoon zoals de overheid het wil, kwam het in de krant. En dat was natuurlijk maar de helft van het hele verhaal. Ja. Want uiteindelijk heeft die Kees Engel niet echt iets fout gedaan. Het is gewoon, hij heeft geld gekregen in Rotterdam, daar heeft hij een camping mee gekocht en toen werd hij gewoon getreiterd door de gemeente. En als zij de gemeente belden van, er zitten hier wat mensen die wij volgens de privacywet niet zomaar binnen hun mogen vallen in hun huis, maar wij hebben het vermoeden dat het vol met wietplanten staat, ja, dan kwamen ze niet opdagen.
Nou, en dat, als je door dat soort dingen saboteer je gewoon zo'n camping natuurlijk. Want ja, zeker als de Satudara daarnaast zit, zo'n motorrijclub. Ja, die zetten daar vol met Oekraïense minderjarigen. En dan, ja, ik hoef... Ze hebben daar nog de, op spuugafstand staat daar de toren van de luchtmacht ook. Hè? Er zitten allemaal van die hooggeplaatste diplomaten op. Ja, die rijden even de auto voor en dan kunnen ze even een kwartiertje plezier maken en dan gaan ze weer weg. Dus ja. Maar die overheid wou de grond hebben van die, waar die camping op stond? Ja, ze wilden... Volgens mij had dat te maken met dat hele Rotterdam verhaal, hoor. Want in Rotterdam had hij was die huisjesmelker of zo. En toen wilden ze hem onteigenen. En uiteindelijk heeft hij dat wel... Ja, heeft hij daar enorme zaken mee gevoerd. Maar hij heeft er nog wel een zak geld mee gekomen toen is hij Fort Oranje begonnen. Maar ik had het idee dat met Fort Oranje niet zo heel veel mis was. Maar dat het nog steeds een soort wraakactie was. Van jij hebt ons... We gaan tot in lengte, een beetje zo, wat ik met 12 mannen ook heb, zo het gevoel van oké, we gaan jou nou je hele leven lang lastig lopen vallen. Ja, dat is ook wat ik eruit mee krijg. Dat is gewoon echt de pik hebben op iemand is en gewoon treiteren en zorgen dat ze in de problemen komen. Gewoon door het bestuursorgaan te saboteren. Hij kan natuurlijk, als hij daar in zijn eentje met die Satudara of weet ik veel, had hij een andere motorclub. En dan had hij gezegd, als jullie die Satudara van mijn camping verwijderen, dan mogen jullie er zitten. Nou, dan was het daar een halve burgeroorlog geworden en dan had hij het gedaan. Terwijl dat hij gewoon de politie wilde bellen om te zeggen van jongens, het loopt hier uit de hand. Maar dat was juist de bedoeling, volgens de mensen die visie willen uitdragen natuurlijk, hè. De overheid die zegt er wat anders van en die zegt dat die Willem Engel, of dat die Kees Engel een probleem was. Ja, nou ja. Trouwens, nou ik als optie, Yoshi, ik weet niet of het nog verder nog behandeld wordt, ik heb het bericht even niet gezien. Maar ik zag ook allemaal berichten inderdaad dat de boeren in Servië ook behoorlijk bezig waren. Ja. Ja, die willen een eerlijkere prijs voor hun product. Oh zo. Mm. Ja. Okay. Ja, die prijs gaat wel omhoog toch nou, hoor. Voor graan kan je een hoop krijgen nou. Dat is het protest. Ze willen hogere subsidies, want subsidies zijn er ook nog. Maar, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Tenminste, geen staatsschuldmeter, maar goud. Laten we met de olie beginnen, ja? Oh, ik wilde zeggen, ik zal even de vluchte bitcoin, want daar kijk ik toch naar. Oh, vertel. De high van de week is $25,205. We staan momenteel op de low van de week $21,341. En in 7 dagen tijd is de prijs 11,6% gedaald. Ja, hartstikke idee. Je ziet het. Oh, dit is de low van vandaag inderdaad. Ja, de dip. En van de week? Ja, het bloedbad. Ja. Nou. Het gaat een beetje omlaag. Ja, de dollar. Het is natuurlijk namelijk de dollar die weer aansterkt. En dat kwam omdat... De Amerikaanse centrale bank had aangegeven dat er toch nog wel meer renteverhogingen ging komen. De Duitse inflatiecijfers, producers prices, waren met 37% omhoog gegaan. Dat geeft natuurlijk wel aan dat de inflatie nog niet helemaal onder controle is. En het idee is nog steeds, nou, dan gaat de Fed, die gaat daar wat aan doen. Die gaat de rente omhoog doen. Dan werd die dollar weer sterker. Ja. En dat is niet goed voor Bitcoin. Cardano was ook flink omlaag gegaan. Maar er was iemand van Cardano die had een tweet de deur uitgegaan. Ja. Van dat die hardfork die was niet goed gelukt. Oh. Dus maar die zijn alles is al onderuit gegaan natuurlijk. Maar die zijn misschien nog wel extra hard onderuit gegaan. Oh, even kijken. Ik heb... Ja. Die heeft gevolgd, joh. okay. Oh ja, het staat 45 cent of zo, ja. Ja, het is een paar cent naar beneden. Van 55 naar 45. Ja, maar maakt ongeveer dezelfde beweging als alle anderen. Dat kun je natuurlijk niet zien, want ik heb een green screen, maar... het ziet er hetzelfde uit, eigenlijk. Mm. Als Bitcoin, ja.
Ja, goed. Ja, dan gaan we even naar goud. Goud staat op 17... Even kijken hoor. 1763. Ja. Olie staat op 90. Ja. Olie staat op 90 dollar en een paar centjes. Ja, ik denk dat je aan de benzinepomp niks zal merken. Ja, het is wel een beetje omlaag gegaan. Hè. Ik zie nu af en toe weer euro onder de 2 euro. Oké. Diesel 1,88 had ik al getankt. 1,86 zag ik al. Oké. Haas Friesland, hè, dus. Ja. Zijn speciale prijzen? Het is een ander land, hè. Kijk, nou, eerste berichtje. Die kwam van jou, Yoshi. Mag jij gelijk doen. De Nederlandse politie die heeft iemand opgepakt. Nederlandse politie heeft iemand opgepakt? Ja, bericht van mij. Crypto projectje. Volgens mij was het van mij. Was het niet van mij? Oh, kwam die van jou? Ik weet wel, het gaat over die Tornado Cash gast. Ja, dat kan ik heel kort op zeggen. Dat ik bang ben dat dit ook weer een precedent is voor de toekomst. En dat er op een gegeven moment gewoon gezegd gaat worden, iedereen die een wallet ontwikkelt moet daar een verantwoordelijkheidsformulier voor afgeven bij de Nederlandse staat. En als je dat niet doet, dan riskeer je dat je opgepakt wordt. Zoiets. Of gewoon een anonieme ontwikkelaar worden. Ja, oké. Maar dat GitHub, hè. Meestal wordt dat dan gepubliceerd op GitHub, nieuwe code. Dat is ook opgekocht door Microsoft of zo, toch? Ja. En daarom zijn wij met e-gulden zijn wij veranderd naar... hoe heet het nou? Ja, ik weet GitLab. Het niet. GitLab. Ja, GitLab zijn we nou overgestapt. Hmm. En ik weet niet of je ook GitHub, moet je daar ook geïdentificeerd zijn of zo? Moet je daar inmiddels ook naar KYC gaan? Als je, Nee. Niet dat ik weet. Maar wat was het Tornado Cash dan voor iets? Mixer voor Ethereum. Dus die kan de oorsprong van coins een beetje verhusselen met anderen. En natuurlijk kwamen ze gelijk allemaal met Noord-Korea, Mixer, brutal regime. En daar hoor ik zo'n advocaat die toch wel libertariër best wel goed gezind is en zo. Maar die dan die zegt van ja, maar jongens, dit kan echt niet zoiets als Tornado Cash. Want Noord-Korea, dat is een vreselijk land en die kan daar zijn munten door witwassen. Zo. En het is nog steeds hetzelfde verhaal van how do you want this wrapped? Hè? Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Dan heb je zo, gaat het over afluisterpraktijk of zo. Dus een doos afluisterpraktijk en daar staat zo'n Uncle Sam staat erachter van, wat voor papiertje wil je eromheen hebben? Terrorisme of voor pedofilie of zoiets? Of een paar van die... Climate change. Ze hebben er gewoon een wrappertje voor wat ze over de surveillance machine heen gooien. Ja, en hij was ook nog heel gewoon van, oh nee, Noord-Korea. Nee, dat is een goede reden. Die vent moeten ze oppakken. Ja. Hoezo Noord-Korea? Ik bedoel, die zit toch in Monero? Noord-Korea, kunnen die überhaupt wel iets minen, joh? Die hebben... Ja, dat hebben we ooit een paar jaar terug hebben we dat behandeld. Een bericht dat ze daar dat ze Monero mining deden. En zouden die... Is dat propaganda? Dat lijkt me ook weer propaganda. Die doen dat toch allemaal met de hand? Ze zitten allemaal met de hand zo van die hesjes te maken, die Noord-Koreanen. Volgens mij de technologie is daar, ze kunnen wel atoombommen maken. Ik zou me niks verbazen die ook van China hebben gekregen. Ze hebben één internetverbinding en dat is en die wordt dan heel erg getraced. En ze weten ook precies welke porno er gekeken wordt. Want het is maar één internetverbinding met Noord-Korea. Dus ja. Daar wisten ze ook dat er inderdaad ze met crypto bezig waren. Ja, ik wil nog wel eens zien wie zat die verbinding al te monitoren en zo. Dit is net zoiets als Rita Katz die weer jihad video's van onthoofdingen vindt op het internet, op het darknet. Ik ben gelijk te denken van oké, bloot weer een zak van. Want in Noord-Koreanen, die al moeite om eten bij elkaar te krijgen, toch? Dat is al zo'n armoede. Maar dit gaat over het regime, hè? Dat gaat dan over het regime. Ja, en die hebben dan opeens de beste computers. Of zo. Dat is net iets als bij... Als je de beste computers hebt, dan ga je geen Monero minen. Dat... Als je raketten kan hebben, dan kun je wel computers hebben, toch? Huh? Ja. Als je raketten kan hebben, kun je wel computertjes hebben, toch? Ja, waarom zou het regime geen computertjes hebben? Ja, ze zullen wel wat computertjes hebben. Maar het is, ik weet nog wel dat bij de Sovjet-Unie...
Dat was ook altijd zo'n geduchte vijand. En die zouden ons voorbij gaan. En die hadden weet ik niet hoeveel kernraketten. En op zich, nou ja, klopt wel. Ze hadden wel ook een hoop kernwapens, ja, geloof ik. Maar mijn vader, ja, die ging daar wel eens naartoe. Met, voor conferenties. Op scheepsbouwgebied. En ja, dan was er een hotel. Dat was helemaal door Finnen gebouwd. Want dat konden ze zelf niet. En als er dan de lift stuk was, moest er iemand uit Finland komen om die lift te repareren. Het was een en al onkunde en incapabele toestanden. Plus dat als ze dan zijn diner klaar was en ze gingen weg, dan keken ze onder. Het personeel viel dan op het eten aan. Ik geloof nooit dat daar... Ja, dat is op een lager niveau is dat. Maar als je in de top zit, als je in de top van het regime zit, dan heb je dat problemen niet met je lift. Nee, maar dan... Zat er toch ook satellieten? Ja, ja. Ja, het is altijd... Ik bedoel, ze hebben alles op defensie gegooid. Ze hebben alles wat ze hadden, hebben ze ingezet op ruimtevaart en kernenergie en dat soort dingen. Maar computers horen ook bij defensie. Dus ja, maar ze konden geen mobiele telefoon maken of zo. Ze konden geen cassette recorder maken. Of ze konden, ja, als je daar in een hotel een koelkast, een minibar had, dat is gewoon alsof er een tractormotor aansloeg. Het was geen high-tech of zo. Die Noord-Koreanen moeten e-guldens kopen. Ja. Maar klaarblijkelijk hebben ze dan Ethereum, want er was toch iets met Tornado Cash in Noord-Korea, toch? Ja, dat beweren ze, maar ik denk meer... Wat ik denk is gewoon dat de Amerikaanse Belastingdienst, die heeft een hekel aan mixers. En dan is het wie ga je daar de schuld van geven als je dan gaat zeggen van we halen niet genoeg belastinggeld op, sympathie heel laag. Al-Zawahiri en Noord-Korea die gooien mixen hun coins door Noord-Korea en dan opeens zeggen al die dat soort advocaten als degene waar ik dan naar luisterde, zelfs libertarische, die zeggen dan van dat gaat inderdaad wel te ver, kijk maar in. En hij zat ook nog te verdedigen van dat de softwareschrijvers dan aangepakt konden worden onder de wet. Dan kan je, voor een gedeelte is dat natuurlijk gewoon de wet uitleggen. Nou ja, dat zou dan sowieso, het is de Amerikaanse advocaat, het is de Nederlandse wet. Dus er gaat natuurlijk een beetje Amerikaans licht erop schijnen. Want heel veel mensen zeggen, softwareschrijvers zeggen, nou, vrijheid van meningsuiting, First Amendment, ik mag schrijven wat ik wil. Dus daar... ik kan nooit opgepakt worden daarvoor. En daarvan zegt hij, dat kan ook. En je kan het ook publiceren. Maar als jij het gaat onderhouden dan, en je gaat updates brengen en je gaat zo'n contract wat op de smart of de blockchain staat, ga jij de fouten eruit halen en debuggen, dan faciliteer jij witwas. En dan ben je schuldig. En dan komt je eigenlijk ook terecht. Interessante kijkwijze. Maar ja, uiteindelijk zijn emotionele kant was van, Noord-Korea. En dan denk ik van, volgens mij is dat, zolang mensen dat nog blijven geloven, van, weapons of mass destruction. Oké, val dan maar binnen hoor, want dan geloof ik het wel. Het is natuurlijk wel heel vaak gebeurd dat het gewoon een stok was om de hond te slaan. En dat er... Hoeveel landen heeft Noord-Korea dan binnengevallen? Heeft die onder valse voorwenselen een land binnengevallen? Nee, dat niet. Volgens mij hebben ze al heel lang geen oorlog gevoerd met een ander land. Ja, wat hij natuurlijk bedoelde is dat ze hebben er slavenarbeid en er zijn mensen die eten ratten. En wat van die verhalen allemaal klopt, dat weet je ook niet. Maar die moet je dus helemaal afknijpen. Die moet je gewoon, als je die afknijpt, dat komt allemaal wel goed. En dat vind ik, vind ik een beetje onwerpelijk. In het licht van wat er allemaal bij elkaar gelogen is over de boeman. Het is een beetje... Emmanuel Goldstein effect heb ik erbij. Zo'n gevoel van de Noord-Koreanen die zijn heel druk bezig met Ethereum. Ik wil wel eens weten hoeveel % van de Noord-Koreanen met Ethereum bezig zijn. Want volgens mij is... Ik denk een heel klein dik mannetje. En voor de rest niemand. Ja, die is dan heel klein, erg dik met mannetje Ethereum met een raakapsel. Die hele bizarre porno kijkt. Ja, dan gaat hij het dan mijnen? Gaat hij het verkopen? Kan hij een rekening openen ergens? Hij heeft natuurlijk zijn... er zitten natuurlijk Noord-Koreanen in het buitenland. Dus die verkopen het namens hem. Ja, en dan krijgen ze geld. En wat doen ze daar dan mee? Luxe leventje. Wat hij daar dan mee op? Dan heeft die Noord-Koreanen in het buitenland die een luxe leventje leiden. Familie onderhouden. Ik heb geen idee. Maar dan kunnen die Noord-Koreanen in het buitenland ook zelf die Ethereum wel minen. Waarom zouden ze dan in Noord-Korea minen?
Volgens mij krijgen ze heel moeilijk. Ze krijgen niet eens een laatste Nvidia videokaart, mogen ze daar niet eens kopen. Er wordt het land in gesmokkeld. Ik heb geen idee, joh. Ik heb geen idee. Dus, maar goed. Ik weet ook niet zeker, maar ik denk dat het gewoon alle bullshit is. Dat deed in Noord-Korea. Dat zou inderdaad kunnen, ja. Ja, het is gewoon zo'n mixer. Is een hele goede aanvulling op een munt die de privacy niet uit zichzelf reguleert. Of hoe zeg je dat? Faciliteert. Bijvoorbeeld een Monero, die dat wel in het protocol heeft gefaciliteerd, wordt in landen zoals Japan, en zo zijn er nog een aantal, ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd, wordt die geweerd, gewoon verbannen in de wet, omdat het te goed werkt, laten we het maar zo zeggen. En dus het risico op criminele transacties te hoog is, en dan wordt gewoon gezegd, je mag geen yens meer wisselen voor Monero's. Dus geen één Japanse beurs heeft op dit moment Monero gelist, want dat mag niet van hun overheid. En als je dus dat die problemen met de overheid niet wil, dan bouw je een plugin, zoals een mixer als Tornado Cash, of hoe heet het, Tornado nog wat, Swap, Mix, weet ik niet. Mm-hmm. Of app, Tornado app, ik weet het niet hoe het heet. In ieder geval, met zo'n plugin kun je dan zeggen van, ja, maar beste overheid, dit protocol is gewoon 100% transparant, dus er is geen reden om aan te nemen dat het voor misdadige doeleinden wordt gebruikt. En dan sta je op dat vlak een stuk steviger. En wordt het dus een stuk moeilijker voor overheden om te zeggen, ja, die munt mag niet. Want een bitcoin mag bijvoorbeeld wel. Dus ja. Maar ja, dan gaan ze dus achter zo'n individu aan die het schrijft. En dat is volgens mij voornamelijk gewoon precedentwerking. Dat ze proberen mensen bang te maken van, haal het niet in je hoofd om zoiets te faciliteren, want we gaan je gewoon achterna zitten en oppakken. Ja, maar dan krijg je meer het Satoshi-model van software schrijven, denk ik. Hey, opeens, uit het niets kan daar software, was daar beschikbaar. Ja, precies. Ja. VPN, Tor, ja, uiteindelijk in router. Ja, volgens mij dat die Tornado-dingen, die verdiende die dan nog wel een bepaald percentage op alles wat er gemixt werd. Maar als jij gewoon een wallet beschikbaar wil stellen, verdien jij in principe niet echt geld met die service, weet je wel. Dus als je dan ook nog het risico loopt dat jij gearresteerd wordt, dan moet je wel echt heel veel van vrijheid houden, wil je dat risico gaan nemen, weet je wel. Dan... Ja, deze advocaat die zei erover dat deze figuren hadden er ook een verdienmodel aan, het Tornado Cash, zeg maar. En dan... Ja. Ja. Dan ga je er, als je salaris geld mee gaat verdienen, ja, dan loop je in de kijker ergens. Dat komt ergens een keer de markt in. Mm-hmm. Er schijnen heel veel mensen gebruik van te maken. Heel er zijn er nog steeds, denk ik, een hele hoop mensen die graag dit zoiets willen ontwikkelen. En het is natuurlijk ook al ontwikkeld, dus je hoeft het alleen nog maar een beetje te upgraden en te verbeteren. Je krijgt een heleboel Tornado Cash equivalent contracten, denk ik, smart contracts. En ja, moeten ze die dan allemaal gaan wissen? En wat een aantal lui ook gedaan hadden, de Amerikaanse ministerie van Financiën en Justitie of zo, die hadden ook alles geblokt waar Tornado Ethereum naartoe gestuurd was. Maar wat die lui deden, een heleboel dust, een heleboel kleine, superkleine Ethereum dingen, is allemaal naar bekende mensen sturen. Dus adressen van bekende Ethereum ontwikkelaars, ook Vitalik waarschijnlijk. En dan zou de hele tegoed ook gelijk besmet zijn. Omdat het hele adres dan geblacklist wordt. En dan zou je dat helemaal uit kunnen schakelen. Dus, ja, ik vraag me af hoe dit moet gaan dienen. Hoe dit afloopt. Nou, als je nu ziet dat die Ethereum mensen nu aan het praten zijn over het censureren, vrijwillig censureren van de blockchain, als de mensen daarop zitten te wachten, dan hou ik daar toch wel mijn hart voor vast. Want volgens mij gaan die de richting op van totale controle, waarbij iedere Ethereum adres gekyc'd moet zijn en anders heb je geen whitelist te pakken, dan kun je hem niet versturen. Ja, zoiets. Want het is echt, als je leest wat die mensen schrijven en hoe ze denken, dan is het echt crypto onwaardig. Maar ja, kennelijk dus niet, want de visie op crypto verandert over de jaren. Maar
Het is in ieder geval niet wat ik zoek in een munt, laat ik het zo zeggen. Ja, ik hoor heel veel over... wat hadden ze nou? De public good en zo. En Vitalik hoor je daar ook vaak over, de public good. En, ja. En dan gaat hij beslissen. Dan gaat hij beslissen wat dat iemand is. Iemand tegen hem gezegd hebben, er bestaat geen public good of zo. Zou je dat daar wel eens serieus over nagedacht hebben? Het lijkt wel een slimme vent. Jongen, die gast die geeft miljarden aan COVID-fondsen. Die geeft miljarden aan Oekraïne om wapens te leveren. En die loopt met een shirt, met een eenhoorn. Loopt die te vertellen dat ze kunstmatige baarmoeders moeten gaan financieren voor meer gelijkheid voor mannen. Dan kunnen mannen ook zwanger worden. Dus, ja, nee. Ja, het is het. Ik mijn tenen die kromen ook vaak als ik dan weer daar wat lui hoor. Maar ja. Er was ooit een tijd dat hij nog libertarische dingen zei, hè? Maar dat was al. Nou, ik heb laatst een verhaal gehoord. 5 jaar geleden, denk ik. Ik heb laatst een verhaal gehoord. Dat was iemand die mij dat vertelde. Ik heb het zelf niet gezien. Er schijnt een documentaire te zijn gemaakt. Die gaat dus in het geschiedenis. Of wie is Vitalik Buterin? En dan blijkt dat zijn vader een computerontwikkelaarsbedrijf heeft met 20 man personeel. En dan wordt dus het vermoeden uitgesproken dat die Vitalik helemaal niet dat hele Ethereum heeft gebouwd. Maar dat ze alleen hem naar voren hebben geschoven als topman, zeg maar. Van, jij bent onze blikvanger. En die vader met zijn softwarebedrijf heeft heel die code geschreven. Ja, dat weet ik niet. Maar hij was al heel jong, zat hij al in... was hij al met Bitcoin bezig? Is dat bij, of zijn vader... En ze maken gewoon het verhaaltje dat hij het was. Heb je die vader wel eens gezien? Die komt niet over als een computerprogrammeur. Hij schijnt het wel te zijn. Hij is een bodybuilder. Ja, hij heeft een computerbedrijf, hè, met personeel. Dus ik hou het voor mogelijk dat zo inderdaad zo is. En dat ze gewoon die vertellen. Kijk, als jij het geld van de pedoclub wil, dan moet je dus in hun straatje meepraten. En dan zet je daar zo'n Vitalik neer en die zegt precies wat ze willen horen. Af en toe geeft hij eens een miljard weg aan een goed doel, want dan weer Haiti of COVID of noem het dan maar op, het COVID steunfonds. Nou, en dan krijg je dat gewoon, als je dat vaak genoeg doet, dan gaan die mensen... Denk het niet, ik heb wel interviews met hem gehoord hoor, hij heeft best wel verstand en hij weet heel veel en dus... Ik denk niet dat het iemand is die het alles maar van een script leest of zo. Dat, geloof ik ook niet. Nee. Dat zeg ik. Maar ook. Het is wel zo dat heel veel van die crypto-projecten, ik hoorde ook van Chainlink. Er zat ook al, die CEO daarvan, die was ook al bezig om een of ander Big Brother-achtige toestand in samenwerking met, weet ik veel, Soros of zo. Dat ik dacht: oké, dit is ook helemaal. Goed dat ik dat allemaal verkocht heb. Exit. En ja, dat is natuurlijk wel vaker zo. Af en toe, er zijn niet veel marktanarchisten. Dus je bent hoe dan ook gedoemd als je ergens in investeert. Af en toe dat je haren te bergen rijdt over wat je nou weer hoort. En dan denk je, ren ik hier maar weer weg. Ja. Ga daar maar weer naartoe, totdat je daar dan weer wat over hoort. Ja, is ook zo. Ja. Maar we hebben nog iets van 30 berichten, dus laten we er maar eens aan beginnen dan. Ja, volgende. Ondernemers willen corona-toegangsbewijs in de wet houden. Ik heb geen enkele ondernemer dit horen zeggen, maar dus klaarblijkelijk zijn er op Twitter 3 ondernemers of zo. KB-organisatie en achter, weet je, dit zijn allemaal van die organisaties die liggen al lang en breed in bed met de overheid. Dus Horeca Noord-Nederland of Horeca Nederland. Het is onder het mom van als het dan echt moet omdat het virus weer opleeft, dan liever een QR-code dan dat we dicht moeten. Zo'n valse tegenstelling, weet je wel. Ja, en dat zullen ze gezegd hebben van, wat wil je, een QR-code of wil je dat we je helemaal dichtgooien? En dan zeggen mensen, we willen een QR-code. Oh, ondernemers, horeca willen een QR-code. Ik weet niet, als ik denk aan de Turk hier bij mij in het winkelcentrum dat zou vragen, dan denk ik niet dat hij dat zegt, hoor. Nee, maar als je dat bijvoorbeeld de directeur van Horeca Noord-Nederland zou vragen, die heeft gewoon een hele hoop subsidie heeft hij binnengeharkt, omdat hij de afgelopen weken
Of afgelopen tijd had hij dan weliswaar een deel geterroriseerd met die QR-code. En dan heeft hij natuurlijk dan een aantal wappies waar hij dan sowieso een spuughekel aan heeft. Aan wappies. Die heeft hij dan niet in zijn kroeg gehad. Maar hij is ruimschoots gecompenseerd door de overheid. Om, als de overheid op een gegeven moment ophoudt met hem te compenseren. Dan zou die misschien weer niet voor een QR-code zijn. Maar als hij gewoon... Ik dacht dat het allemaal leningen waren die de overheid gaf. Of hebben ze nee, maar niet voor het... wel die tozo's. Nee, dat zijn ook geen leningen trouwens. Maar die hebt de gemeente Leeuwarden heeft een bepaald potje van geloof ik 250.000 euro. En dan konden mensen die ondernemingen die klanten hebben getreiterd met de QR-code, die konden daar uit die pot konden ze geld krijgen. Hmm. Dus... Nou, voor die NOW-uitkering, dan, dat was een lening. Dan moest je dat, er werd eerst gedaan van, hé, die krijg je gewoon. En toen de verkiezingen waren geweest, dan was het, dan willen we de doekoe terug hebben. Ja, ja. Ja. Maar goed, dit zijn al gekochte lui die daar in dat soort organisaties zitten. Ja. Dat bedoel, die... Zogenaamd spreken ze voor alle ondernemers, maar dat moet je niet al te serieus nemen, denk ik. Ja, dat bedoel ik. Ik kan geen één ondernemer die dit vindt. Ik geloof er ook niet zo in dat dat echt is. Ja, ja, ze weten wel dat soort clubjes te organiseren. Dat zijn zoiets werkgevers, werknemers. Daar gaan ze, ja, we gaan onderhandelen en die zitten allemaal aan de tafel en zo. De werkgevers, zaten de werkgevers aan de tafel? Ja, werkgevers, Henk zat aan de tafel, dus de werkgevers zaten aan de tafel. En ja, zo kunnen ze altijd een beetje het collectivistische spelletje spelen. Van, met een stikstofdebat doen ze het ook weer van, we gaan met z'n allen om de tafel zitten. Dat betekent dat ze met 5 sock puppets om de tafel zitten die ze allemaal zelf in de hand hebben. Van tevoren selecteerde ja-knikkers. Ja, maar je ziet dit zelfs op het niveau van... ik ken het van een vriend die woonde ergens en die wilde beslist blijven wonen in de straat waar hij woonde, maar al die huizen moesten plat. En dan krijg je zo'n raad van bewoners en die onderhandelt dan met de woningcoöperatie over hoe ze het gaan doen dan. Hè, waar de keuken komt en dit en dat. En zelfs dat is al lang besloten, maar die jongen die was zo fanatiek, die ging nergens meer akkoord en die ging dan ook belde bij iedereen aan van wat vind jij daarvan? En zo ging hij dan weer teweer tegen die vrouw die zogenaamd iedereen vertegenwoordigde. Maar kijk, het idee van mensen gaan heel snel mee van nou, we hebben gewoon iemand die vertegenwoordigt de wil van iedereen hier en ja, die vecht voor ons. En dat accepteren mensen heel snel, dat dan ook zo is. Maar zelfs op dat niveau, als gewoon een woningcoöperatie en een bewoners, hoe noem je zoiets, zelfs dat is al gekocht, weet je wel? Ja, ze gaan er net zo ver dat ze zeggen, ja, de wil van het volk, en dan hebben ze Fred aan tafel zitten, Fred. Wat is de wil van het volk? Het volk is oké. Okay. Nou ja, het volk was oké. Zo hebben ze het liefst. Ja, want Fred die heeft met de volksvertegenwoordigers gesproken en die zeiden dat het zo was. Dus ja. Dan is het zo. Teleprompter zegt dat het volk oké is. Ja, maar het is een heel effectief wapen. Want je hebt dan zeg maar... de overheid, nou, die kunnen dingen doen waar jij als burger het dan niet mee eens bent, maar dan word jij vertegenwoordigd, zogenaamd, hè, door een branchevereniging die opkomt voor alle horeca of alle, weet je wel, en maar die ook realistisch vecht voor jou is, aan tafel, voor jouw belangen. Ja. En dan daar krijg je iedereen nou rustig mee. Maar dat die zijn ook realistisch, zijn ze. Want, dat is, kijk, we gaan natuurlijk niet zeggen dat de stikstofproblemen helemaal niet bestaan. Nee, we gaan tot een compromis komen. Omdat we heel redelijk zijn. Je ziet nou met die CDA-figuur, die begint nou door te krijgen dat de halve achterban gaat over naar de BBB. Ja, ik was alweer dat weer al... het was een grapje, geloof ik.
Oh, nou, die begon een beetje net te doen alsof hij zich druk maakte om de boel. Hij zei, het was niet heilig. Het was niet heilig, dat doel voor 2030. En toen werd Rutte, die zei gelijk van, oh, dit is staatsrechtelijk, dit is landverraad ongeveer. En nou hoor ik al dat de laatste titel is stikstofuitspraak Hoekstra lijkt stunt. Geen verzoek regeerakkoord aan te passen. Ja, ik had begrepen dat hij dan de boeren wou vernietigen in 2035 in plaats van 2030. Ja, dus, misschien wel eerder, want het volgende bericht, dan maak ik gelijk even een bruggetje. Oh. Er is een nieuw virus gevonden in China. Even kijken hoor, 35 voornamelijk boeren besmet. Nou ja, zo zie je maar, die boeren, het is niet dit alleen, wordt ook op de onderhandelingstafel gelegd hoor, dit bericht. Ja, ik denk dat je er vanaf moet. Ik zie Rutte al met die telegraaf slaan, van kijk jongens. Ja. Nou, ik was tegen onteigening, maar als nou dit bericht hoor, dan denk ik, nou we moeten het toch maar vanaf. Ja, is toch maar beter. Hij zit wel zo, ik heb wel eens begrepen dat 4 op de 5 mensen in China een boer is, dus... Dat is bijna automatisch dat het dan boeren zijn. Als het zijn allemaal van die hele kleine boertjes, van die keuterboertjes. Die ook net genoeg maken eten voor een gezin en nog een paar in een zak rijst erbij. China lijkt me bij voorbaat dan een land dat met allemaal landbouwcollectieven. Maar... Nee, maar ze hebben niet meer. Ik weet niet of zij ooit die hele grote. Collectivistische boerderij hebben gehad. Dat was inderdaad Rusland had dat. Maar, Rusland, maar in China hebben ze dat volgens mij niet gehad. Ze hebben wel dat zat niet in de Great Leap Forward of zo. Nee, dan moesten ze wel collectief alle vogels dood maken. Ja, daar hebben ze inderdaad dat soort domme dingen allemaal gedaan. En de hogere gronden voor rijst en zo. Ja, daar hebben ze echt van die hele stomme dingen gedaan. Rivieren rechttrekken. Maar en ik vind die hele COVID, zero COVID, vind ik ook daar prima in passen. In dat hele Chinese zelfmoordachtige. De centrale planner die gaat even de zaken rechtzetten. Nee, maar ik ben geen wiskundige, dus dat krijg je dan altijd. Hè. Ben jij een wiskundige of zo? Maar 35 mensen op 1,3 miljard, dat klinkt niet veel. Nee, maar ze hebben nog niet iedereen getest met een PCR-test, Jan-Marc. Het klinkt hetzelfde als met een bacterie. Als je één bacterie hebt, die vermenigvuldigt zich om het kwartier. Dus dan heb je echt binnen 2 uur of zo heb je er een paar miljoen. Dus zo gaat dat, ook met besmettingen. Ja, oké. Dus aan het eind van de uitzending zitten wel miljoenen boeren. Ik bedoel, zo gaat het niet altijd met besmettingen. Ik denk de meeste besmettingen, ja, kan concentreren, die gaan gewoon, die eindigen nergens. Maar heel af en toe is er eentje die succesvol is. En, en wie zegt dat deze succesvol is? Ja, want hoeveel mensen van die 35 zijn ook ziek geworden? Misschien wel 0. Ja, dat ook nog zo. Ja, en hoe bepaal je dat die mensen ziek zijn? Nou, het staat helemaal niet dat ze ziek zijn. PCR-test, hup. Ja, precies. Het staat alleen maar dat ze besmet zijn met iets. Het staat niet dat ze ziek zijn. Nee, precies. Het is gewoon een hoge ziekte. En ze testen daar ook, vissen, hè? Als een vis binnenvangst, dan douwen ze ook zo'n wattenstaaf in die vis tussen zijn keel. Om te kijken of die gehoest heeft met zijn niet bestaande longen. Dat is helemaal mooi ook, dat je dan een longziekte bij vissen gaat met kieuwen. Dat je die gaat testen. Maar ja, ik denk dat als je alle vissen test die er gevangen wordt, dat je ook een heleboel positieve tests krijgt. Ja, maar die testen meten alleen maar de zuurgraad, hè? Dus ik bedoel, als je zo'n ding in je lul steekt, is die altijd positief. Dus dat meten alleen maar de hoeveelheid zuren. Nou, hier praat een kenner. Steek je hem dan diep, Johan, of maakt het niet uit? Wat staan we hier, lul? Dit lijkt wel iets waar Hugo de Jonge voor gaat pleiten. Deze testmethode. Betrouwbaar. Het is wel anders dan de enelswap. En we gaan gewoon proberen met zo'n zelftest. En dan steek je het gewoon in de chuderans. En dan wordt hij gewoon positief. Maar dan steek je hem in de olie, dan is hij negatief. Ja. Maar hoe heet het virus? Is het het boerenvirus? Of, nee, het Hendra-virus. Je wilde wel een mooie naam voor hebben natuurlijk. Ik dacht Langia-virus. Is familie van het dodelijke Hendra-virus. Oké. Ja, het schijnt toch allemaal eruit te zien als COVID. Het gezaghebbende New England Journal of Medicine, dat is ook zo. Net zoals je bij
bij Michael Jackson moest je altijd zeggen Michael Jackson, de King of Pop. Dat werd contractueel afgedwongen bij Adam Curry. Zo is het ook zo dat ze hier moeten zeggen, niet zeggen het New England Journal of Medicine zegt dit. Nee, het gezaghebbende New England Journal of Medicine zegt dit. Ja. Ah, zoals bij MSM News, dan kon je nooit Bill Gates zien, maar dan was dat wel doen door Bill Gates. En dan kwam het verhaal. Ja. Hij heeft 2 miljoen kinderen in India vermoord met een... Nee, dat stond er niet. Nee. Het ziet er wel precies hetzelfde uit als het coronavirus, als ik het plaatje mag geloven. Of zouden ze die nog een keer hergebruiken? Ja, volgens mij gebruik ik hetzelfde plaatje voor alles, ja. Gewoon een stokfoto. Zat er nu toevallig nu onder Getty Pictures of zo? Het sluit wel aan bij het volgende bericht, Johan. Ja, daarom. Overigens zijn de New England Journal of Medicine en die Lancet, die zijn allebei de fout ingegaan met die fake data. Ja. Die fake data van die pornstars gelijk gepubliceerd hadden in no time, omdat het in een verhaaltje paste. Maar er wordt nog steeds gequote. Ja, ongetwijfeld. Maar ze hebben het wel zelf geretrackt, dus dan kan je wat kan je nog meer aan doen. Na een hele hoop klachten hebben ze teruggetrokken, die Lancet, hè? Hebben ze hier bij dit... Met die hydroxychloroquine, dat die aan 4-dubbele doses aan mensen die op punt stonden dood te gaan. werden even op het laatste moment geoddate met de hydroxychloroquine, zonder zink ook nog. Ja. Zo, wetenschap, hè? Wetenschap voor jou. Dus, ze bij het volgende artikel hebben ze niet die mooie foto van die kont van die hond. Dat is wel jammer. Want dat geeft wel heel veel context. Hond, hè? Is dit is het een stokfoto van een hond? Ik denk dat dit een stokfoto is. Ze hebben hem wel een beetje een gaye hond genomen, hè? Met een sjaal. Of wat is het? Die sjaal heeft hij omdat hij apenpokkenvirus heeft. Oh, hij is ziek natuurlijk. Hij heeft een sjaal. Hij slaapt ook op een kruik en zo. Hij wordt wel verwend. Hij zit met open haard op de achtergrond. Ja, hij wordt wel verwend, want de open haard die is aan inderdaad. Dus. Kijk, er staat een foto ter illustratie geloof ik onder. Oh, ik ga even inzoomen, maar... De Italiaans windhoortje ter illustratie. Maar hij lag bij een stel in bed dat apenpokken had. En nou heeft de hond ook apenpokken. Ja, en ik had en hij, de hond is ook getest op apenpokken, want hoe zie je dat die hond apenpokken heeft? Want je ziet, die had allemaal pikkels op zijn reet. Ik heb de artikel van de Lancet gelezen. Oh, dat is ook echt daadwerkelijk op zijn reet. Ja. Laat die even zien. Hey, Johan, heb jij echt het Lancet artikel gelezen? Nou, nee, alleen even erheen gescrolld. Ik zag die foto's, dus... Dus dat zei al genoeg. Ja, die zag je gewoon een foto van de achterwerk van die hond. En daar zag je allemaal pukkels omheen. Ja, wat ik hier... Dat was wel de hond ook. Dat was de hond. Okay. Hier ook een meme voorbij komen en er staat... Maar lag de hond gewoon lag je maar in bed? Of was er ook... Nee, dat was alleen een kracht iedereen zich nou af, hè? Omdat het... Want er staat hier het volgende artikel, zie ik in een meme voorbij komen. Sex between men, not stacked, is fueling monkeypox, new research suggests. Dus dan is het inderdaad geen skin contact, dan is er seks met die hond geweest. En daaronder staat, 9th child in US test positive for monkeypox. Dus ja, dan moet je daaruit concluderen als het alleen maar door seks overgedragen wordt. Ja, het heeft met zweet te maken en wrijving, geloof ik. Hier staat niet, ik weet niet of dat een gezaghebbende Lancet is of zo, maar er staat non-skin contact, alleen seks between men. Ja, maar als je nou denkt, ik lees je verder in dat artikel van de Telegraaf, dus als jij denkt van... Nou, weet je wat, als homostel neuken we niet meer onze windhond in de reet. En gaan wij over naar onze konijn of zo. Nou, dan staat er hier ook nog, ook knaagdieren, eekhoorns en ratten en muizen kunnen apenpokken krijgen. Dus let op, als er een homostel mee Dat is geen pet shop, niet pet shop. Het is niet alleen Fifi, hè? Ja. Maar ook Nijntje, die kan ook... Zullen al die berbers met de schapen toch blij mee zijn? Hè? Ja, inderdaad, de geiten en de schapen, niet, die kun je gewoon helemaal suf neuken. Hadden ze toch goed gezien, die moslims? Ja, die precies inderdaad, die weten gewoon wat kosher is.
Of hoe noem je dat? Noemen ze dat ook kosher? Halal. Een hond is ook... Halal. Kosher noemen, dat is een Joodse term. Halal, ja. Halal, ja. Precies, want kijk, een hond in die culturen, ja, als jij, je kunt, een hond, dat is gewoon een onrein dier daar, toch? Kunt ja, die zomaar... het gaat om te eten, ja. Hè? Om te eten is het onrein. Ja, maar als je moet een hond met links aaien, als je al überhaupt een hond aan wil raken, want met rechts moet je dan... Volgens mij is dat weer een stroming. Ik heb geen idee. Mensen met een hond vergelijken is wel een belediging, geloof ik. Ja, ja, hond is de ergste. Dus, ja, maar nu zie je toch, ze hebben toch weer een punt, die moslims. Die zijn dus gek nog niet. He? Want je ziet wat er van komt, hè? Je ziet het nou. Ja. Van. Ja. En dat, dit is nou met die heidense... decadente westerse homo's. Die maar een hazenwindhond. Nou ja, ik denk wel dat die wind... kijk, die hond die zal het wel lekker gevonden hebben. Want zo'n hazenwindhond die is supersnel, hè? Die is heel snel weg, hè? Als je die niet... En hij woont niet snel weg hier. Dus, ja. Waarschijnlijk hebben we hem eerst verdoofd. Oh. Weer wacht even, hier staat wel bij andere dieren zoals honden, katten, koeien, varkens, schapen en geiten was voorheen in Europa nog geen. Oh, nog geen. Oké. Okay. Dus dan, nee, dat zit je goed. Schapen en geiten is oké. Okay. Ja. Ja. Maar dan gaan we even naar de tieten toe. Dat is niveau wat Geraldine. Voordien wisten we niet wie Geraldine was, maar sinds dat ze met de boeps in de... Ja, ik ken dat. Linda... Zij zit toch in de radiobusiness, of niet? Zij doet toch ik iets met de radio? Ik heb geen idee wie het is, nog steeds. Ik heb haar wel eens gezien. Ja, ik heb wel eens... De gezicht ken ik ergens van. Dus misschien is het dan toch geen radio, maar televisie. Maar is het niet van het blad Linda waar het over gaat? Want ze biedt verontschuldigingen aan... Voor de nieuwe editie van Linda. Meest ze daar wat mee te doen, denk ik. Ja, niet? Daar stonden dan vrouwen in met hun boobs. Ja, maar waar liet zij dan verontschuldigingen? Dan heeft zij... Nou ja, er was een foto dat er met de kleine... Ja, wat er dan niet... mensen worden dan boos over, want zie je een kind van volgens mij 9 of zo... die aan haar borsten zit te zuigen. Maar wat er dan... Ja, er staat dan wel in het artikel, geloof ik. Ik heb het een beetje half gevolgd, hoor. Maar dan was dan lactose intolerant, maar als hij eerst even wat melk van de borst nam, dan kon hij gewoon weer tegen melk. Dus daarom kreeg het kind af en toe borstvoeding. En dat iedereen die zich druk daarover maakt, leest alleen de koppen en de foto. En die leest dan niet de rest van het verhaal. Dus ja. Het is inderdaad de Nederlandse televisiepresentatrice van RTL en vroeger BNN. Het is inderdaad vreemd dat ze dan haar verontschuldiging aanbiedt. En ze zegt, in de toekomst zal ik proberen meer invloed op de cover te hebben. Maar de cover van de Linda, heeft ze daar dan invloed op? Nou, weet je wat het gek is? De kritiek is van Tatjana Almouli op Instagram. Die stelt in dat het heel makkelijk is om verschillende soorten vrouwen en borsten op de foto te zetten. Includeer bijvoorbeeld ook dikke vrouwen, vrouwen met grote borsten... Saggy boobs, ik weet niet wat dat is. Vrouwen met een geamputeerde borst. Afgezakte borst. Ja, maar je geamputeerde borst, dan is hij weg. Dan zie je, maar goed, maakt niet uit. Maar ik vind het raar dat zij. Geen vrouwen met een penis. Waarom staan er geen vrouwen met een penis op? Ja, het ging hier alleen maar om de boobs. Het ging, maar anyway. Die campers... Ja, maar als je een vrouw met geamputeerde borsten... Een vrouw met een penis. Ik had ook een campers... oom vroeger, die had ook hele grote borsten. Die had er ook zo bij. Oh, okay. Die dronk zeker 2 graagjes flesjes leffen op een avond. 2 flesjes leffen. En maar die campers, die heeft gewoon haar tieten. Ik weet niet of ze groot of klein, ik weet niet wat voor tieten het zijn. Ik kan me dat niet herinneren eigenlijk. Campers er überhaupt op? Staat zij zelf erop? Of? Ja, die staat er ook op. Maar weet je, het probleem is, als je zegt van ja, ik vind het vreselijk dat het niet inclusief is. Zij is gewoon één met bepaalde tieten. Dan moet er dus iemand anders naast staan die dus andere tieten heeft dan zij. Maar dan is zij toch niet schuldig aan iets? Want als je haar weer weghaalt, dan weet je wel. Nee, maar of hebben ze allemaal exact dezelfde titel als die campers? Nee, maar zij maar laten we eerlijk zijn, er staan überhaupt geen titel. Cover. Dat is allemaal de hand ervoor. Maar volgens mij ging het bij haar niet om de coverfoto. Maar in het artikel zelf had ze dan. Was ze wel met boobs en al gefotografeerd. En dan. Ik weet niet of dat. Volgens mij was dat diegene met haar kind.
Want daar was volgens mij de ophef over. Jongens, jongens, is dit niet gewoon de gemaakte ophef om wat extra Linda's te verkopen en die foto over? Ik denk overal het wel, ja, ik denk het wel. En staat er niet gewoon in dat contract van die camper van je moet alvast even je excuses aanbieden, want dan publiceren we die de dag erop. Ja, gaan we een beetje... maar het is wel zo dat er natuurlijk ook in die underwear reclame wereld opeens allemaal foto's verschijnen van dikke vrouwen en zo. En ik denk dat dat niet een lang leven beschoren is. Maar je weet natuurlijk dat die lui daar zitten, die woke figuren, die hebben vrij veel macht. Die werken zich naar personeelszaken, advertentiebudgetten. Die weten zich zelfs in de IT-wereld corporations in te werken. Dus het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ik zou zelf, als ik hier nou commentaar op zou willen leveren, zou ik zeggen van waarom hebben ze allemaal een spijkerbroek aan? Want het is de symbool van het slavenwerk. Want dat zijn allemaal kantoenplukkers. Ja, kijk, hartstikke idee. Dus deze mensen... Het eerste wat jou opvalt. Het eerste wat mij opvalt is dat ze gewoon niet blij zijn met de tieten. Want ze bedekken allemaal een tieten. Ja. Dus ze vinden hun eigen tieten maar niks. Nee, ze zijn bang dat wij anders hun te leuk gaan vinden, dat ze te veel brieven krijgen, ja, Mark. Ja, nee. Maar waarom was dit geplaatst eigenlijk? Ze waren de Jetsers aan het vieren. Ik kan het wel eens geplaatst hebben. Tenminste, toen ik het zag, dacht ik ook van, misschien is dit wel interessant. Inderdaad, omdat het een reclame zou kunnen zijn voor de Linda's. En wij maken maar ook omdat het zo belachelijk is, en ik hoorde laatst ook zo'n gesprek van, wat nou als je bijvoorbeeld twee homo's hebt, die hebben een seksuele relatie, en één die identificeert zich als vrouw. Is het dan opeens een hetero relatie? Is die andere nou opeens hetero geworden als die relatie door blijft gaan? Ik vind het aparte van dit soort onzin dingen allemaal, dat als jij als, zeg maar, vanuit Oekraïne daarnaar kijkt, en je leest dat soort dingen, dan krijg je het gevoel, ze hebben daar geen enkel probleem. Ze hebben daar voldoende te eten, ze hebben gezondheidszorg, alles moet helemaal in orde zijn voordat je over dit soort dingen gaat zorgen maken. En daarvan heb ik ook wel eens het idee dat dat een soort reclame is voor een land. Want je kan natuurlijk in Amerika, kan je ook zat zwervers en shantytowns en homeless shit kan je laten zien. Maar nee, ze hebben alleen maar berichten over elites die zich onderling zorgen maken over of er niet een bepaald soort borsten misten op de cover van een foto. De vraag is nou dat Linda, betaalt die nou die Tatjana Almouli? Van maak jij je nou eens druk? Wie is dat dan? Is dat degene die daar over begon, ja. Ja. Okay. Ja, nou ik denk het dus wel. Ja. Ik denk dat dat allemaal in dit pakket hoort van dit artikel. Dat is gewoon marketing, dat is vooruit uitgedacht. Dan zeggen ze, we publiceren het en daarna gaan we er een kritisch artikel. En dan kunnen al die vrouwen individueel daar weer op reageren. Nou, en dan zijn we weer een week verder. En dan hebben we een hoop kliks. En die vrouwen die hebben allemaal wat extra naamsbekendheid. Ja, maar nou, kunnen wij dat als Vrijheid Radio niet doen? Dat wij Tatjana Almouli, we geven haar wat crypto. Ja. En dan ga je gewoon schrijven dat Vrijheid Radio echt verschrikkelijk. Dat het is echt heel erg gewoon. En dat Ik denk als de e-guld op 1 euro staat, dat we redelijk in de buurt van het budget kunnen komen. Ja, maar daarvan heb ik het idee dat Trump dat heel goed in de gaten heeft. Want wat was nou laatst ook? Trump die had weer een geintje uitgehaald, omdat ze iedereen allemaal gelijk afbanden die hij endorst. Omdat het Trump slecht, evil, Satan. En oh, Lindsey Cheney, ja. Had hij de Democraten... Had hij een Democrat gesupport. En dan beten ze ook gelijk vol in. En die werden gelijk helemaal afgezeken. Twee zelfs, ja. Ik dacht bedoel die verkiezingsoverwinning. Nee, dat gaat niet over. Tim Poel had het daarover, dat de ultimate troll-actie van Trump, dat hij inderdaad de Democraten uitgelokt om gewoon, omdat ze gewoon altijd tegen hem ingaan, om daarmee te trikken, zeg maar. Die vent die had geen dorst, volgens mij had hij zijn impeachment getriald of zoiets, of hoe zeg je dat in het Nederlands? Volgens mij was hij met het impeachment betrokken. Oké. Tegen hem. En toen zei hij, hij heeft het dan misschien
Ja, ik weet het niet meer precies wat het was. Ik heb het ook lang voorbij horen komen. Ik kijk tegenwoordig Red Pill News 78. Kennen jullie dat? Nee, nee. Moet maar eens kijken op Rumble, dat Red Pill News. Het komt bijna na. Hij ja, Red Pill News ken ik wel, maar jij noemde iets met... 78, ja, er zitten nog wat cijfers achteraan. Het is een Red Pill News. Maar hij heeft wel altijd bijvoorbeeld dit verhaal van die Trump endorsement, komt daar dan ook voorbij. Dus dan hou ik het. Maar even kijken, ja, volgende bericht was over China. China biedt vrouwen, even kijken hoor, wacht even inzoomen. Voordelen aan voor hebben van baby. Alleen staat er natuurlijk niet in aanmerking. Ja, dit is, wat ik ook apart vind, dat je hebt natuurlijk in 1984 werd het al beschreven van we have always been at war with Eurasia, dat op een of andere manier kan de vijand in een oogwenk veranderen bij de overheid. En het ultieme vorm van slaaf is dat je daar als slaaf gelijk mee gaat. Je stelt geen enkele vraag van, hé, maar dat klopt toch niet, want voorheen was het toch zus en zo. Nee, boom, je hoort dat het een nieuwe vijand is en een nieuwe politiepartner en boom, je bent op. En China zie je dus, ja, niet alleen in China, je ziet dat ze jarenlang een kindbeleid hebben gehad. En eigenlijk daarmee bereiken op het moment door de straf als ze meer dan één kind hebben. En dat gaat heel ver, hè? Het onvermijdelijke gebeurt dan eigenlijk. Dat de hele samenleving op elkaar raakt. Zijn te weinig kinderen überhaupt. Er zijn te veel mannen bij vrouwen. En dan zie je opeens dat ze dat heel laat inzien. En dat zijn dan de heersers, zeg maar. Die de zaak op de rails moeten houden. Die visionair moeten gaan kijken. En die zien nou opeens de bevolkingspyramide helemaal scheef is. En dat alleen dat bank- en kredietsysteem in de overheid kan blijven. En dan zeggen ze opeens, als je meer baby's hebt. En zo zie je natuurlijk ook vaak dat 180 graden omdraaien. Eigenlijk met Al-Qaeda was de grote vijand na 9-11. En 20 jaar later vechten ze samen met Al-Qaeda in Syrië tegen Assad. Of Saddam Hussein was een vriend toen tegen de oorlog tegen Iran. En 20 jaar later is hij opeens Satan en dan moet hij een invasie krijgen en vermoord worden en opgehangen. Osama bin Laden was een grote coalitiepartner tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan. Stond op de CIA-loonlijst. En dan zoveel jaar later, nou is het opeens de ultieme vijand geworden. En dat is dat 1984-principe van, wij zijn hier de basis. Wij kunnen gewoon je in no time van vijand naar vriend veranderen. En ik heb wel een leuk verhaal wat ik hoorde van mijn schoonvader, die tijdens in Oekraïne woonde, tijdens de Sovjet-Unie-tijd. En die zei, ja, dat gebeurde heel vaak, dat China veranderde van status, toen het nog Sovjet-Unie was. Dus het ene moment was het China helemaal geweldig, dan kreeg je Chinese gedichten op school. En dan was het opeens weer, was China weer heel slecht. En dan mocht je niks meer goeds over China zeggen en China evil. En dat veranderde, en dat vond hij eigenlijk al vreemd dat zo de hele tijd veranderde. Maar dat is... Ja, dat is de normale gang van zaken. De overheid die brengt de verstoring aan door de samenleving heel sterk één kant in te duwen. Bijvoorbeeld met lockdown of zo. En dan op een gegeven moment gaan ze weer raids organiseren. Omdat ze dan denken, oh mijn god, dat is helemaal doorgeslagen naar de ene kant. Dit leidt tot enorme ontsporingen. Nou gaan we maar weer, de andere kant op. Dat is toch wel raar, want China is toch communistisch? Dan zou je zeggen dat de hele verhaal van de internationale is daar gewoon bullshit eigenlijk. Hoe bedoel je internationale? Internationale verbanden. Ja, dat is eigenlijk van socialisten. Maar de communisten hebben dat geloof ik ook. Van wij internationale communisten. We zijn elkaar broeders in de strijd, zeg maar. Hè, kameraden. Dan vind je het raar van de Sovjet-Unie. Dat die opeens China tot vijand... Ja, dat is een boel, want dat ook een communistisch land is. Weet je wel. Ja, Noord-Korea is ook communistisch. Maar ze hebben een erfopvolging van de zoon die... Ja, het is eigenlijk een monarchie. Het is natuurlijk niet des communisme. Nee. Het is natuurlijk allemaal maar een verhaaltje. Dat hele... Ideologie. Het is gewoon... Het is wel een helemaal bullshit natuurlijk, maar maar goed, waren er nog wat berichten? Want, je had hier aan verwant, had je nog een ander iets gepost, dat was over Japan, dat die
Oh, ja. De jeugd stimuleert om meer te gaan zuipen. Ja, ja. Omdat er weinig belasting binnenkomt. Ja. Dat is ook zoiets van, ja. Misschien gaan ze hier ook nog wel inderdaad stimuleren dat je alcohol gaat drinken en gaat roken of zo. Dat, ja, ik weet nog niet wat voor verhaal ze daarbij gaan ophangen, maar het zou zomaar kunnen. Ja, terwijl ik denk, dan kun je ook zeggen van... Dan kun je wat ze roken niet zoveel meer daar. Dan kun je ook andere dingen belasten. Gewoon sinaasappels en mandarijntjes en dingen die ze wel doen. Ja, gaat gewoon kijken wat ik weet niet wat ze doen. Ja. Ze spelen waarschijnlijk computerspelletjes veel. Nou, ga je dat belasten? Ik bedoel, ja. Accijns op de arcade. Nu maak je het dus heel simpel gedacht. Van oké, waar zitten de meeste accijns op? Ja, op drank. Ja, maar nu niemand drinkt meer. En nou, dan moeten ze meer gaan drinken. Ja, maar ik bedoel, ja. Af en toe als ik op de weg zit, heb ik ook het idee dat het met die snelheidsboetes, die zijn zo opgelopen dat je nou gewoon mensen met 90 op de snelweg ziet rijden van, oh mijn god, als ik maar niet, ik ga op zeker voor geen boetes. Mag je tegenwoordig weer 120 of is het nog steeds 100? Het is al heel ingewikkeld. Sommige plaatsen mag je 120, maar alleen na 7 uur, voor 6 uur, maar soms is het 130 en... het is zo ingewikkeld. Nee, 130 mag nergens meer, toch? Jawel. Gooi op de rem kan trappen, is het alweer 100 geworden. Tussen Den Haag en Schiphol. Mag je, want in Friesland zou ik niet weten waar je 100... Mag je ergens 130 in Nederland? Ja, er zijn nog steeds een heleboel. Ik rijd vaak op wegen waar je rijdt 130. Ik ben tussen Den Haag en Schiphol. Het is namelijk zo dat als er staat een bord 100 tussen 6 en 7. En dan is 130 het alternatief. Dat is gek. Want als het 120 is, dan staat het erbij. Er staat er 120 onder tussen 7 en 6. Ja, maar dat is wel gek. Want ik heb hier zo'n snelweg waar ik vroeger 130 op mocht. En nu mag ik dan tot 7 uur 100. En daarna mag ik 120. Maar er staat dan 120 bordje bij, hè? Er staat een 120 bordje bij dan. Ja, maar ik snap er helemaal niks meer van dan. Maar kijk, welke... die Friese, die moet gewoon extra hard aangepakt worden, die Friese. Dus die kan je geen 130 geven. Dan hebben ze het... Dan breekt daar gelijk de revolutie uit. Dus dat kan je niet hebben. Dan moet je onder de duim houden met 120. Maar ik zie goed, van die automobilisten voorbij scheuren, die rijden van naar meer dan 200 of zo. Nou, vroeger had je nog wel eens een Nederland Mobiel. Maar welke partij zit zich nou gewoon in voor dat we 190 mogen rijden op de snelweg? Dat zou de VVD moeten zijn, maar ja, we weten inmiddels dat we dat niet meer serieus kunnen. Wat is de libertaire partijstandpunt? Gewoon zo hard als je helemaal mag. Afschaffen, denk ik. Ja, maar ik sprak vandaag met een oudere meneer en die had een Corvette. En die zei, die was zo trots, hij zei, hij kan 380 km per uur. Oké. En ik zei zo van, zoveel kilometers hebben we niet eens in Nederland, zo groot is het. Maar ik zei, dan hangt er wel een helikopter boven je. Als je dat, dat kon inderdaad, dan moest je wel een beetje mee oppassen. Maar dus, zelfs in Duitsland is dat nog wel een uitdaging, 380 denk ik. Dan moet je echt wel s'nachts ergens en dan, Er was laatst in Tsjechië een man en die reed met een Formule 1 auto op de snelweg. Ja, ik zag het ook, ja. En die kon niet gearresteerd worden, kreeg geen boete, omdat in Tsjechië de wet op zo'n manier is dat zelfs als de politie dan een video ziet van iemand die dat doet, die man die had een helm op en dus kon hij niet geïdentificeerd worden. Wauw. Kijk. Dat was heel vroeger in Nederland ook zo, hè? Dan moest je inderdaad op heterdaad betrapt worden. Want anders kon je zeggen, dat is misschien... ik heb hem uitgeleend aan mijn broer of weet ik veel. Of die heeft hem weer uitgeleend. Nu is het gewoon nummerbord en dan staat het gewoon op jouw naam. Ook trouwens, als een dief hem pakt en die gaat een verkeersovertreding maken... Dan moet jij ervoor opdraaien, hè? Nee, maar die Formule 1 auto die heeft geen nummerbord. Nee, precies. Dus je moet gewoon geen nummerbord hebben. Dus die mag officieel ook niet op de openbare weg. Die mag niet op de openbare weg. Maar ja... Als ze hem niet pakken, dan pakken ze hem niet. Hè? Nee. Maar ik vraag me ook af hoe hard een helikopter gaat. Want als die man echt 380 kan rijden. Een helikopter die kan toch niet zo hard? Ja, weet ik niet. Ligt ook aan de helikopter. Misschien kun je de helikopter afschudden. Ja, maar dat kan je de helikopter. Dan gaat hij omhoog. Maar er hangen toch overal camera's op al die wegen. Dus dan, hij gaat ergens de snelweg af. Dan zie je deze afslag heeft hij genomen. En dan kan je toch helemaal
volgen. Volgens mij was het natuurlijk gewoon onder een brug en dan snel in een andere auto springen en dan daarmee verder. En dan laat je hem staan. Heb ik in een film gezien. Laat je die Formule 1 onder die brug staan of zo. En die rij je dan in een vrachtauto. Oh, de Formule 1 bedoel je. Ja. Die doet aan Kit denken. Het is wel lekker in een auto als je het over hebt om een vrachtwagen in te halen. Maar ik denk dan 380 km per uur, dan haal je ook niet lekker in. Nee, maar het libertarische standpunt hierover zou moeten zijn, de privé-eigenaar bepaalt. En die maakt daar, net zoals Albert Heijn, de regels bepaalt voor hun gangpaden. En ja, niemand vraagt zich af wat is de maximum snelheid van mijn winkelwagentje in Albert Heijn. Omdat, private partij zal een redelijke iets doen. Als ze het helemaal vrij laten en dan komen daar allemaal mensen die hele levensgevaarlijke dingen uithalen, dan is dat gewoon slecht voor het business. Want ze halen het meeste winst uit het volume van gewone gezinnetjes die daar naar een bestemming toe kuilen. Ja, ik denk dat een peage dat ook niet wil. 380. Hmm. Want dan kan de andere klanten gaan klagen. Ja. Aan de andere kant, wie wil nou een kras op zijn auto hebben? En niet alleen klagen. Ik denk, als jij gewoon rijdt en je wil een auto voor je inhalen en er komt iemand tot de linkerbaan achter je aanzetten met 380, dan je kijkt in je binnenspiegel, je ziet niks, je kijkt in je buitenspiegel, je kijkt nog een keer voor je, je zet je richtingwijzer uit en je gaat naar links en boem, die vent zit achterop je. 380 is zo'n groot verschil als jij met 120 gaat inhalen. Ja. Nou, dat zeg ik al, dan zit je echt niet lekker in je auto hoor, als je met zo'n groot snelheidsverschil er langs rijdt. Nee. Je ziet wel eens van die video's inderdaad. Dan denk je van, ja, dit is echt super link wat je nou doet. Want dan fluiten ze die auto's met 120 bij stilstand voorbij eigenlijk of zo. En dan 150. Want die rijden dan 100 en dan rijden dan 250. Ja. En dan een beetje slingeren er vaak tussendoor. Er hoeft er maar eentje iets naar links te gaan. Dat is ook een beetje dus de onbevangenheid van een jong iemand. Als jij 80 bent, dan ga je niet met 360 over de snelweg vlammen. Dat doe je als je 18 bent. Mm-hmm. Ja, maar die hebben vaak, en ze hebben wel goede reflexen natuurlijk op 18. Maar het is wel zo dat ze vaak niet realiseren dat er mensen zijn met slechtere reflexen die ook nog gewoon op de weg moeten komen. En de private weg-eigenaar die zou ook gewoon mensen van 70 op de weg willen hebben, zeg maar. Die heeft geen behoefte aan jongetjes van 18 die willen ze liever in de toom houden. Ik denk dat die heel snel geweest gaan. Ik denk dat hij dan gewoon een baan heeft voor mensen die super snel willen reizen en een baan voor mensen die langzaam willen rijden. Dat kan ook, inderdaad. Ja, tuurlijk. Dus je hebt een baan hier, mag je crossen en hier mogen alle oude mensen. Maar ik denk dat er ook die crossers, die willen gewoon een keertje hard rijden met een auto. En het maakt niet uit dat, die doen het liefst denk ik ook veiliger. Maar als jij een stuk weg hebt waar alleen voor crossers, een beetje een Nürburgring of zo. Ja, dan rijden ze elkaar aan kort, maar dat is hun probleem. Komen er naartoe en ze weten waar ze aan beginnen. Vroeger gingen we dan altijd, ik niet, maar een vriend van mij die vroeger, die had een, die kon had elke keer weer een nieuwe leasebak en dan ging ik kijken hoe hard die kon en dan belde hij mij op van, ik ga weer even rijden. Ik heb een nieuwe bak en dan ging hij s'nachts, gingen we even op een verlaten stuk snelweg kijken hoe hard dat ding kon, weet je wel. Dus, want dan was er toch niemand op die baan. Ja, maar dat geeft ook aan dat hij dan, hij wil graag hard rijden, maar hij wil geen risico's lopen. Nee. Dus dat ging dan gewoon s'nachts. Ja. Nou, dat kan ook zijn, hè, dat zo'n private wegmaatschappij zegt, nou, s'nachts kan je wel zo hard rijden of zo. Of in bepaalde conditie, als het heel, heel rustig is en er is bijna niemand. Dan, Maar de die heeft zich wel heel erg hard gemaakt, hè, voor om van 120 naar 130 te gaan. Dan hebben ze ook gewoon, ach man, je kunt er al die mooie plaatjes nog, dat ze allemaal met hele grote big smiles, staan ze daarbij en dan wordt dat bord van 130 onthuld. En wij zijn de automobilistenpartij en nou, er zijn best wel veel mensen die auto rijden. Dus dat is dan nog een behoorlijk... Misschien wat voor de LP. Ja, maar goed, nu gaan we 100 rijden op snelweg. Het is toch verschrikkelijk? Mm-hmm.
En ik heb het idee dat dat alleen maar erger wordt. Dat op een gegeven moment 90, 80, 70, dat wordt echt een kleuterachtige toestand. En zelfs in Duitsland was er een of andere mafkees. Die zei van, ja, als we nog gewoon de kachel aan willen hebben in de winter, nou, dan moeten we misschien maar minder hard gaan rijden. Ook zo'n valse tegenstelling natuurlijk. Ja. Van, en een van de, dat was Duitsland, hè? Dat land van de Wirtschaftswunder. De economische motor van de wereld. Hè? Die moeten allemaal in de kou gaan zitten. Ja, of wat minder hard gaan rijden of zo. Maar ja, ik vind dat dan ook heel erg. Omdat Duitsland is nog het laatste land eigenlijk waar je gewoon 200 kan rijden. Weet je wel. Maar dat is ook een beetje... Maar wel gevaccineerd met mondkapje. Dus dat is ook een beetje gewoon in het verlengde van de mondkapjesmaatregelen. Is gewoon signalen afgeven aan de mensen van... Beste mensen, uw levensstijl is niet houdbaar. Het moet anders. En gaat u dus maar wat langzamer rijden op de snelweg. En of jij dan die benzine gewoon kan betalen of niet, dat doet er helemaal niet toe. Iedereen moet gewoon langzaam rijden op de snelweg. Wat we ook kunnen voorstellen is dan van, als het nou gewoon... Voor het bewustzijn bedoel ik dan, hè? Voor het bewustzijn. Ja, dat begrijp ik, maar misschien is het dan wel een idee dat we gewoon 's winters de kachel niet meer aan hebben. En dat we gewoon 4 truien hebben en zo. Maar dat we dan wel 200 km per uur op de snelweg, misschien kan ik dat dan voorstellen. Nou, zou ik denk, kleine anekdote, dat is misschien leuk. Ik kwam hier te wonen in Servië en op een dag werd ik wakker en toen was dus de stroom deed het niet. En het internet deed het niet. En dat was voor mij best wel een shock, want dat had ik eigenlijk in mijn leven nog niet zo vaak. Ja, wel eens dat internet het een keertje niet deed. En ik ben natuurlijk ook opgegroeid de eerste 8 jaar van mijn leven zonder internet. Maar dat was toch wel lang geleden dat ik eens een keer helemaal geen stroom had en de koelkast die deed het dus ook niet. En dat is voor jou, dat is nu bij mij 3-4 jaar geleden. Ver voor COVID dat gebeurde. Maar toen had ik wel zoiets van, zo, wat een gebeurtenis was dat, weet je wel. En dat ik dat dan vertel tegen de buren hier zo. En dan zeggen ze, ja maar Yoshi, weet jij wel dat wij van 2000 tot en met 2015 hadden wij gemiddeld, laten we zeggen, 20 uur per dag stroom en 4 uur per dag niet. Omdat er hier dus sancties gelden en de economie was ingestort, dus ze konden het gewoon niet betalen. Nou, en dan heb je dus 20 van de 24 uur per dag heb je stroom. En dan ga je daar gewoon, dan ontwikkel je je op een heel andere manier. Als jij dat meemaakt, dat er ook een keer geen stroom is, zeg maar. Dus ik denk dat ze met al dit soort dingen van we gaan een extra trui dragen en zo, daar gaan ze er gewoon doorheen pushen. Niet omdat het allemaal zo nodig is, maar gewoon om... Net als een mondkapje om het bewustzijn van mensen aan te passen. Zodat ze een keertje op een andere manier naar de wereld gaan kijken. En denken van, goh, wat is het toch eigenlijk een bijzondere tijd waarin ik leef. Waarin ik meer luxe tot mijn beschikking heb dan een koning in de 17e eeuw. Dat is altijd het voorbeeld wat ik dan gebruik. Ja. Dus ik zie dat wel echt gebeuren. Dat er gewoon ook in Nederland deze zomer, of winter, sorry. Of Duitsland, of België, Denemarken. Ze allemaal een paar dagen zonder stroom gaan zitten. Gewoon voor het psychologische effect. Net als bij een mondmasker. Ja, dat je er even aan opgekomen. Dat gaan ze het helemaal uitleggen aan je. Ja, appa. Ik weet niet wanneer het gebeurde, maar... grip te kweken. Ja. We gaan maar weer verder, maar ik weet niet waar, wanneer het gebeurd was. Dus, ik denk in ieder geval dat het hele verhaal van ze gaan ons maar 130 laten rijden en dan krijg je een wat andere dingen om je oren. Ik denk eerder dat ze dat met drugs gaan doen. Dat ze zeggen, je mag fijn je cocaïne gebruiken of zo, of je heroïne of zo. Een beetje Brave New World-achtige kant op. Ik heb het idee dat het in Nederland altijd, we nemen al je vrijheden af, maar je mag wel een jointje roken. En heel vaak buitenlanders hebben over Nederland dan het idee dat het ontzettend vrij is in Nederland, want je mag er een jointje roken. Maakt niet uit wat de belastingen zijn of de boetes of de allerlei reguleringen voor als je een zaak wil openen. Je mag een jointje roken, dus het is vrij. Dat is dan... Ja, die marketing van Nederland, die is zo goed geregeld.
Overal waar je komt in de wereld zijn ze er helemaal idolaat op dat je Nederlander bent. Ook hier gewoon, als ik zeg ik kom uit Nederland, dan kan ik morgen met iemand trouwen. Want die denkt van, oh, ik word Nederlander. Ja. Volgende bericht is, even kijken, Wilders, die is kritisch op het plan voor luxe tax. Het moet niet gekker worden en wat zegt u nog meer? Meer belastingen nodig, maar juist minder. Hey. Ja, het gaat over de luxe watertax, of de water, dat waterprijzen een soort luxe belasting moeten krijgen. En dat doen ze natuurlijk om het verbruik tegen te gaan. Het is natuurlijk belachelijk dat bij bandbreedte bijvoorbeeld heb je dat nooit. Je hebt nooit dat T-Mobile zegt van hey, we gaan bandbreedte rantsoeneren of we gaan een campagne starten, wees wijs met bandbreedte. Nee, ze hebben gewoon een extra plan wat ze verkopen, wat dan duurder is. En ze compenseren, passen gewoon de prijzen aan, zodat ze al hun bandbreedte verkopen. En dat kan je natuurlijk met water ook gewoon doen. Het prijsmechanisme is de manier om schaarse goederen goed te distribueren. Maar hier beginnen ze gewoon weer belasting te heffen. Om, en dan zeg jij in het hoogseizoen in de zomer dubbel betalen ten opzichte van de winter. Voor water? Nee, dat hangt er vanaf hoeveel aanbod je hebt en hoeveel vraag. Kijk, als je dat zou doen, dan krijg je natuurlijk ook een soort arbitrage. Dat er partijen zijn die zeggen, nou, dan gaan wij in de winter gaan we water opslaan. En als de prijs in de zomer verdubbelt, dan heb ik een verdubbeling te pakken in 6 maanden. Dat is een goed rendement. En dan krijg je vanzelf dat dat weggearbitreerd wordt. Dus als je vrijheid hebt, dan kan je niet dat soort verschillen krijgen. Dan krijg je ook partijen die gaan gewoon vanzelf genoeg opslag faciliteren om, om die cyclus eruit te halen. Ja. Maar ja, de overheid wil natuurlijk altijd met heel veel belastingen. En het is al... Dat hele waterverhaal, ik hoorde laatst bij Toastmasters ook iemand had er een speech over. En die zei, ja, ik ben in de jaren 90 zat ik op school. Dus ik weet heel goed wat het is dat het water opraakt. Want toen hadden wij zo'n campagne over en zo. Ik zeg, nou, hey, ik zat in de jaren 80 op school. En wij hadden ook weeswijs met water. En wie je ook vraagt van welke generatie. Die hebben allemaal een weeswijs met water-achtige slogan gehad. En dat het op zou raken. En je zit hier verdorie in een rivierdelta. Je verzuipt in het water. Kan het natuurlijk nooit. Nou ja, als je maar genoeg van die datacenters neerzet. Die 10 liter water per minuut slurpen. Ook nog zoiets, ja. Dan gaat het wel een keer op natuurlijk. Dat geloof ik ook wel. Ja, maar dan moet je ook gewoon een prijs aan hangen natuurlijk. Zodat het... Maar slurpen die het op of komt dat water gewoon weer ergens terecht? Nee, die verbruiken dat voor de koeling. En die, en die stoot... Nee, dat dampen ze niet. Je kan het daarna niet meer drinken. Dan komt het er zit chemicaliën of zo zitten er al in, begrepen. Ja, ja, je moet het daarna weer niet meer uithalen dan. Ja, dat kan natuurlijk ook voor een paar... Dat moet dat zou je ook kunnen doen. Bijvoorbeeld als jij gaat zeggen van... Of zeewater. Nou, ik weet niet of ze zout kunnen, zout kunnen zendelen. Nee, weet ik niet. Dat gaat corroderen. Dat gaat waarschijnlijk alles corroderen. Maar je kan natuurlijk heel goed zeggen dat niet gereinigd zoetwater kan je bijvoorbeeld voor bepaalde toepassingen is het voldoende. Bijvoorbeeld voor besproeien heb je geen drinkwater nodig. En daar zou je ook met de prijs kunnen doen. Van, ja, je kan zeggen, nou, drinkwater is zoveel en sproeiwater of toiletwater is zoveel. En dan, dan doe je gewoon een eerste orde filtering erop. En dat kan dan veel goedkoper zijn dan drinkwater. Maar altijd met de prijs komt er vanzelf een oplossing daarvoor. Ja, nou, volgend jaar, de zomer is bijna ten einde, dus volgend jaar hebben ze weer een kans, dan gaan we weer zien. Ja, weet je wat het is? Ik geloof het allemaal niet meer. Als ik bijvoorbeeld een vriend van mij, die is naar Hongarije verhuisd en die betaalt 1/10 van de gasprijs, weet je wel. Ja. En,
Ja, en wij hebben al een enorm verschil dat België betaalt de helft. Terwijl wij zijn een gasproducerend land. En Luxemburg betaalt zelfs minder dan de helft. Maar ik bedoel... En Nederland exporteert naar België, dus waarom is het... Ja, hoe kan het dan de helft? Precies, inderdaad. Maar in Hongarije 1/10. Ik weet niet, hoeveel gas maakt Hongarije zelf? Of halen ze het naar Rusland of zo? Ik bedoel, hoe kan dat daar 1/10 zijn van hier in Nederland? Terwijl wij een gasproducerend land zijn. Merendeel van de gasprijs in Nederland is natuurlijk niet de prijs van gas. Nee. Hè, er zitten allemaal kosten en belastingen overheen die het zo duur maken. Precies, en dat is het gewoon, dat is het hele punt. Gewoon schaarste dikke lul, dus weer gewoon belasting erop zetten. En dan komt een prachtig mooi verhaal bij, van het kan allemaal opraken, het is allemaal, ja, weet je wel. En dan is het inderdaad van, wat is dan luxe gebruik? Dan is dan je tuin besproeien is luxe, neem ik aan. Ja, maar 10 minuten douchen is misschien ook luxe, dat kan ook in 1 minuut. Ja, daarom. Of, daarom je kan je... 2 keer per week douchen. En als je trouwens een maand niet doucht, kom je niet om van honger. Dus misschien is douchen überhaupt wel luxe, hè? Die bejaarden worden ook 1 keer in de week gedoucht. WC doorspoelen is ook de luxe. Ja, daarom is ook een prijsmechanisme. Ja, dat klopt inderdaad. Want die GroenLinks'er die zei dat. Die GroenLinks'er die zei dat, hè. Van als je doucht, dan moet je in de doucheput pissen. Want dat kan mooi tegelijk en dan bespaar je. En toen dacht ik vroeger ook, hè. En toen dacht ik daar even over na, over die GroenLinks'er. Ik dacht, nou, misschien heeft hij wel een punt. Maar waarom zou je het bij pissen houden? Dus toen ben ik ook gewoon, ik kan ook gewoon schijten onder de douche. Maar komt het dan wel door het putje heen? Nou, toen moest ik inderdaad ook een vorkje nodig om het door het putje heen te poppen. Dat dacht ik wel. Ik heb wat smetvrees, dus voordat ik voor die vork wil eten, moet ik die vork weer goed schoonmaken. En toen dacht ik, weet je wat, dat is wel een briljant idee. Waarom zou ik het bij pissen en scheiden houden? Ik kan natuurlijk ook de vieze vaat doen. Hè? Want zo'n vaatwasser, dat neemt ook stroom. Terwijl je doet. Dus ik neem gewoon mijn vieze vaat mee aan de douche. En als ik dat dan toch doe, dan kan ik ook mijn vieze onderbroeken en sokken mee. Nou, toen kwam ik wel achter dat ik heel lang aan het douchen was. Dat duurde bijna 1,5 uur voordat ik dan inderdaad gepist, gescheten en alles schoon had. En toen dacht ik van ja, misschien moet ik dan zo'n Filipijnse huishoudster over laten komen. Dat die dan samen met mij gaat douchen. Dat we het tempo erin kunnen houden. Snap je? Ah, ja. Dus GroenLinks, je kunt er wel wat om lachen, maar je moet wel met die Filipijnse huishoudsters opletten dat ze geen adamsappel hebben, hè? Ja, ik bedoel, precies, dat ze hun penis als oren dat leuk vinden. Identificeer. Maar dan, dat is voor de apenpokken. Precies, tegen ja. Maar goed. Ja, we waren bij Wilders gebleven. Van apenpokken terug naar Wilders. Wilde nog inhoudelijk reageren op zijn plan? Of, nee. Welk plan? Dat ze terugkomen. Dat ze vroeger terugkomen. Of welk hij zei iets libertarisch. Maar ja, het is natuurlijk verkiezingsretoriek. Weet je wat het is met Wilders? Ja, Wilders zegt iets heel normaals. Maar weet je wel, en dan krijg je gelijk sympathie natuurlijk ervoor. Maar ja, weet je wel, dat is dan... Is het verkiezingstijd of lijkt wel zo, hè? Ik vind het makkelijk scoren natuurlijk. Natuurlijk heeft hij gelijk, maar ik bedoel, ja, de andere partij is gek, dus ja. Maar die hele afweging tussen, wat is nou luxe, je tuin sproeien of langer douchen of... Bij het prijsmechanisme maken mensen gewoon zelf die keuze. Die zeggen van, oh shit, het wordt wel een hele dure waterrekening. Wat vind ik belangrijk? Nou, ik vind mijn tuin belangrijk, dus ik laat het douchen zitten. En iemand anders zegt, nou, ik vind douchen belangrijk, ik laat mijn tuin verlopen. En dat is gewoon de manier waarop je dat het beste kan doen. En niet gaan zeggen, well, ja, je mag maar zo lang douchen of zo. Dan inderdaad mensen die een uur lang hun tuin staan te sproeien, die... Je kunt het wel uitonderhandelen. Je kunt wel zeggen van, nou oké, dan wil je de tuin besproeien. Dan heb je bijvoorbeeld je demente oma heb je dan in huis, die verzorg je. En als je die dan een maand niet doucht, dan kun je bijvoorbeeld weer de planten water geven. Nee, of je zet die oma gewoon onder, ook naast de planten. Gewoon naakt in de tuin onder de rozen. Als je de tuin besproeit. Ja, of je, dat is wat die dinges wou, hè? Die Van der Wal of zo, die wou dan... die economen die bij Zomergasten zat, de wijf. Die zei dat we alles maar op de bon moesten doen. En dat was heel goed voor arme mensen, want die konden die bonnen dan verkopen.
En dan konden ze bijvoorbeeld een maand lang vlees eten, konden ze dan verkopen. En dan kan je dan misschien ook van mensen die dan een grote tuin hebben en die dan een tuin willen besproeien, die kopen dan wat van waterbonnen. Hè? En dan kan er zo'n arm gezin, die kan een maand niet douchen, maar die hebben dan wel geld om frikadel speciaal te kopen. En dan kan de rijkere buurvrouw, die kan dan de tuin besproeien. Hè? Dat soort dingen kunnen we dan krijgen. Ja, dat kan allemaal inderdaad. Het is, Maar minister Ollengren van D66 die wil een soort van EU breed einde aan online persvrijheid, want nepnieuws. Ja, ik denk dat mijn aankomende serie van Koning Wappie de laatste gaat zijn, want het wordt wel heel gevaarlijk nou, hè? Ja, de minister van waarheid, het is er. Het geluk van mij is dat ik dus niet in de EU woon. Dus wat dat betreft, als je wat vrijheid wil streamen, kom allemaal naar Servië. Maar weet je, ik ben heel bang juist voor. Ik wil heel graag meegaan in het romantische gedachte van de Albanië en Servië. Die zitten niet in de EU. En ik heb wel eens het idee dat ze op een andere manier gewoon die heersers daar gewoon proberen om te kopen. Die zitten net zo goed wat dat betreft in de EU, hoor. Want elke ambulance die rondrijdt heeft een EU-vlag. Ja, ja. De EU is verschrikkelijk en die moet weg. Maar ik weet niet of landen als Albanië en Servië gevrijwaard zijn van allemaal zakken geld die er naartoe gaan. Nee, ze tekenen daarvoor en dan zeggen ze, nou, koop voor ons maar 1000 ambulances en dan krijgen jullie, dan houden wij weer wat vluchtelingen tegen, bijvoorbeeld. Ik weet het ook niet wat er dan tegenover staat. Ze hebben hier ook een hoop mineralen in de grond zitten, maar die worden allemaal door China opgegraven. Dus. Dat is het einde van een empire. Als je loyaliteit moet kopen, dan heb je niet een vazalstaat die jouw geld opbrengt, die je afperst. Maar dan moet je hun loyaliteit kopen door te zeggen, nou Erdogan, als je nou die vluchtelingen tegenhoudt, dan geven we jou een miljard hoor. Kijk, nou dan is het hek van de dam. Dan komen opeens overal vluchtelingen uit alle hoeken en gaten en dan moet er overal dik aan betaald worden. En, Ja, die Erdogan die dreigt ook elke keer weer van, ik kan ook die vluchtelingen los laten gaan hoor. Ik heb hier 3 miljoen Syriërs en ja, zeg maar wat je wilt hoor. Ja, weet je wel. Maar weet je, het punt is, kijk, ik was ook zo blij met Brexit, weet je wel. En ik vond het heerlijk, weet je wel. Maar ja, daarna heb je die Boris Johnson en die zet de bevolking in de meest harde lockdown die je maar kan verzinnen. Ja, en dan komt al die corruptie weer via de WHO of via de United Nations, wat ben je ook een onderdeel van. Maar dan weet je al, dus je bent niet. Kijk, ik zou willen dat het dan probleem opgelost is. Hè? Je bent uit de EU, dus je komt in het Valhalla. Maar je hebt met Engeland gezien wat voor. Nee, maar ik weet nog wel dat die gasten van de Field bij mij waren. En dus had ik ook van. Ja, dat ik het zo'n shitland aan het vonden hoor. Dat ik vond dat het zo'n shitland geworden als Nederland. Dus andere landen hebben ook problemen hoor. Waar zou je dan naartoe gaan? Dat denk ik, nou, bijvoorbeeld Oekraïne. Binnen no time is gewoon Oekraïne helemaal vernieuwd. Ja. Alsof bij die Fiat ambtenaren die zeiden, jongens, we moeten Oekraïne even platwalsen. Want daar kunnen onze belastingsslaven naartoe ontsnappen. Ja, en Albanië heeft bijvoorbeeld ook, dat is allemaal uitgelekt met die vaccins en zo. Ja. Ja, maar die hebben wel die contracten gelekt. Volgens mij waren dat de enigen die contracten gelekt hebben. Dat is wel leuk aan dat soort landen. Dat ze daar niet zo ontzettend loyaliteit hebben. Dat kan ook gewoon omdat de minister misschien toch niet zo capabel is en gewoon per ongeluk het lekt. Dat het niet bewust is gebeurd, maar dat er gewoon iemand het heeft weten te ontfutselen, omdat die minister zo zat als ik weet niet wat. Maar hoe dan ook, er zitten gewoon een hoop lekken in zoiets. Het is gewoon niet zo rigide als en wat je ook bijvoorbeeld hebt met bijvoorbeeld Orbán, die doet dan ook elke keer weer wat van hem gevraagd wordt, maar die gaat wel dan heel erg dwars liggen en dan komt er wel een hele hoop poen naar zo'n land. Ja. En dat als hij dan zoiets heeft van, weet je wat ik doe? Ik zorg er niet voor dat een deel van die poen ook echt naar mijn bevolking gaat, want dan word ik misschien weer herkozen.
Of dat is dan weer makkelijker om ecologisch te worden. En dan gaat hij bijvoorbeeld de benzine naar 1,25 brengen en dat soort dingen. Dus, en daarna gaat hij weer dwars liggen. Dat hij weer een nieuwe zak met geld krijgt. En dan gaat er in ieder geval... Kijk, wij zijn netto betaler. Hè? Maar dat soort Oostbloklanden, die voormalig... Die krijgen netto weer wat meer. Dus die kunnen dan in ieder geval een tijd lang... En het punt is dat je dan andere landen krijgt. Die zien dat. Die denken van, hé, dat is mooi. Die krijgen steeds een smart geld nadat ze dwars gaan leren. Ik ga ook dwars leren. Ja, gaat Polen ook dwars leren. Ik wil ook wel een smart geld hebben. Ja. En dat brengt de zaak gewoon... En dan wordt de kosten voor die... Voor die harde kern, die worden steeds hoger. En op een gegeven moment gooien die de handen kunnen ringen. Want dan wordt het verzet daar groter. En aan de andere kant willen ze gewoon steeds meer subsidie hebben. En dat is waarom het instabiel is. En waarom het uiteindelijk uit elkaar ploft. Ja. Overigens staat hier nog even bij dat artikel over die licentie. Waar het om ging is. Onlangs kwam het Centraal Planbureau met een aanbeveling om nepnieuws op het internet tegen te gaan. Het CPB stelt voor om alleen aanbieders op het internet toe te laten die een vergunning hebben. Dat lijkt me een goed idee, zegt D66-minister. Oh, ja. Dus het is wel zo. Ik heb het idee, want we hebben die lui voor idee van het internet. Betekent dat niemand zonder een vergunning een e-mailadres mag hebben of zo? Of, heb je de afleveringen gezien met Arno Wellens van de afgelopen paar maanden? Die heeft een website opgedoken van het Europarlement. EU-parlement, en daar staan 303 wetteksten die in de komende zoveel jaar gelanceerd gaan worden, gelanceerd zijn, en hoe dat de voortgang daarvan is. Hmm. Nou, en daar komt dit soort spul ook allemaal in voor, waarin ze dus inderdaad gewoon het internetgebruik aan banden gaan leggen. En op een gegeven moment komt er dus een EIDAS, European ID, Digital ID, zoiets. En jij moet gewoon eerst inloggen of een internetaansluiting met een bepaalde code van jouw Europese ID. En anders dan bekijk het maar met je internet. Krijgt Vrijheid Radio dan nog een vergunning? Ja. Ja, ik denk het dus niet. Hè? Ja. Of je moet €25.000 betalen, dan kun je wel een vergunning krijgen. Dan krijg je net zoiets als een soort internetbewijs, dat je een rijbewijs hebt. Dat je dan een bewijs, een van goed gedrag. Die vergelijking gaan ze ook maken. Ja, op de weg heb je toch ook een rijbewijs nodig? Ja, waarom niet op de digitale snelweg? Ja, dat deden ze inderdaad met de experimentele gentherapie prikjes ook. Je hebt toch ook een rijbewijs? Ja. Nou, waarom wil je dan niet meedoen aan een medisch experiment? Je hebt toch ook rijbewijs, hè? Ik ben tegen een rijbewijs. Ja, het ging voornamelijk om de gordel, toch, van de auto. De rijbewijzen. De mensen willen toch ook een gordel gebruiken? Ja. Ja. Maar een van andere source van bullshit is natuurlijk dit. De World Economic Forum, die heeft ook een website. Ik denk dat deze binnenkort ook gedelete wordt, deze pagina. Ik denk dat al die mensen die op de World Economic Forum met een foto staan, gaan ze allemaal weghalen. Want dat was ook weer met die Finse minister-president die feestend op de foto stond. Ik weet niet of je dat er voorbij hebt zien komen. Ja, die doen niks anders als feesten. Die staat ook gewoon op het World Economic Forum website. En volgens mij is het gewoon één grote propagandashow. En dan, wat een leuke vrouw. Nou, waarom is er nou zo'n ophef? Nee, er is helemaal geen ophef. Er wordt geschreven dat er ophef is, zodat ze een keer over die vrouw kunnen praten. Ja, in ieder geval, the solution to online abuse, AI plus human intelligence. Yeah. Ja, dit was volgens mij op de Corbett Report ook eventjes voorbij gekomen. Mm-hmm. Of in ieder geval een deel hiervan, ik weet het niet precies, maar... dit is dus een artikel van het World Economic Forum waarin ze met een soort buzzwords een beetje de weg plaveien voor verregaande censuur op basis van, zeggen zij dan, AI plus human intelligence. Mm-hmm. Nou, dat is nu dus ook al. En in dit artikel wordt dan helemaal geschreven, ja, in de toekomst gaat het zo zijn, maar ze beschrijven eigenlijk gewoon de situatie van nu. Er is een panel van mensen en de AI die ziet een mes, bijvoorbeeld, ik ben nu gewoon letterlijk de Corbett Report aan het quoten, maar
De AI ziet een mes, maar wordt dat mes gebruikt om een sinaasappel te schillen of wordt het gebruikt om iemand dood te steken? Nou, vervolgens moet dan een mens moet die AI nog steeds voeden. En dat is eigenlijk, ja. Ja, het is gewoon, je wil niet zeggen dat, weet ik veel, de democraten bepalen wat er af moet en wat er op kan blijven. Maar je geeft de democraten een computer en de AI en die sturen ze dan slechts licht bij, een paar parametertjes en zo. En ja, uiteindelijk is het gewoon nog, ja, ik denk die AI helemaal niks doet, dat het gewoon nog steeds dezelfde personen zijn die er afgeknikkerd worden. Ik vind dit soort World Economic Forum artikelen overigens wel leuk om in de show te hebben. Want dan zie je dus hoe zij eigenlijk gewoon een marketingmachine zijn die helemaal niks zeggen. Als je die artikelen diep doorleest, dan staat er eigenlijk helemaal niks nieuws. Maar dan verwoorden ze het op zo'n manier dat iedereen er eigenlijk zoiets heeft van ja, dit is het helemaal en dit moeten we allemaal willen, weet je wel. En dan... Ja, het is wel bijzonder in zekere zin hoe dat ze dat op die manier al jaren weten te doen. Ja, het is een raar organisatietje ook. Het lijkt dat ze enorme investeringen hebben in al die bijeenkomsten en zo. Dat moet bakken met geld kosten. Maar ja, kennelijk krijgen ze ook voldoende met geld binnen om dit steeds verder te pushen. Nou, ze hebben, de World Economic Forum heeft in juni 2019 met de Verenigde Naties een overeenkomst getekend dat het World Economic Forum in opdracht van de Verenigde Naties gaat helpen bij de uitrol van Agenda 2030. Mm. Dus die schrijven gewoon een factuur voor al die artikeltjes. Mm-hmm. En die zijn gewoon een soort propagandamachine. En Klaus Schwab heeft dus de Verenigde Naties weten te overtuigen van ik weet welke buzzwords, you will own nothing and be happy. En de digital revolution, de fourth industrial revolution, dat soort woorden. Maar ik denk dat ze met die you will own nothing and be happy niet zo happy zijn. Want dat heeft een beetje verkeerde spin gekregen. Ja, omdat het is uitgelekt. Maar in de eerste instantie wordt dat uitgelekt. Ze hebben het gewoon gepubliceerd. Het stond gewoon openbaar. Ja, dat klopt. Alleen daar is niemand in geïnteresseerd. Dat wordt voor de grote massa bedoeld. Nee, dat wordt gepubliceerd en dan in zo'n World Economic Forum meeting laten ze zo'n filmpje zien en dan zeggen ze 2013, you own nothing and be happy. En dat is een zaadje planten in die beleidsmakers hun hoofd. En het is niet de bedoeling dat wij het hier bij Vrijheid Radio weten dat zo'n filmpje bestaat. Ja, maar waar het een beetje over ging geloof ik was ook van, de jongere generatie wil geen auto meer hebben, want die laten zich gewoon in de Uber rondrijden. En dat vinden ze makkelijker en ze huren liever, want dan kunnen ze zo veranderen. En eigenlijk willen ze helemaal niks bezitten en alles huren. Dat is natuurlijk onzin, want iemand heeft die dingen in bezit. Ook die Uberrijder heeft dan wel een auto in bezit. Ja. Maar het leek me eerder een beetje zo'n oppervlakkig, niet nagedacht verhaal van iemand wat meer beruchtheid gekregen heeft nadat het aan het licht kwam. Ik weet niet of dat nou een echt doel van ze is. Uiteindelijk volgens mij was dat meer gewoon een soort promofilmpje voor ingewijden die daar dan binnenkomen en dan begint de dag en dan, jongens, we gaan het hebben over de toekomst. Dit is ons introfilmpje, you will own nothing, be happy. En nu gaan we het hebben over CO2-tax en het niet bezitten van auto's. En kijk, volgens mij hun hoofdagenda, dat is inderdaad die 2030 en dat gaat over stakeholder capitalism. Dus niet meer dat de eigenaar van een bedrijf eigenaar is, de aandeelhouder, maar dat de logische eigenaar, als je gewoon kijkt hoe iets logisch verloopt, je begint een bedrijf, je bent 100% eigenaar, je verkoopt een gedeelte, dan is dat aan iemand vrijwillig en dan wordt die een gedeelte eigenaar enzovoort. Dus de echte eigenaar. En zij hebben meer van, ja, maar wacht even, de klanten hebben ook en het milieu heeft er een inspraak in hebben en de overheid en de vakbonden. Eigenlijk wat wij in Nederland al een beetje hebben, dat de ondernemersraad bij elkaar gekonkeld wordt eigenlijk, door niet door de aandeelhouders, maar door een trio van aandeelhouders en de overheid en vakbonden of zo. En daar willen zij ook naartoe, dat er steeds meer stakeholders bij komen. En dit is een verwatering van het eigendomsrecht van bedrijven. Ja. Maar ze willen nog niet helemaal, denk ik, naar you own nothing and be happy to. Volgens mij is dat nog een brug te ver, lijkt mij eigenlijk. Nou ja, je hebt nu al die wet in zo aangenomen. Die wet in Nederland is al aangenomen, dat er is nog niks mee gebeurd.
Maar die wet die gaat er doorkomen dat je kunt gewoon je huis uitgezet worden voor vluchtelingen. Bevolking, hè? Ja, dus je kunt of dat je gedwongen wordt om vluchtelingen aan te nemen. Ja, dat je vluchtelingen aanneemt, maar het kan zelfs zijn dat je het hele huis wordt geconfiskeerd. Ja. En het kan ook zo zijn dat je ook nog verplicht bent om, als je dan zit en die mensen opneemt, dat je ze met jou, moet ze gaan voederen en verzorgen. Nou, dat is al, als die wet al aangenomen is, dan betekent het dus dat jouw bezit, jouw woningbezit, wordt gedoogd. Dat is gedoogd. Ja, ik zie daar wel een leuk verdienmodel in. Dat was sowieso al zo, hè? Ja, want als jij belasting niet betaalt, WOZ, dan word je er ook uitgeknikkerd. Dus het wordt ook... Oké, maar ik vind dat nog papier in. Maar nu heb je het echt over vorderen, hè? Dat is wat op papier is de bankeigenaar, totdat jij je hele hypotheek hebt afgelost. En dan kan je niet zeggen, dat is terecht, want daar heb je vrijwillig aan toegestemd. Ja, natuurlijk. Een hypotheek. Maar dan zijn wij eigenaar. Ja, maar er zijn ook mensen die hebben hun hypotheek afbetaald, maar die hebben ook nu deze wet om hun oren. Ja, oké. Maar jongens, sowieso is eigenaarschap in Nederland sowieso al niet absoluut. Maar dan nog is alles eigenlijk van de koning. Het hele Koninkrijk de Nederland is in feite van de koning. En wij zijn eigenlijk maar horigen. Daar komt het feitelijk om neer. Tuurlijk, zo is het. Eigenaarschap wordt gedoogd. Ja. Als de overheid het wil, dan kicken ze je gewoon zo van je land af. Ik denk overigens wel, als het zo is, dat als ze echt huizen gaan vorderen, dan moet je inderdaad weg uit Nederland. Dan moet je dat huis laten vorderen en zeggen van... En dat is natuurlijk ook niet de eerste keer dat dat in de wereldgeschiedenis gebeurt. Dus ik heb zelfs gehoord van mensen die meerdere keren alles achtergelaten hebben, de deur achter zich dichtgetrokken hebben, heel nieuw bestaan opgebouwd in Cuba. Was dat een of ander land, gingen ze weg. Communisten kwamen daar. Moet hier weg, laat alles achter. Gingen naar Cuba toe, voor de revolutie. Weer alles opgebouwd, boom, weer de sjaak. Nou, in Tsjechië heeft dus die wet niet aangenomen, of dat verdrag van Lissabon, 2007 was dat geloof ik. Dan ging er om een bepaalde mensenrechtenpagina, stond er iets over, ik weet niet precies wat erin stond, maar het kwam erop neer. Kijk, die Tsjechen hebben 3 miljoen mensen onteigend, het land uitgeflikkerd, na de Tweede Wereldoorlog. En zij waren bang dat er nog mensen waren die dan gingen claimen van, ja, dat is gewoon mijn huis, weet je wel. En daarom hebben ze een bepaalde mensenrechtenpagina niet getekend met het verdrag van Lissabon. Ja, daar is het gewoon gebeurd. Hè? Ik ben daar geweest 2 keer, maar daar zijn gewoon steden volledig ontvolkt. 3 miljoen mensen. Dat is gigantisch. Ja. Ik zie er overigens wel een leuk verdienmodel in. Ik ben even die naam aan het zoeken van die tegenstander van Poetin, die ze in zo'n hondenhok hebben opgesloten. Okay. Dan kun je zo'n hele batterij aan hokken neerzetten. En dan trek je elke maand €2000 per vluchteling die je herbergt. En dan zorg je ervoor dat ze maar €1000 kosten. Nou. Ik denk dat ze allemaal regels gaan doen. Ik denk als je slechte wifi hebt, dat die mensen nog mogen klagen. En ja, precies. Bij de staat. En dat ze dan bij jou op bezoek komen. Van waarom heb je geen goede wifi geregeld voor... Zou kunnen, ja. Ik vrees dat zij meer rechten hebben dan jij. Ja, ik denk dat zij dan wel elke dag mogen douchen. En jij... En jij maar 5 minuten. En dat die Oekraïners jou dan gaan verraden. Hij heeft 10 minuten gedoucht vandaag. Ja, bro, over jou heen vissen, dat is je douche dan. Als je daar dan samen mag douchen om water te besparen. Hè? Je kunt wel van de nood een deugd maken natuurlijk, hè. Even die Oekraïnse foto modellen en daar moet je dan verplicht mee douchen. Oh, dat zou ik niet erg vinden. Maar... Van de overheid. Maar we gaan even verder. Alec Berenson. Alex Berenson, wie kent hem? Ik ken hem. Oké. Voormalig New York Times reporter. Ja, een beetje uitgewerkt. Toen, het was een bewierookte journalist. Die gewoon ook echt een journalist bleek te zijn. Een beetje Glenn Greenwald type. Ja. Van fuck you propaganda, ik ben een journalist. Ze bestaan nog. Verdwijnt en uiteindelijk op Substack eindigt of zo. De enige plaats. Hij heeft zijn Twitter-account weer terug. Hij was verbannen omdat hij daadwerkelijk feiten postte.
En toen is hij daar de strijd aan gegaan van wat heb ik dan misdaan? Nou ja, toen bleek uiteindelijk bij die rechtszaak kwam naar boven dat hij Twitter het moest doen omdat het van het Witte Huis afkwam. Ja, en dit is natuurlijk een heel hekel punt, want er is een First Amendment in de Amerikaanse Bill of Rights, waarin staat dat jij vrijheid van meningsuiting hebt en de overheid mag jou niet het zwijgen opleggen. En wat eigenlijk iedereen al vermoedde is dat de overheid via die bedrijven mensen het zwijgen oplegt. Maar dan zeiden ze, ja, het is een privaat bedrijf, die kunnen doen wat ze willen. Dat is hun beslissing wie er op hun platform wordt toegelaten. Maar nou blijkt dus duidelijk dat het gewoon een indirecte manier is om die... Om mensen het zwijgen op te leggen. En je doet het via bedrijven, dus dan kan niemand er wat van zeggen. Dan valt het niet onder de Bill of Rights. En de Amerikanen zijn de hele tijd al met dit soort dingen bezig. Hè? Want bijvoorbeeld de Federal Reserve, die mag geen, hypotheek opkopen. Ja, maar dat doen ze dan niet. Want ze hebben een entity opgericht. Die koopt die hypotheek op. En zij lenen alleen maar geld uit van de Federal Reserve aan die entity. En dan worden formeel kopen we nog steeds geen hypotheek op. Maar iedereen zegt eigenlijk, ja, de Fed is hypotheek aan het kopen. Want ze lenen geld uit aan een toko die alleen maar hypotheek opkoopt. Een sokpuppet-achtige toestand. En ik heb het idee dat, ja, de overheid daar heel veel via die sokpuppet werkt. Misschien dat ze ook wel het Second Amendment van je mag een wapen bezitten. Dat ze dat ook zo gaan doen. Want als bijvoorbeeld BlackRock alle huizen opkoopt. Want die zijn druk bezig alle huizen op te kopen. Omdat steeds heb je een speculatiegolf. Iedereen gaat met een dikke hypotheek in de huizenmarkt. Dan gaat de rente omhoog en dan worden ze allemaal geliquideerd, die mensen, als de zaak crasht. Dan komt BlackRock erin. Die krijgt een hele dikke lening van Federal Reserve Money. En die gaat al die huizen oplopen kopen. En die kan natuurlijk op een gegeven moment zeggen van, ja, als je ons huis wil huren, prima. Maar mag je geen wapen hebben. En dan kan de overheid zeggen, ja, hoor eens. Een privaat bedrijf, die kunnen regels stellen die ze willen voor een huis. Die kunnen ook zeggen, je mag er geen wiet in telen en geen drugs in verbouwen en geen vuurwapen in hebben. En dan kan je via sokpuppet-achtige toestand, kan je dit soort dingen omzeilen. Ja, goed, het is toch duidelijk als je gewoon... wie wilde nou niet de president van Amerika als klant? Weet je wel, in principe. En heb je een hoop volgers. En dan flikker je de president van Amerika flikker je van Twitter af. Vanwege een flauwekul rijden. Dat klinkt al niet heel commercieel. Dat klinkt niet commercieel, nee. Ja. Oh, is hij bij Trump? Of nog niet? Ja, dat komt zo meteen ook nog, denk ik. Ik zie het, ja. Ik was er even afgeleid. Overstapje zo makkelijk te maken. Ja. Hij is trouwens weer terug op Twitter, hoor, de Alex Bernstein. Dus ja, ik zou zeggen, volg hem gewoon. Ja, ik ben zelf nog niet terug op Twitter, dus... Oh, ben je van Twitter gegooid? Oh ja, dat zei je. Ik heb nog nooit op Twitter gezeten, maar als ik al hoor dat mensen die eraf geflikkerd worden omdat... Ja, gewoon zorgen dat je meerdere, net als Facebook... Zorgen dat je meerdere accounts hebt. Als je niet eens mag zeggen dat een man niet zwanger kan raken, dan nou... Oh jee. Ik heb heel veel vrienden die hebben gewoon meerdere accounts. En die zeggen gewoon van, als je een tijdje niks van me hoort, dan zit ik op dat andere account. Dus volg die ook even. Dus ik ken er eentje die heeft 5 accounts, andere heeft 4 accounts. En elke keer als je weer geband wordt om iets, dan... En Twitter die zegt, oh, we hebben miljarden volgers, miljarden gebruikers. Ja. Het raar is dat ze dus zeggen, het gaat over die bots, maar dan ze hebben dus een heleboel bots erop zitten, maar echte mensen zoals mij, die worden eraf gehoord. Ja, maar die bots, dat is ook de reden dat Elon Musk ermee gestopt is met Twitter, hè? Officieel wel, maar ik weet niet wat dat nou is, maar... Nou ja, kijk, dat is het hele punt van als je kijkt naar al die haat die bij bijvoorbeeld... als je naar bij Willem Engel een post, je gaat kijken naar die comments en dan zie je allemaal negatieve posts. En dan ga je kijken wie zijn dat en dan zie je gewoon hele van die lege accounts, weet je wel. Ja, ja, dat zijn van die bots. Dat is bij Facebook tenminste, dat zie ik aan mijn Facebook. Facebook, ook. Ja. Facebook heb je ook wel eens inderdaad, dan komt er een vriendschapsverzoek, dan check je dat even uit. En die hebben dan 3 foto's van zichzelf of zo en voor de rest...
Ja. Ja, maar als ik echt een heel raar bericht zie van iemand die heel agressief in één keer van, oh, je bent een wappie en dan ook helemaal beside the point, dan denk ik van, oké, die zal wel geïnstrueerd zijn om dat soort dingen van, en dan ga je klikken erop, was wel een keer en grappig. Dan is een leeg account. Ja, maar het was ook een keer iemand die, er was iemand die zei van, die op zo'n klimaatverhaal zat hij van, het is verschrikkelijk die zomers in Nederland tegenwoordig, in de jaren 90 hadden we nog gewoon normaal weer, maar het is allemaal zo erg en het lag er zo dik bovenop. En, maar de reactie van die gozer, die was van, nou ja, dan ga je toch gewoon bij de Poolcirkel wonen. En toen kreeg je daar een soort scheld van, ja, jij bent een wappie en een klimaatontkenner, terwijl hij had het daar helemaal niet over gehad. Hij had gewoon gehad van, ja, als je hier te warm vindt, kun je gewoon naar een koudere plek verhuizen, weet je wel. Dus ze zaten helemaal niet over, ik ben... Ze horen allemaal dingen die er niet gezegd worden. Nee, precies. Dus, en toen ben ik ook even... Als ik dan doordruk, dan zie ik inderdaad geen werk, geen geboorteplaats, geen verblijf, geen niks. En zo iemand heeft dan ook geen vrienden. Dan staat er misschien een foto van een hond op, als je geluk hebt. En dat is het, weet je wel. Dus het zijn allemaal, ja, er zitten zoveel van die fake lui gewoon te trollen. En dan heb ik ook wel het idee, ik denk dat ze dat vooral ook in die coronatijd, vooral in het begin heel heftig hebben gedaan. Want ik dacht van, ik heb nog nooit zoveel haat. En ook mensen die echt naar mijn thuis, mijn homepage gingen om dat te gaan haten. Weet je, ik dacht van, nou, wat een moeite. Onderschat de hypnose niet, Jan-Marc. Want het is echt, die mensen die dit maar dan zou je er. Je ziet te vaak dat je gewoon iemand ziet die heeft geen vrienden, heeft geen werk, heeft geen opleiding, heeft geen woonplaats. Nou, dat vind ik gek. Je zit op Facebook. Ja, maar er zijn ook maar genoeg mensen. Er zitten trollen tussen die gewoon ingehuurd worden. Dat kan niet anders. Maar een echte troll die heeft juist wel een woonplaats en een opleiding en een familie. Ja, als het echt een goede troll is, ja, dat die helemaal ingedekt is. Zoals kennen jullie Bram Willem op Facebook bijvoorbeeld? Nee. Ja, dat moet je maar eens volgen. Die heeft mij ook één keer een filmpje van mij geplaatst en toen ben ik hem tegengekomen. Hij had mij al gevriend en volgens mij is het gewoon een NCTV-medewerker. Dat is geen account die door één persoon wordt bijgehouden. En die plaatsen non-stop filmpjes van de wat dan ook. Boerenprotesten, coronaprotesten, alles wat er maar tegenkomen. Maar dan met een beetje een randje eraan. Hè? Een narratief erin verwikkeld. Waardoor dat er dus elke keer weer mensen daarop getriggerd raken. En die zeggen dan, ja, maar wij verkopen die petjes gewoon omdat er gevraagd wordt of dat wij die willen verkopen. Dus dat wij daar dan €5 op verdienen en bla bla bla, weet je wel. Het gaat altijd om geld bij die Bram. Van ja, zij verdienen hieraan en zij vragen zoveel euro per kaartje voor hun evenement en allemaal dat soort onzin. Ja. Maar dat is dus wel een volledige account die... Ja, oké. Want het is natuurlijk heel dom om het niet te doen. Maar niet iedereen drukt door. Hè. Mensen reageren gewoon op een. Ik ben daar zo'n figuur. Ik heb ook heel veel van die Bengaalse vriendinnen allemaal heb ik. Nou, die zien, de een is nog mooier dan de andere. Ja, en dan vrienden, dat zijn altijd een paar Nigerianen. En ze handelen allemaal in i-guldens. Dus ik weet het, het zijn mijn beste vrienden. Oh, oké. Ik heb voor Jurjen alleen maar de mannen. Jij hebt wel de vrouwen. Bij mij zijn het altijd vrouwenfoto's. Ja, ik krijg heel veel vrouwen. En het begint heel vaak met van, ik vind dat je zo'n leuk comment hebt. Ja. Maar ze gaan niet heel erg op in. Ik denk dan, ben jij in anarcho-kapitalisme geïnteresseerd of zo? Of, En soms staat er eronder van iemand anders, daar staat er precies dezelfde tekst onder. Dat heb ik ook al gezien. Ik vind dat jij zo'n leuke comment hebt. En dan iemand anders, ik vind dat jij zo'n leuke comment hebt. En dat gaat helemaal precies hetzelfde. Ja. Nee, wel grappig. Maar ik vind wel, want via Peter ben ik ook weer gekomen bij een libertarische haatsite uit Amerika, dacht ik dat het was. En Peter die reageert daar dan op, weet je wel. Wat ik er leuk aan vind, is van, ik bedoel, libertariërs stellen gewoon in wezen helemaal niets voor in de wereld. Hè, wij zijn 1% of 2%.
Maar van, toch hebben we een haatzaak. We hebben nooit er is geen land in de wereld waar wij macht hebben. Of, waar wij ook maar één zetel veroverd hebben. En Lieberland dan. En Lieberland dan. Ja, ook, maar weet je, ik voelde me in één keer heel belangrijk. Want we worden gehaat. Dus we doen het toch toe. Weet je wel? Het is echt dan... Ja. We zijn goed genoeg om te haat gehaat te worden. Ja. 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 Maar de CBS, we zaten nog een beetje in het nepnieuws, hè? Nederland is het. CBS. Nee, dit is Amerikaanse CBS. Oh, CBS. Oh. Ja, Christian Broadcast. Oh nee, dat is een CBS. Central Broadcast Station. Ja. Ja, het is steeds over CIA staan, inderdaad. Central Broadcast Station is het, ja. Push a study blaming climate change for rising childhood obesity rates. Ja, en ik had het eigenlijk gepost in met de voorgaande berichten van dat er allemaal nepnieuws zou zijn. Ja. Ja, maar dit mag het is, dan. Het is niet helemaal nepnieuws, want ik geloof wel dat naarmate er meer gesproken wordt over klimaatverandering, worden er ook meer mensen obese. Maar of dat er nou echt een verband zit tussen die twee? Ja, ik denk dat dat ook met een cultuur te maken heeft, denk ik. Hè? De kinderen die de dag voor de tv zitten en allemaal suiker eten. Ja, nou, ik weet niet hoe het bij de rest van het land is geweest, maar in Friesland hebben ze gewoon de speeltuinen afgezet met rood-wit-wind en sportscholen dichtgegooid. En ik had kinderen die 5 keer per week gingen sporten, want die hebben in Jong Oranje gezeten met waterpolo en die konden helemaal niets meer, die mochten helemaal niks meer. Ja, maar het heeft niks met klimaatverandering te maken. Dat je niet meer mag bewegen van de overheid en niet meer mag sporten. Ja, dat de mensen dik worden. Dit is COVID. Dit is COVID. We hadden het over klimaatverandering. Ja, maar het is wel. Dus je hebt nu gewoon dikkere kinderen. Ja, ik wel. Ze mochten helemaal niet meer bewegen. Ja, maar toch niet door klimaatverandering? Nee, niet door klimaatverandering, nee. Nee, maar dat is een mooi verhaal. Dat klopt, dat klimaatverandering. Die hartaanvallen komen ook door klimaatverandering. Dus klopt allemaal. Wat is nu de klimaatverandering? Vinden ze nu weer dat het warmer wordt? Want ik heb ook nog een tijd meegemaakt dat ik ben zo oud dat ze zeiden dat er komt klimaatverandering, we gaan aan de ijstijd. Wat is nu het verhaal? Op het moment wordt het droger erdoor, maar als het dan een hele overstroming is. Nou, ik denk jij te laat bent, Peter. Jij bent weer te laat, want ik zag vandaag weer een huilbericht van er komen enorme plensbuien en dat kan tot een enorme ellende leiden met wateroverlast. Dat is weer de nieuwe scare. Het mooie is dat je jij bent weer te laat, Peter. Nee, je kan zeggen klimaatverandering droogte Europa en dan krijg je een bewijs daarvoor. En dan enorme overstromingen, krijg je ook bewijs voor. Want ik weet nog wel dat er in Limburg waren van die overstromingen, net toen jij daar was, Leon. Je was er vaak na, geloof ik. Toen waren er overstromingen geweest in Limburg. Dat was ook klimaatverandering. Dus het geeft zowel te veel als te weinig water. Ja, daar is de sluis opengezet. Maar dan ben ik wel benieuwd van... worden kinderen obese doordat het warmer wordt? Droger? Natter? Of kouder? Nee, of allemaal? Dat maakt niet uit, het is maar veranderd. Het narratief tegenwoordig is dat het weer extremer wordt door klimaatverandering. Ja, inderdaad. Dat, Daar worden kinderen dikker van, hoor. Nou, weet je wat ik ook zo leuk vind met dat extreme weer? Weet je, krijg je ineens zin in zoetigheid. Nee, maar weet je wat voor extremiteit een keer op het RTL Nieuws werd gezegd bij het weerbericht? Van, we hebben heel weinig stormen meer in Nederland. Dat is extreem. We hebben extreem weinig stormen. Het is gewoon heel rustig weer. Dat is heel extreem. Weet je wel? Extreem rustig dus weer. Dat is ook... Extreem rustig. Extreem rustig is ook extreem. Ja. Oh man. En toen kreeg je daarna... Het extreem maken natuurlijk. Ja. Hè? Want als het dan één dag niet geregend heeft. Ja, het is extreem droog. Maar de volgende dag regent het. Ja, het is extreem nat. Ja, er zijn geen regels toch daarvoor? Nee, je kan er alle kanten mee op. En dat is natuurlijk het hele punt daarmee. Dat je neemt gewoon een puntje eruit. En het is ook zo, je kan door nieuws kan je iets heel extreem laten lijken. Want
dat is, meestal zeggen mensen, ja, maar je ziet het toch echt dat het weer extremer wordt. En dat komt natuurlijk omdat ze er gewoon steeds op hameren van, we hebben een recordje te pakken. En het recordje is, dat is dit is de warmste dinsdag in september waarbij het in een schrikkeljaar is of zo. En dan denken mensen, oh mijn god, weer een record gebroken, warmterecord. En ja, dat is een beetje de truc waardoor mensen inderdaad het confirmation bias krijgen van, ja, inderdaad, nu je het zegt. Ik heb ook, vroeger hoorde je mensen nooit klagen over 30 graden warmte of zo. En nu hoor je ze vaak 30 graden, oh man, oh wat een weer toch. En dat komt omdat de hele media is daar over bezig. Nou, kijk, het weer was altijd wel het onderwerp waar mensen het altijd over hadden. Hè? Zeker als je helemaal niks te melden hebt, nou, dan ga je maar over het weer lullen. Dus... Ja, ik moet nu toch heel even iets toevoegen, want dit artikel spreekt er namelijk ook wel over dat het bericht van de CBS, waarin ze dus climate change aanwijzen als oorzaak voor obesitas, wel een enorme pushback kreeg op Twitter en in andere journaals. Want we lezen dit bij de New York Post en die zegt dan, bij Fox News gingen ze er lekker in. En zo waren er nog een aantal nieuwsdingetjes die dat dus hebben opgepikt en belachelijk hebben gemaakt. Ja, ik denk dat er inderdaad wel aardig wat mensen zijn die doorhebben van de wilde spinnen worden bozer, paarden worden dikker door global warming. Dat je op een gegeven moment, ik hoorde laatst een podcast, daar hadden ze een spelletje in. Zo, ja, je kunt alles doen, typ maar in, global warming en penis. En ja hoor, global warming gaf kleinere penis en minder potentie of zo. Dus ja, je kan het maar, als je global warming cheese, nou daar kan je iets over vinden. En zo doen ze dat gewoon. Het is helemaal flooding the zone met propaganda artikeltjes. Niemand gaat het controleren of spinnen bozer worden in werkelijkheid, want het is gewoon niet te controleren en daar valt geen eer aan te behalen. Ook als je dat ene artikeltje dan weet te ontkrachten na 3 jaar research. En de hele hij is de man die aantoonde dat spinnen niet bozer werden. Ja. Ja, dat is gewoon zonde van je tijd en geld. Dus, en het haalt nog niks uit, want dan zeggen mensen nog steeds van, nou, maar paarden worden wel dikker. En dan ben je weer 3 jaar verder voordat je daaruit bent. Dus ze blijven gewoon de hele flooding de zone met dit soort artikeltjes. En dan zeggen de mensen op een gegeven moment, ja, je kan het toch echt zien hoor. Je kan het, nee, ik zie het, je kan het echt zien. En als je dat niet ziet, dan ben je een denier. Ja. Dat is het werk van het World Economic Forum. Om dat soort artikeltjes non-stop te lanceren in allerlei NGO's die ze hebben. En allemaal dat soort marketing. Met een hoe zeg je dat niet, marketing? Het is wel een soort marketing. Lobby. Gewoon lobbyen voor overheden, bedrijven en dat soort dingen. En de truc die ze ook vaak doen is dat soms willen de grote media zich er niet aan wagen. Bijvoorbeeld was met dat Steele dossier van Clinton die Russische Trump die had Russische prostituees ingehuurd om op Obama's bed te plassen of zo. En dat vonden ze allemaal een belachelijk verhaal eigenlijk. Maar wat ze dan vaak doen, en de CIA, oud-CIA heeft dat ook toegegeven, dan hebben ze iemand bij de Zambia Times zitten, die hebben ze gewoon helemaal in een pocket, want die heeft een keer wat fout gedaan en daar hebben zij foto's van. Foto van Epstein Island. Ja, hebben ze een keer prostitueën afgestuurd of weet ik veel wat. En dan zeggen ze de Zambia Times, hey, jullie zijn bij de Zambia Times, jij moet even dit schrijven, dat spinnen bozer worden door, of dat het Steele dossier of zo. En dan gaan ze alsnog met naar de Foxen en de CNN's toe. En dan zeggen ze, ja, je kan nou berichten dat de Zambia Times heeft bericht dat dit en dit gebeurd is. En het voordeel daarvan is dat je dan niet liegt. Dus je als media zegt, ja, wij zeiden alleen maar wat de Zambia Times zei. Net zoals Fauci nou alleen maar zegt, ja, ik gaf alleen maar de science door aan de president. En je kan dus je geloofwaardigheid nog behouden, want je kan altijd terugtrekken naar het veilige bastion. Van, ik gaf alleen maar door wat ze in de Zambia Times zeiden. Ja. Maar dat met die penissen en de climate change, toen daarna kwam dan het verhaal. En ik gokte er al op dat ze kleiner werden. Goh. Ja. Jij ging even kijken of ze groter werden. Dus het kan sowieso dus geen niet, ja, kan geen opwarming zijn. Climate change krijgen allemaal een grotere, maar... kan geen opwarming zijn. Maar dat geldt dan voor de nieuwe generatie dan natuurlijk. Ik bedoel, mijn...
Mijn penis. Normaal als het kouder wordt, dan word je krimpt die toch? Nee, die van jou gaat nou krimpen, jammer. Hij gaat nog krimpen. Ook kan zoiets. Oh, dat wist ik niet. Nee, maar ik dacht dan hebben wij, zeg maar, wij oldtimers, wij hebben nog gewoon een grote... Oh jee, ja. Zeg je, maar die nieuwe generatie, die moet het dan met een soort... Ja, ik heb nog een penis van voor de climate change. Die ook nog COVID steriel is dan. Die krijgen dan een soort van clitoris dat zich identificeert als penis. Je zou zeggen, als het warm wordt, dat is zoals Afrika, dan krijg je een African-sized penis krijg je dan, toch? Ja, maar daarom, het kan geen opwarming meer zijn, want dan... Dat is inderdaad raar. Hoe verklaren ze dat dan? Dat mensen rond de evenaar... Inderdaad. Nee, vertel het eens, ja, Mark. Wat bedoel je precies? Nou ja, het is toch wel bekend dat de negervolken, die staan toch bekend om een grote piemels ten opzichte van, Aziaten schijnen weer een kleinere te hebben. Nee, maar daartussenin. Ze groeien ook niet, hè? Heb je daar wel eens, weet je het verschil tussen een bloedlul en een vleeslul bijvoorbeeld? Nee. Nee? Nee, wat is dat dan? Echt waar, niet? De ene die groeit en de andere niet. Dat is een verschil in textuur, zeg maar. Dus er zijn, de meeste westerse belangrijke die hebben een bloedlul die groeit. Hè? Als die in erectie gaat, dan groeit die veel. Maar bij mensen met een vleeslul, zoals ze dat dan noemen, groeit die penis niet als ze opgebruiken. Die wordt niet meer groter. Dan wordt die niet groter. Ja, oké, okay, maar wat heeft het te maken met dat is niet zo. Ze staan springen naar pijn, pijn de rug. Als zij staan springen naar pijn, dus in extase zijn van een mooi vrouwenlichaam, dan lijkt het heel groot. Maar dat is net zo groot dat het bij jou zou zijn, dat jij naar een mooi vrouwenlichaam. Ja, ik heb geen idee. Ik weet het van waar ik het vandaan heb. Op Raptinfi. Die had het daarover. Maar heeft hij jou nooit iets over lezen en bloedwil verteld? Ja, die had nee, die heeft ze niet afgehad. Ze zei gewoon van, het is nou wetenschappelijk lezen. Ja, dat is echt waar. En ze had een beetje een zwak piek. En die ging helemaal uit het dak. En die stonden op en die gingen juichen. En er waren van die mannen die tegen een vrouw zeiden, I told you so, I told you so. Oh. Ik ben overigens heel blij, want Johan ligt er weer uit. Dus ik ben blij dat dit verder op de stream te zien is. Ik ben nog in beeld als het goed is. Hey, maar Aziaten schijnen relatief door de bank genomen de kleinste piemels te hebben. Of ze nou groot, ik weet niet, ja. Weer meer hersenen hebben die. Dus ze zijn ook het hoogste IQ te hebben, dat is dan wel raar. Dat is een soort van. Inderdaad, de een of het ander. De volken met de hoogste IQ, wij zitten daar ook tussenin. Wij zitten zo op 100 en die Oost-Aziaten hebben inderdaad een iets hogere IQ. In Afrika meten ze de laagste IQ's. Maar het is inderdaad van. Bij het uitdelen van IQ of penis, dan konden mensen kiezen. Denk ik, dat was een soort. Nee, ik denk dat de eerste. Dat de penissen zijn uitgedeeld. En dat het IQ zich daaraan aanpast. Gewoon van, als je dan een hele kleine penis hebt, ja, dan moet dat... Dan moet je ze om kunnen lullen. Dan moet dat IQ zo'n kleine penis. Ja, inderdaad. Dan moet je behoorlijk hoog IQ hebben. Ja. Terwijl als jij zo'n grote penis hebt, hoef je eigenlijk niks meer te zeggen. Eigenlijk niks te zeggen. Ja. Dan ben je broek te laten zakken. Ja. Dan ben je... Dan heb je laat gewoon even zien wat de waarheid is. Heb je ze overtuigd. Ja. Ik heb hier voor de echte Nederlanders... En dat is een hele goede Darwinistische uitleg eigenlijk. Wat jij hier hebt. Er was nog een verhaal in vandaag dat ik op de Telegraaf tegenkwam. Dat was het artikel. Gambia ontmoedigt Britse vrouwen om naar Gambia te komen voor seks met jonge mannen. En dit is natuurlijk ook gewoon product placement. Het is eigenlijk van de VVV van Gambia. Is het gewoon een... aanvraag. Even kijken hier. Telegraaf. Gambia roept Britse vrouwen op. Kom niet naar ons land om seks te hebben met jongere mannen. Ja. Dus die oude Britse vrouwen die waarschijnlijk ambtenaren zijn. Dat is maar één reden waarom je naar Gambia komt.
En die, dus die Gambiaanse mannen, die hoeven helemaal niks te zeggen. Die hoeven waarschijnlijk geen woord te wisselen. Dat is net zoiets als dat men zegt van, kom niet naar Amsterdam om wiet te roken. Ja. Ja, het is inderdaad, ook kon je wiet roken in Amsterdam, dat is de hele truc. Hè. Ik ken ook die mop van die president die dan in zo'n Afrikaans land uit de vliegtuig stapt. En dan vragen ze de journalist als eerste vraag aan hem van, zo gaat hij gelijk weer de hoeren toe hier. En dan zegt hij, zijn hier ook hoeren? En dan komt het volgende dag in de krant, eerste vraag president, zijn hier hoeren? Dat is een goede setup. Zijn er in Amsterdam fietsers? Dat is de volgende. En zo ja, dan zijn ze niet inclusief. Want er is een Amerikaanse deskundige geweest. Een infrastructuurdeskundige. Oh jee, ja. Ja. En die merkte al meteen op dat het Amsterdamse fietsverkeer was niet inclusief voor immigranten. En andere huil dingetjes. En waarom is dat? Lees voor. Ja, dus die kunnen niet fietsen, hè? Wat denkt hij dan waarschijnlijk? Ja, ik kan er niet op, ja, ik kan er op klikken, maar dan krijg je meteen paywall te zien. Ja. Ja, er staat een voorstuk dat Amsterdammers zijn gewend dat buitenlandse bezoekers zich vergapen aan alle fietsers en dat als heel vooruitstrevend ervaren. Een Amerikaanse mobiliteitsdeskundige die de hoofdstad onlangs bezocht, trok echter een andere conclusie. Volgens haar sluit de dominante fietscultuur immigranten en mensen van kleur uit. Dus ja, die hele dikke zwarte dames, die denken van, oh, dat kan ik nooit voor elkaar krijgen op zo'n fiets zitten. Dus dit ik heb een Marokkanen nooit horen klagen over fietsen, hoor. Dus die zijn er behoorlijk dol, toch? Ja, maar niet om op te rijden dan. Nou ja, hoe moet ze hem anders meenemen? Ik denk dat ze op een schouder meenemen, zo'n fiets. Dat is een grapje. Ja, nee. Nou ja, maar ik vind het nogal beledigend. Dit doet mij een beetje denken aan van... Negers zijn lui. Nee, maar dat... Ze zijn te lui om te fietsen. Nee, maar die zegt, ze zijn gewoon te dom om te fietsen. Dat is wat hij zegt. Ja, negers kunnen niet fietsen. Dat is wat hij zegt. Maar ik bedoel, dat komt mij een beetje over als van... Dat is omdat ze zo'n grote lul hebben. Dat werkt gewoon in het zadel niet. Maar niet omdat ze te dom zijn. Ja, dan neem ik toch alleen een stok. Ik kom tussen de spaken, wil je zeggen. Maar... maar anyway. Ja. Ja, had ik je even helemaal tuk, hè? Logisch helemaal klem gezet. Zo vrek, die buik gewoon even gelijk. Dat is natuurlijk het probleem. Ja, maar anyway, dit is bijna net zo'n verhaal als van die Republikeinen die willen dan dat iedereen een paspoort heeft om te stemmen en dat vinden ze dan racistisch. Ja. En de verklaring is dan van, ja, negers weten niet hoe ze met internet om moeten gaan. Dus die kunnen geen paspoort aanvragen. Ja. En daardoor sluit je ze uit, want ze zijn gewoon te dom om met het internet om te gaan. En het grappige is, zijn zij zogenaamd... Ja, Nigeriaanse prinsen en zo. Ja, maar het grappige is, zij zijn dan de partij die niet racistisch is, zeg maar, de democraten. Hè? Zij zijn dat niet. En dan zeggen ze dat soort dingen. En dit vind ik een beetje in dezelfde lijn. Ze zijn gewoon stom om te fietsen eigenlijk. Kunnen ze niet. En daardoor zijn ze uitgesloten. Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, in Amerika is een automobielcultuur. Want elke 10 meter dan neem je de auto voor. En dat sluit ook bepaalde mensen uit. Maar ja. Wel een beetje onzin. Iedereen zit allemaal naar externe oorzaken voor zo'n falen te zoeken. Ja, volgens mij is er gewoon een potje voor. Dat je gewoon, dat het aangemoedigd wordt bij een krant. Ga iets schrijven over inclusiviteit of zo. En dan, er zou sowieso een potje voor zijn om gewoon dat de hele tijd maar over inclusiviteit en mensen die slachtoffer zijn. Vandaag zijn er zoveel positive cases zijn. Elke dag was dat het nieuwsartikeltje. En volgens mij krijgen ze dan inderdaad gewoon betaald. Als je elke dag het aantal cases vermeldt en daar een artikeltje over schrijft, dan krijg je zoveel voor betaald. Jongens, dat is toch gewoon hoe het werkt in de media. Als ik,
als ik in de cryptowereld, nou moet ik wel zeggen, ik ken dan wat mensen die daarmee bezig zijn in de cryptowereld. Maar zo zijn dat dus ook in de gewone journalistieke wereld mensen bezig. En die hebben bureautjes. En als jij een artikel over crypto wil hebben, dan zeg je, nou hier moet het over gaan. Dan schrijven zij er net als een soort World Economic Forum een half verhaal omheen. Waardoor het nieuws lijkt. Je hebt gewoon een boodschap te vertellen, maar het lijkt dan nieuws. En dan ligt eraan hoe groot je het wil hebben. Maar voor 15.000 euro heb je in de cryptowereld een wereldwijd gedeeld bericht. Maar is het nou zo, want ik kom niet zo vaak in Amsterdam. Maar is het nou onleefbaar voor buitenlanders en voor mensen met een kleurtje? Want heb je die daar niet, omdat ze daar gewoon door de fietscultuur worden geterroriseerd, zo dat ze daar gewoon niet meer kunnen leven? Hoe zit het daar in Amsterdam? Ja, volgens mij komt dat omdat dit is een Amerikaan. En die hebben natuurlijk wel heel veel van die dikke mensen. Volgens mij is dat het probleem, niet zozeer de huidskleur. Er staat ook niet echt expliciet de huidskleur bij genoemd, toch? Of ja, dat niet in het link. Nou, dat noemde Johan net op. Wat, ja, wat, maar Johan kan het ook niet lezen, want hij dacht erop Oh, die verzint dat gewoon. Oh, nou zit ik op nepnieuws gewoon hier. Ik vond het gewoon iets bij de titel. Ja, oké. Nou, dan schiet het niet op, jongens. Maar wat is de oplossing? We weten dus ook niet wat de oplossing is. Oh nee, er staat wel inderdaad. Volgens haar stelde dominante fietscultuur immigranten en mensen van kleur uit. Dus dan zeg je inderdaad mensen van kleur niet kunnen fietsen, ja. Ja, dat stond sowieso in de titel, hè? En Oekraïners kunnen en niet over fietsen. Andere kleur, toch? Nee, mensen van kleur en migranten. Immigranten hebben niet altijd een andere kleur. Nee, maar ook zijn allebei lul. Dus Oekraïners die kunnen niet fietsen en buitenlanders en niet, Afghanen ook niet. Buitenlanders die kunnen gewoon niet fietsen. Nee. Nou ja, ik moet wel zeggen, Amsterdam fietsen is misschien wel een ander verhaal. Dat is niet makkelijk. Ja, je moet gewoon schijt hebben aan de verkeersregels, anders overleef je het niet. Ik bedoel, ik heb daar gewerkt en dan loop je over de stoep. Maar dan word je helemaal omvergereden door fietsers. Dus dan ga je maar op het fietspad lopen, want ja, daar fietsen ze niet. Maar ja, dan rijden allemaal taxis. Dus ja. Nou, het is wel zo, bijvoorbeeld bij de Tour de France zie je heel weinig mensen met van kleur. En heel veel sporten, loopsporten, zijn negroïde mensen die zijn dominant. Ja, met basketbal, voetbal ook wel. Heb je ook weer klasses in, want je hebt sprinters die hebben enorme dijbenen, maar die Ethiopiërs die kunnen heel goed marathon lopen. Ja, maar die zie je bij de Tour de France ook niet. Maar dat komt omdat ze bij het water halen, worden ze achterna gezeten door leeuwen. Het zijn vaak lichte, lichte mensen die bergen op moeten, Colombianen en zo. En maar bijvoorbeeld zwemmen ook. Volgens mij zijn we nou zwemmen wel bekend, jongens. We zijn nou wel nu van YouTube afgegooid waarschijnlijk. Dan krijg je in ieder geval geen vergunning als het ervan komt. Ja, maar kijk, de Tour de France fiets is nog niet hetzelfde als even een paar kilometer naar de Albert Heijn in Amsterdam. Hè? Maar wat is nou de oplossing van dat wijf? Wat wil je eraan doen dan? Een regenboog fietspaden. Allemaal met auto's gaan rijden in Amsterdam. Alsof dat beter maakt. Was deze Amerikaan mogelijk gemaakt door een of ander automobielbedrijf? Maar het is wel gek, want dat fietsen, dat is heel erg van, hè, we zijn heel erg met het klimaat bezig, dus iedereen moet fietsen. En we moeten allemaal een soort China worden, waar iedereen fietst en niemand een auto kan hebben. We kunnen gewoon allemaal niet betalen. Niemand moet een auto hebben en een paar mensen hebben een elektrische auto en moeten allemaal op die kutfiets. Ja? En nou komt er dan zo'n wijf die zegt van, het is niet inclusief. Ja, het is godverdomme nooit goed met die kutlinkse idioten. Ja, maar we moeten allemaal op de scooter. Ja, misschien is dat ze wel een step, elektrische stepcultuur. Dat het gesponsord wordt door de die je niet bezit, maar die je met een app dan kunt huren. Ja, huurt van een of ander wc-bedrijf, wat ooit naar de beurs gaat. Ja. En die migranten kunnen er ook op, want zo'n elektrische step of zo'n elektrische scooter heb je dan. Dat kan elke debiel. Welk volk in Nederland zie je altijd op de scooter? Ik wil niks zeggen, maar... Met een bond. Vaak met z'n tweeën, hè? Lekker dicht tegen elkaar aan. Ik weet niet. Is er nog een ander bericht, Johan? Of is dit... Ja. We hebben hier iets over... even kijken, hoor. Over insecten, mieren, maden eten is goed tegen kanker, want er zitten meer antioxidanten in. Nou ja, zegt dan onderzoek. Nou, dat is iets wat ik meteen geloof. Want als je nou kijkt,
naar alle troepen in een Mac, Big Mac? Nee, dan een Suderans. Dat wordt hier gezegd, Suderans. Ja, maar zodra ze die insecten gaan kweken, Yoshi. Ja. Kijk, nu, als je nu een insect eet in het wild. Ja, dat is waar, ja. Ik was ergens anders juist, dat er heel veel, heel veel parasieten en bacteriën in insecten zitten. Zodat wij, als we die gaan eten, heel veel ziektes kunnen krijgen. Op zich is sprinkhaan is al heel lang een delicatesse in de, menselijke geschiedenis, zeg maar. Waarschijnlijk werd die vroeger ook wel gegeten. In die verhalen in de Bijbel was het toch vooral een plaag. Want die sprinkhanen die kwamen Maar Johannes de Doper die had in sprinkhanen, geloof ik. Ja, dacht ik. Of dat was een van die profeten, die had Eigenlijk inderdaad wat je moet doen als er zo'n sprinkhanen plaagt, komt hij al je graan opeten. Dat je weer een groot net over die sprinkhanen uit moet gooien en dan eet jij gewoon die sprinkhanen op. Dan heb je alsnog de graan te pakken, zeg maar. Ik denk als ze echt willen dat wij insecten gaan eten, dan moeten ze gewoon ervoor zorgen dat het lekker is. Je gaat er uiteindelijk om smeken, omdat je die biefstuk niet meer kan betalen. Ja, precies. Als het maar goedkoop genoeg is ten opzichte van dat vlees, dan is het op een gegeven moment in verhouding om het lekker genoeg te laten zijn om het toch te gaan eten, denk ik. Ja, zo zullen ze wel rekenen, ja. Heb je wel sprinkhaan gegeten, Yoshi? Ik heb wel eens sprinkhaan gegeten in Roosendaal, in een restaurant. Dat is een Mexicaans restaurant, ben even de naam kwijt. Oké. Daar had ik een tegoedbon. En toen ben ik daar een keer gaan eten en daar stond ook, daar kon je 6 sprinkhanen. In zo'n portie. Het was een soort tapas restaurant. Oké, was het lekker? Nou, het is een soort... het heeft eigenlijk weinig smaak volgens mij. Het ligt eraan welke kruiden je erop doet. Het is net een beetje als een aardappelchips. Het hangt vanaf waar je het in dipt eigenlijk. Ja. Het is gewoon knapperig. En het enige vervelende is dat je een hoofd ziet waar je in moet bijten, zeg maar. Oh, dus je eet echt met hoofd en al? Ja. Oh, ik heb het nog nooit gegeten, dus... Nou, een keer in Roosendaal. Ik kan wel even kijken hoe het heet hier. Nou, nee, ik denk niet dat ik er achteraan ga, hoor. Maar, ik denk dat het allemaal niet zo heel bijzonder is. Dat was ook om stoer, stoer te doen, hè. Dat was om stoer te doen, want we gingen met het werk. En toen, ik zou wel eens even sprinkhanen bestellen, weet je wel. Nou, en dan, maar ik was er niet van ondersteboven. Ik kan mijn proteïne wel uit andere shit. Ja, maar ik heb wel eens een keer eskadoos gegeten en dan het proeft als mosselen, maar dan zonder die zeesmaak. En dan heb je inderdaad een heel sausje erbij en alles om het op te leuken, maar ik denk dat het ook vooral is. Ik denk inderdaad dat die beesten niet zoveel smaak hebben van zichzelf. Het is meer dus de gedachte en het zicht. Het is gewoon, je bent niet gewend om iets te eten waar het kopje nog op zit, zeg maar. Ja, garnalen, kleine visjes. Maar vind ik ook nooit lekker, garnalen eten. Ik vind garnalen wel heel erg lekker. En, maar bijvoorbeeld heb je ook van die kleine visjes die je helemaal opeet. Die grote garnalen, daar haal je wel het hoofdje vanaf voordat je het eet. Ja, oké. Die kun je die kop nog leegzagen als je wil. Ja. Ja. Oh. Nee, maar goed, en je hebt natuurlijk kreeft en zo. Maar, Sowieso. Ja. Maar ja, kreeft kreeft heeft wel een smaak, hè. Kreeft is wel echt, als je dat eet, dan word je vrolijk. Ja. Maar ik had ook van die woestijnvolken, die hadden inderdaad problemen met sprinkhanen. En die gingen ze dan met... Je kon dan een zand omhoog gooien en dan kon je ze op die manier vangen. Maar dan vraten ze ook op en dan kon je er nog een beetje profijt van hebben. Levend, gewoon zo in één keer? Of nee, bij de frituurt? Dat denk ik wel. Ik weet het niet hoe dat ze het eet. Het is gewoon een oprechte vraag, ik weet het niet. Ja, misschien kun je ze ook wel kijken. Ik heb wel eens gehad, toen gingen we met school op een excursie en gingen we wat lopen. Verschrikkelijk is dat trouwens. Kan ik iedereen afraden. En die vent die zei van ja, je kunt zeepieren, kun je levend eten. En dan had er eentje op, maar die hebben pootjes. Dus die voel je kruipen in je slokdarm. En als ze naar buiten komen ook. En hij zei van, als je ze langdurig hoort, voelt kruipen, dan is er iets mis met je maagzuur. Dan heb je te weinig maagzuur, zoiets. Oké. Okay. Dus, hoe oud was je toen?
Het was je onder de 10? Nou, ja, 14 misschien. Oh, nou, dat is toch goed blijven hangen. En, ja, en wij konden hem dan ook eten. Heb ik niet gedaan. Dan weet ik dat er niks mis is met een maagzuur, want ik heb er eerder last van. Maar ik moet er niet aan denken. Gadverderrie. Ah, net als, ja, maar weet je wat het is? Ik vind het eigenlijk niet zo. Weet je, kijk, zo'n koe eten is ook gewoon zo'n lieve koe. Die zo lief uit de ogen kijkt. En zo'n stomme springkraan, daar heb ik geen flikker mee. Er zijn heel veel insecten die haat ik eigenlijk, zoals muggen. Als je die zou kunnen opvreten op een of andere manier, dan heb je nog iets aan. Dat zijn gewoon kutbeesten. Dat is precies wat jij zegt. Nou, dat is een goede opmerking. Want als je zo'n koe in zijn geheel zou voor je gezicht zou zetten, dat je er zelf het vlees af zou moeten snijden om jouw stukje. Maar bij die koe krijg jij een mooi bereid stukje. In de koekast van de supermarkt liggen de biefstukjes klaar. En je ziet die hele koe niet. En dat is wat bij springhanen, omdat het een heel beest is, stond dat mij wel een beetje tegen dat je die link zo maakt. En dat begrijp ik, maar ik heb minder met een springhaan dan met een koe. Ja, maar een koe ziet er niet zo uit als een biefstuk. En die springhaan, die ziet er wel precies uit als een springhaan in vet. Ja, maar ja, dat gaan ze natuurlijk aanpassen door die dingen te malen en dan pasta van te maken. Ja, en dan dan krijg je een soort hamburger. En dan, Het is nou zo dat de Burger King in Duitsland, die vraagt als jij een Whopper bestelt, normaal of met vlees? Dus normaal is zonder vlees geworden. Ja. Nou, wel eens, wat Joosje zegt, zou het misschien best wel eens kunnen zijn als wij allemaal zo zouden leven als in de middeleeuwen, dat we ons eigen varken en ons eigen kippen en alles. Misschien zouden we dan wel minder vlees eten, puur om dat we er meer een waarde aan hechten. Omdat het inderdaad, nee, dan zouden we meer vlees eten. Ik bedoel, meer? Ja, want je moet dan gewoon solo en van heel gezin een hele koe slachten. Dus daar zit je daar gewoon een paar maanden mee. Ja, en dan zul je het ook moeten gaan verkopen gedeeltelijk. Ja, of je moet een vriezer hebben, dan moet je het helemaal Ja, inderdaad, dan moet je het allemaal invriezen. Dus dat zit in de vriezer vol. Kan er geen brood meer bij. Ja, maar wat daar vroeger gebeurde als jagerverzamelaar, ja, dan had je ook een hele eland geschoten en dan kon je niet in één keer opeten. Nee, dan nodigde je ervan, iedereen uit en iedereen at ervan, maar dan stond er wel een vinkje open qua schuld. Van, had je nog geen koelkast, bedoel je? Ja, en dan doe je het eigenlijk met... Dan doe je het met schuldbewijzen eigenlijk. Dus degene die dan de prooi heeft geleverd, daar staat dan een schuld naar over van al de anderen. En als die dan weer een prooi vangen, dan kan je dat weer wegstrepen. En niet dat helemaal zo bijgehouden wordt, maar als iemand nooit iets vangt, en wel altijd mee eet, dan zijn er mechanismen om hem eruit te shamen of zo. Ja, maar als je bijvoorbeeld een kip hebt en je hebt die eieren, gebruik je ook. En dan slag je die kip, dan heb je weer geen eieren. Misschien ga je daar wel over nadenken of zo. Dat is de reden volgens mij, dat schuld nog zo goed werkt. Nu ook vandaag de dag nog als geld, we hebben eigenlijk schuldgeld. Het is eigenlijk alleen maar dat geld wordt in existence geleend uit het niets. Maar door de lener, die heeft een schuldgevoel over dat hij een lening is aangegaan. Daarmee voelt hij de mentale verplichting om die schuld terug te betalen. En daarvoor te werken. En daardoor geeft geld waarde. Maar de reden dat ze volgens mij schuld gekozen hebben als basis voor geld, is omdat het prehistorisch gezien schuld gewoon ingebakken zit in ons. Want je moet altijd naar de gemeenschap jouw schuld aflossen. Dat is heel belangrijk. Maar wat je vroeger wel had met een koe helemaal slachten, waar aten die koe ook helemaal op. Hè? En er waren dan ook delicatessen als je de hersenen op had of je had iets. De ballen. En wij eten nu, ja precies, maar we eten nou maar een heel beperkt gedeelte van die koe. Ja, dan geven we misschien voor hondenvoer, maken we dan nog die andere dingen. Maar wij zijn afgeleerd. Wij hebben onszelf afgeleerd om eigenlijk die hele koe te gebruiken. Dan weet jij niet wat er in de kroket zit, vriend. Oh, dan zit het dan, oké. Jij eet vanavond, ik weet niet wat je vaak eet, maar
als een kroketteneter bent, dan eet je eigenlijk de rest. Ja, en het grappige is dat de rest, dat waren vroeger, waren dat bijzondere delen waar ze bijzondere gerechten mee maakten. Dus dat was helemaal niet. Een tijd lang was stierenballen eten en daar werd je mannelijk van, weet je wel. Maar zelfs met de Tour de France, toen de Tour de France net bestond, toen het was de eerste doping die er was stierenballen. Maar mocht dat dan niet? Of want doping in op, ja, op een gegeven moment mocht dat niet. Want ik heb iemand die sneller kon fietsen. En dan, ja, maar dat ligt aan die stierenballen. Nou ja, daar is het begonnen, zeg maar. Ja. Ja, wat ik leuk aan de Tour de France. Ik heb gehoord dat vroeger de Tour de France weer dag en nacht doorgereden. Je had gewoon een parcours. En je moest maar zelf kijken of je ergens ging slapen of niet. Dat lijkt me superleuk. Dus race op houten wielen. Race op houten wielen. Houten wielen ook nog, ja. Ja, en als je fiets stuk ging, dan moest je zelf een smid zoeken en moest je hem zelf maken. Maar die smid mocht je niet helpen. Er was dus ook een etappenwinner of een toerwinner, die werd gedisqualificeerd omdat de smid zette zijn voet op de blaasballer. Dus hij werd geholpen. Maar ik vind het wel leuk, zeker in die moderne tijd. Want als het één etappe is van 1500 kilometer of 2000 kilometer, dan kun je ook elke keer zien waar iemand is. En als iemand voor ligt, dan kan het wel spannend zijn. Want misschien heeft hij wel lang niet geslapen en dan wordt hij weer ingehaald. Dat lijkt me veel leuker. Het is heel slecht dat ze hebben afgeschaft, vind ik. Want, ik vind, misschien kunnen ze zo'n Tour de France misschien wel erbij houden. Zo'n tweede alternatief. Gewoon helemaal doorgassen. De maand van Frankrijk. En dan moet je gewoon 30.000 kilometer in de maand fietsen. En dan moet je zelf maar, dat is 1000 kilometer per dag. En dan moet je maar oplossen hoe dat je doet. Ik denk dat het te maken heeft met de komst van de tv dat ze het afgeschaft hebben. Of dat het op de radio uitgezonden werd of zo. Dus toen kwamen ze erachter, ja, mensen gaan 's nachts niet luisteren of zo. Zou zomaar kunnen, joh. Hebben we er nog eentje? Ja. De Reef is weer teruggekomen. Terug van weg geweest. In Florida. Oh ja, deze had ik erin gezet. Nou, weet je, de reden waarom ik dit gedaan heb is van... kijk, wij mogen niet meer douchen. We mogen niet meer auto rijden. We mogen niet meer reizen. We mogen ons eigenlijk niet meer voorplanten. We mogen helemaal geen kut meer. Want de planeet huilt. En de overheid die trekt zich dat heel erg aan, hè, dat de planeet huilt. Maar wij produceren te veel CO2, daarmee wordt het warmer en daardoor zijn er geen ijsberen. Dat dacht niet aan alle nucleaire testen die ze deden. Nou, daardoor zijn er geen ijsberen meer en daardoor wordt het Great Barrier Reef wordt steeds kleiner. Nou, blijkt dat Great Barrier Reef schijnt met 30% toegenomen te zijn en er is een ijsberenplaag. Maar dat doet er allemaal niet toe, we moeten alsnog... En dan ga je kijken, wat doet die overheid nou zelf? Nou, ze kappen dus bomen. En ook flink ook, hè, de natuurgebieden worden gesloopt. En er was zo'n verhaal van in Schotland dat ze zoveel bomen gingen kappen, want er moesten windmolens in de plaats. Maar ook dat ref. Marine schepen die als een zo'n oorlogsoefening doen, dat ref, in dat, de oceaan. Riffen vinden ze ook heel belangrijk. Riffen. Want het Great Barrier Reef, hè, zou eraan gaan door de opwarming. Nou, anyway, is allemaal niet waar. Werd ook allemaal gezegd van die bacteriën die kleur geven nu in die riffen, die kunnen ook hetere temperaturen verdragen. Want dat heb je ook rond de Evenaar bij Indonesië, prachtige riffen. Het is alleen dat sommige bacteriën gaan dood bij een bepaalde zuurtegraad of misschien bij een bepaalde temperatuur. En dan komen er andere en dan herstelt het riff weer. Maar goed, wat hebben ze nou gedaan in Florida? Ze hebben daar miljoenen autobanden in zee geflikkerd op kosten van de belastingbetaler. Nee, half miljoen. Oh. Een half miljoen maar. 700.000, nou, bijna een miljoen. En dan zou er een riff op ontstaan, maar het blijkt dat die koraal houdt niet van autobanden. En die autobanden die spoelen weg en die komen op stranden. En die komen ook in andere riffen die natuurlijk zijn. En daar richten ze ook schade aan. En dat is dus wat. Maar dit is dus bewezen. Is een ecologische ramp. Maar dit is niet een vaag verhaal van dat wij de CO2 met CO2 de temperatuur omhoog brengen. En daarmee de ijsberen slachten. Dit is gewoon daadwerkelijke. Het zijn daadwerkelijke milieurampen, net als het kappen van bossen. Dat zijn allemaal meetbare schade van de overheid die zogenaamd zo ontzettend geïnteresseerd is in die planeet. Dus dat vind ik dan weer een...
een mooi verhaal. En nou moet het leger, moet geloof ik, die banden eruit halen. Oké. Okay. Ja. Een deel. Een deel hebben ze eruit gehaald, ja. Wat ook weer geld kost. Nou ja, en dan moet je dus gewoon zeggen, van onze fouten leren we en dat doen we niet nog een keer. Denk het niet, maar... Ja, ja, ze zijn banden... die bossen aan het kappen nou, dus ja, ja. Ja, dat weten we dan over. Dit was 1970, dus dan over 50 jaar komen we erachter en zeggen we, goh, misschien was het niet handig dat we al die bossen overal kapten. Ja. En dat weten we dan over 50 jaar. En tot die tijd ben je gewoon een nou ja, ik had er een hele zin voor verzonnen. Met science. We hadden in het begin van de uitzending al wat failures van China genoemd. Maar die hebben al decennia lang een failure met bossen trouwens. Die hadden zoiets van, nou ja, we moeten die hele woestijn, die moet volgeplant worden met bossen. Dus toen hebben ze al, maar er groeien bomen, hè? Dus de woestijn is niet altijd alleen maar zand. Daar groeien van nature ook wel wat bomen, meestal bij een oase. Maar we hadden zoiets van, nee, er moeten allemaal bomen en er moest allemaal berk zijn. Dus werden miljarden berken geplant en die houden niet van die omgeving, dus die gaan dan dood of zo. En je krijgt ook monocultuur, dus waar normaal altijd andere bomen groeien, ja, dan die krijgen geen kans, want er is artificial overal berk geplant. En nou ja, kwamen ze erachter dat geen slim idee was. Dus toen zeiden ze, nou ja, dan moeten er allemaal bomen geplant worden die daar van nature groeiden. Nou ja, dan wordt het allemaal geplant daar. Maar ja, er is te weinig water. Dus dat helpt ook niet zo goed. En toen blijkt dus uiteindelijk dat ze erachter komen dat, ja, wacht even, zo'n Gobi-woestijn of al die andere woestijnen die ze daar hebben. Eigenlijk leeft daar best wel veel. Waarom planten we hier eigenlijk bomen überhaupt? Dus met de schade en schande zijn ze erachter gekomen dat ze misschien beter gewoon de natuur met rust kunnen laten. In Schotland hebben we in Nederland het opgevat. Zeg je? In Schotland weten ze het nog niet, hè? Nee, daar hebben ze het nog niet door. Daar zijn ze flink aan het kappen geweest. Maar het is een artikel van 2 jaar geleden, dus misschien dat ze in die 2 jaar wat geleerd hebben. Oh. Maar 14 miljoen bomen, wat was het? 14 miljoen bomen. Dit is net voor de COVID-hysterie geplaatst, dus dat is ondergesneeuwd. Ja. Nee, ondergesneeuwd, dan kan je niet aan global warming. Hoe zeg je dat dan? Overgewaaid. weet je wat ik zo vreemd vind? Kijk, ik snap wel, in de top is iedereen corrupt. Al die politieke partijen is iedereen corrupt. Maar je hebt natuurlijk ook van die true believers, van die GroenLinksers. En hoe staan die er nou tegenover? Als je nou een GroenLinkser bent, gewoon een voetvolk, weet je wel. En je stemt dan op zo'n partij. En die helemaal in dit soort corruptie zit van natuurgebieden slopen. Je gelooft feitelijk, want anders, daarom zit je bij GroenLinks, dat de overheid het allemaal moet oplossen. Ja, maar ik bedoel, zo'n GroenLinkser, daar zitten mensen vanuit de ouderwetse milieubewegingen. Die zijn toch helemaal niet blij met het kappen van natuurgebieden? Van ja, maar dat werd in ieder geval uitgelegd als voor iedere boom die we neerhalen, planten we een nieuwe en dan is het klimaatneutraal. Nou, in Schotland was het ook om ruimte te maken voor windmolens. Maar goed. Ja, precies. Hebben ze nog nieuwe bomen ergens anders geplant? Dat is vaak als er een GroenLinkser overtuigd wil worden van dat het toch groen is, dan zeggen ze nee, maar we planten nieuwe bomen ergens. En dan zegt die GroenLinkser, okay. Oh ja, nee, dan is het goed, zegt hij dan. Nee, dan kap maar door. Die bomen, ik zou zeggen van plant eerst wat bomen en gaan ze daarna over 1 jaar of 30 een keer kappen. Ja, maar... hoor je. Nee, ik was toevallig, ik fiets nogal wat. En ik ben afgelopen weekend van Middelburg naar Zuid-Holland gefietst. Ja, volgens mij Gorinchem, ligt dat in Utrecht, hè? Naar Utrecht gefietst, inderdaad. Fietsen Utrecht. Ja, ja. Maar in ieder geval, ja, daar kom je nog eens ergens. Maar ik was laatst, had ik ook nog in Naarden gefietst. En dan kom ik ergens en daar staat een oude bomen, joh, van, maar dan zit je echt in de... Ja, een beetje de rijke lui die wonen daar. En daar was helemaal niks gekapt. Allemaal oude bomen. Ik zat echt zo te kijken van, jezus, allemaal bomen van meer dan 100 jaar oud.
Oh, hier kappen ze niks. Maar ja, dit was gewoon waar Chic de Friemel woont. Weet je wel? Ja, daar gaan ze niet kappen. Maar ja, nou, zo, als je helemaal niet kapt, dat gebeurde in Australië natuurlijk en nu, dan krijg je... Ja, maar het werd wel bijgehouden, hè? Het werd wel bijgehouden, zeg maar. Dan, dat is allemaal, allemaal mooi, prachtig, nee, maar er waren zelfs mensen die hadden zo'n huis en die hadden een huis gebouwd. En dan mochten ze niet de bomen eromheen wegkappen, want die waren beschermd. Oh, ja. En er was één iemand die had dat toch gedaan. Die moest geloof ik $100,000 boete betalen. Okay. Maar dat had wel zijn huis gered, want de rest vloog allemaal in de fik. Dus ze zijn heel erg beschermend op die bossen, sommige plaatsen in ieder geval. Waardoor zich een ophoping voordoet van... Ja, maar je zit een beetje netjes bijhoudt die parken en zo. En je haalt alle shit tussen die bomen weg. En ja, als er dan ergens een fikkie ontstaat, dan is er niks aan de hand. Ja. Ja. Dus, dit is allemaal mooi bijgehouden. Ja, die bomen, dat verhaal dat ken ik wel, maar die bomen die stonden op zijn eigen terrein. En dat is wel grappig, want dat gaat dan... Dat is in Nederland ook hoor, dat is in Nederland ook als je een boom zo maakt. Oké, maar je krijgt een boete per boom en dat ging dan... richting de $100,000 inderdaad, maar misschien ook wel $50,000, ik weet niet meer, maar een flink bedrag. En hij had er zijn huis mee gered, maar het punt is natuurlijk, het hypocriet is dan dat je, als particulier van je eigen boom, je kunt je eigen boom niet kappen. Want de overheid weet het beter, want de overheid... En de overheid die kan natuurkundegebieden kappen, maar ja, die bosbranden daar is natuurlijk niet... Die verspreiding daarvan is natuurlijk niet de bomen, maar alles wat ertussen groeit, dat mag niet weg. Alle dooie hout mag niet weg worden gehaald. Ja. Want dat is dan zogenaamd een bedreiging van de natuur. Alles moet dan natuurlijk blijven. Maar ja, dan krijg je gewoon dat het af en toe helemaal afveekt. Ja, daar, precies. Dan wordt er ook een hoop van aangestoken, geloof ik hoor. Maar, ja, er wordt wel aangestoken, maar het gaat erom, je kunt het niet meer blussen als er op een gegeven moment zo'n heftige bosbrand meer is. En als je een paar geulen graaft, dat niet verder kan en je haalt stukken weg, dat je alle dooie hout weghaalt, dan krijg je niet van die hele extreme branden die je gewoon niet meer uit kunt krijgen. Het is ook gewoon zonde dat dit dan niet opgestookt wordt in een elektriciteitscentrale, want dat had je dan minimaal, had je het nog kunnen benutten. Nou gaan daar een hele hectare in vlammen op. Ja, ik weet niet of dat zo makkelijk is, want als je namelijk dat hele dunne hout weghaalt, dat weet ik eigenlijk niet. Want dan moet je dat dan weer vervoeren en hoeveel wattage heeft dat dan? Nou, ik zie heel vaak een wagentje rondrijden, van boom tot stroom staat erop. En bij zo'n kunstmatig bos worden heel vaak bomen omgehakt. Ik neem aan dat die opgestoken worden, maar... Ja, het is wel enigszins een probleem, want je kan niet als het nat is of vochtig of zo, dan krijg je een heleboel rook erbij. Als er bladeren bij zitten, krijg je een heleboel rook. Ja, dus maar het gaat om dat wattage, als je bijvoorbeeld in Australië dan dat dooie hout weg zou halen. Want dat zorgt namelijk voor, dat is eigenlijk de bom, hè, de brandbom. Ja. Maar de wattage komt misschien van het feit dat hout dan weer de bomen aansteekt. Ja, denk ik wel. En als jij zegt van ja, we halen dat sprokkelhout weg, dan vraag ik me af hoeveel wattage dat sprokkelhout zelf heeft voor de biomassa. Ja, uiteindelijk gingen ook die bomen de fik in, dus die had je dan, nou heb je er niks aan eigenlijk. Er is uiteindelijk een hele hoop energie opgefikt. Nee, nou, normaal heb je met een bosbrandje, wat die Aborigines deden, die haalden dat hout weg. En als je dan bosbrand blijft, dan blijven die bomen staan. Dan krijg je een heel laag brandje en dan... Ja. Maar ik weet niet of je dat sprokkelhout of dat economisch interessant is om dat dan naar een biomassa-centrale te... Ik weet trouwens niet eens of een biomassa-centrale überhaupt economisch interessant is. Ja, met de huidige brandstofprijzen wordt het natuurlijk steeds interessanter. Ja. Duitsers werden ook gevraagd om hout te gaan hakken. Nou ja, die bomen die in Schotland worden gehakt of in Litouwen of in die natuurgebieden in Amerika, dat zijn niet bosbrandgevoelige dingen. Dat zijn gewoon oude natuurgebieden die helemaal worden gesloopt voor die... Ja, zelfs laatste oerwoud uit Europa is ook al gekapt, hè? Ja, maar dat is wel waanzin. Dan kan je beter doen wat Jongens zegt of wat Yoshi zegt van... Want Timmermans had het er ook over. We moeten bomen gaan planten. Nou, ga dan bomen planten. En als ze dan 25 jaar oud zijn, dan kap ze dan. En ga niet het oerbos, wat je nooit meer terugkrijgt. of niet in... Moet jij lang ga dat niet kappen dan, weet je wel. Maar dan denk ik,
Vroeger zag ik nog die milieufreaks. Hè? Die klampten zich met kettingen vast aan die bomen. Kan je dat nog voor je zien? Ja. Nou, en hoe kan zo iemand die gewoon zich vastgeklemd heeft aan, of geketend aan bomen om oerbossen te beschermen, hoe kan die nu nog op GroenLinks stemmen? Dat snap ik niet. Ja, dat is een gek gemaakt met een verhaaltje. Of ze zitten al lang niet meer bij GroenLinks. Dat kan ook, hè? Ja, maar dat is ook weer een van die voorbeelden van die dingen die helemaal omdraaien. Die we net hadden van, je gaat één kind verplichten, of maximaal één kind, en dan opeens weer subsidiëren voor kinderen krijgen. Maar hier heb je dat ook, dat vroeger had je, het is lente, maar het beton bloeit niet. En dat waren dan de milieufiguren, die schreven dat op een viaduct. Nou heb je massale betoncomplexen, dat zijn ecoducten. Die zijn op aanraden van GroenLinks zijn die aangelegd. Dus uiteindelijk is dat gewoon helemaal weer 180 graden gedraaid. Ja, dat kun je dus alleen als je kan uitzoomen op je eigen leven, kom je daarachter. Maar als jij gewoon zo druk bent, en dat is 80% van de wereld, die is zo druk met zichzelf bezig. En het merendeel van die mensen, die hebben gewoon honger en die kunnen alleen maar met zichzelf bezig zijn. Maar ook die types waar we het over hebben met een GroenLinks, die kunnen toch niet... Die zitten zo in hun eigen narratief dat ze niet na 10 jaar eens kunnen zeggen: goh, hoe is het nou eigenlijk dit afgelopen 10 jaar gegaan? Laat ik eens even terugblikken. Ja, ik denk dat bij zo'n partij als GroenLinks, sowieso met iedere politieke partij, komen ook mensen met een zak geld voorbij. Hè? En dan gaan ze hun gelul aan. Maar het gaat maar niet om de GroenLinks top. Want ik snap wel wat die kunnen zijn. Maar ja, maar de rest die lult er mee, weet je wel. De gewone man op de straat. De useful idiot die zich vroeger aan een boom heeft vastgeketend om een natuurgebied te redden. Hoe kan hij nou nog op die partij stemmen die helemaal meegaat in die gekte om al die natuurgebieden te slopen? Ja, ik denk dat ze gewoon langzaam meegezogen worden in een narratief. En het narratief, daar komen ze uiteindelijk bij uit van ja, dat is het beste voor de planeet, is de planeet vermoorden. Net zoals die militair die in Vietnam zat, ja, we have to destroy the village to save the village. Of Reagan die zei geloof ik, we have to sacrifice the capitalist system, nee, was Bush, to save capitalism. Het is gewoon, ja, het klinkt, als je het gewoon hoort, klinkt het als belachelijk. Als je er vers naar kijkt, maar als je het hele stapje voor stapje het narratief hebt zien veranderen, dan vind je het heel logisch. Ja. En dat is dus de kunst die zo'n World Economic Forum bezit. Het langzaam masseren en manipuleren naar een bepaalde gedachte. Ja, tevreden zijn met hele kleine stapjes. Ja, en ik denk dat hele kleine stapjes, dat hebben die heersers gewoon goed door. Denk alleen maar al naar de paus bijvoorbeeld, die beslist dat de klok een seconde vooruit moet voor een schrikkeljaar of een minuut of zo. Want dat lijkt onschuldig van, nou laat die paus het maar regelen met de Vaticaan. Maakt dat nou uit, iemand moet het doen. En die zit de planeet in elkaar gaten houden in het zonnestelsel. Als ze dat goed doen, dan vind ik het wel prima. Maar ondertussen bepalen zij de tijd. Zij zetten de tijdstandaard. En daarmee krijgen ze een soort objectieve waarheid over zich heen. En ik denk dat heel vaak het geval is dat de KNMI die bepaalt de weersvoorspelling of zo. Maar ja, dat lijkt iets onschuldig, de weersvoorspelling. Maar ondertussen krijgen zij een soort modellenzegen over zich heen. Zij kunnen de toekomst kijken. En zo doen ze dat op een heleboel gebieden. En ze mogen het verleden veranderen ook, hè? Ja, dat maakt het natuurlijk nog makkelijker. Ja. Ja, ik denk dat de volgende stap is dat het verleden gaan veranderen. Dat ze eerst... Nou, dat doen ze. Ze hebben die records al uit de boeken gehaald. Hebben ze nu. Maar ik bedoel, de eerste stap in de machtstoename van de overheid is, wij hebben een instituut dat daarnaar kijkt. De volgende is, ja, die gaat voorspellingen doen. En de volgende stap is pas de temperatuurdatabase aanpassen. Dat is al gebeurd, zover zijn we. Maar, niet alleen in Nederland, hè? Ook in Australië. Nee, maar ze hebben natuurlijk ook al een hele... En ik denk die ruimtevaart, dat is ook al wel zo'n verhaal. Want waarom geeft de overheid een bak met geld uit aan ruimtevaart? Maar dit is gewoon om een bepaald aura te krijgen. Om, wij omcirkelen jullie met onze satellieten. En ja, er zit een bepaald... Alle almachtigheid zit erin ook. Wij schieten dingen van de planeet af. We weten alles.
heel belangrijk voor overheid. Ja. En natuurlijk parkeerplaatsen, dat is ook heel belangrijk. Ja, zeker. Volgende bericht. Ja, die kwam van jou, Peter. Leg maar uit. Waarom was het voor de overheid zo belangrijk om een parkeerplaats in the middle of nowhere te pleuren? Ja, het is een geflopte parkeerplaats langs de A12. Was slechts een paar maanden open en wordt pas na 13 jaar weggehaald. Het is een typisch verhaal. Een geflopte parkeerplaats en dan wordt het pas na 13 jaar weer weggehaald. Dus hij heeft slechts een paar maanden dienst. Was iemand in de buurt die was er niet zo mee eens, hè? Dat begint het verhaal. Daarna kan ik niet verder lezen, want ik ben geen lid. Ja, dan zei hij, heeft maar een paar maanden dienst gedaan. En onlangs is de provincie dan toch begonnen met het verwijderen van de voormalige PNR langs de A12 bij Montfort. Maar hij had het asfalt niet weggehoeven, zegt dan Ad Baars. Ja, het maakt waarschijnlijk niet zoveel uit als het er toch ligt. Maar wat ik hier belangrijk... Ik ben benieuwd, wat had hij voor profijt aan dan? Ik denk dat mijn reactie zou ook zijn van, ja, als je het al eenmaal neergelegd hebt, laat het dan maar liggen. Want waarom moet je het er weghalen? Moet ik nog een keer betalen? Ja, parkeerde hij daar stiekem op zijn klanten of zo, terwijl dat ding eigenlijk dicht was? Ik denk dat ze dat gewoon aan hem vroegen. Ze gingen naar de buurman toe en zeiden, wat vindt u van die parkeerplaats? Klopt het dat hij 13 jaar lang niks ligt te doen? Ja, nou, hij wordt wel weggehaald, maar hij had voor mij niet gehoeven. Kan toch ook zoiets zijn? Okay. Hij geeft geen reden, want ik kan niet verder lezen. Nee, ik ook niet hoor. Ik kan ook niet, Je bent geen lid ook? Nee. Een beetje lid zijn van de AD. Nee, maar waar het mij om gaat, is voornamelijk dat dit ook een vorm van slaafvernedering is. Belastingsslaafvernedering. Dat je gewoon door, hier gaat je geld naartoe. Het is net zoals die godlelijke kunst die ze midden op een rotonde neerzetten. Waar je elke dag naar moet kijken. Maar het is een soort middelvinger in je gezicht. Dan weten wij als weggebruikers van welke kunstenares geneukt wordt door de wethouder. Ja, je hebt weer een... Als belastingbetaler rij je over die weg. Je wordt helemaal zoek geflitst en financieel geradbraakt. En dan zie je dat ze een nutloos parkeerplaats van aanleggen. En dan weet je gewoon van, ja, die mensen hebben macht. Dat is ook een vorm van machtsuiting. En dat is volgens mij het geval hier. En waarschijnlijk zal er ook wel een politicus die dat beslist heeft. Die moet dan met pensioen gaan voordat het eindelijk iemand anders het weg kan halen. Dus het is te embarrassing. Er zal natuurlijk ook wel iemand aan verdiend hebben, natuurlijk. Tuurlijk, heeft sowieso altijd iemand aan verdiend. Dit artikel is niet gratis, maar de titel kunnen we nog wel even lezen. Dit gaat over de boeren, daar had Josje trouwens een mening over. Boeren woest na verwijdering van protestvlaggen. Laten we het nou gezellig houden vandaag. Dat is inderdaad diefstal, ja, want ja, zo'n vlag is iemands eigendom en... En het is ook nog op privéterrein, hè? Privéterrein, dus je mag ermee doen wat je wil. Als je erop wil schijten, prima. Het is jouw vlag. Ik denk wel, als je een vlag die van jou is aan de openbare weg hangt, dat het dan een beetje anders is. Als ik gewoon aan een lantaarnpaal een vlag bind, ja, dan kan iemand anders langskomen en hem eraf halen, lijkt mij. Maar als het op mijn eigen land, of tenminste... mijn eigen land bevindt, dan is het iets anders. Een beetje hetzelfde als de appels die overhangen van jouw appelboom. En als de buurman jouw appel kan plukken, of als die overhangt op zijn gebied, dan is die appel van de buurman. Maar dan mag die jouw appel, die op jouw gebied staat, niet plukken. Ja. Inderdaad, ze hebben hun vlag op hun grond neergezet en die worden dan verwijderd. Dan kan ik me voorstellen dat ze dit diefstal noemen. Ja. Hebben ze aangifte gedaan? Tja. Wat is dat waar tegenwoordig? Maar ja, misschien wel, want... ik weet niet of Dennis al zijn fiets terug heeft. Ze zeggen nog, het stond in onze weilanden. Hè? Ja, hoezo onze weilanden? Dit zijn de weilanden die op het punt staan afgepakt te worden van je door de overheid. Dus, ja, sowieso zonder... Ze schouwt het al als hun weiland, denk ik. Zouden ze zonder subsidie die weilanden ook nog in bezit kunnen houden, denk je, of niet?
Ik denk dat het op zich heel makkelijk is om een weiland in bezit te houden als je het eenmaal hebt. Maar... Ja. Okay. Ja, een subsidie, hè? Ook zonder subsidie, want je hebt er, ja, wat heb je nou voor kosten aan? Het is moeilijker om een kantoorgebouw in bezit te houden, want dan moet je heel veel onderhoud aan doen als je daar geen yield van hebt, maar een weiland lukt wel, denk ik. Ja, nee, daar heb je ook alweer gelijk in. Ik bedoel alleen te zeggen, ik zie niet zo, want Johan die liep het net alweer een beetje te voeden, maar ik zie gewoon die boeren niet als onafhankelijke ondernemers. Want ze zijn allemaal afhankelijk van al die regeltjes die er in de afgelopen 50 jaar al gemaakt zijn. En nou komt er weer een regeltje die ze niet leuk vinden. Maar wat dan van al die voorgaande regeltjes waar je wel in mee bent gegaan? Ja, al die lui hebben natuurlijk al wat boter op hun hoofd. In de zin, net zoals die taxifiguren, er komt Uber voorbij en dan worden ze opeens gepiepeld met hun dure vergunningen. Ja, het is... Dat is één grote corruptiezooi geweest met die Ubers. Ja, natuurlijk. Maar die taxibranche die heeft gewoon zaken gedaan met een crimineel kartel. En in sommige steden zijn ze daar echt door geradbraakt geworden. Want ja, je kan een crimineel kartel niet vertrouwen. Aan de andere kant, ja, wat moet je anders? Als jij taxi wil rijden in New York, dan zal je een penning moeten kopen. Dat is nou eenmaal de realiteit, want anders dan maken ze jou kapot. En het lullige is dan, als jij de laatste bent die penning koopt voordat de Uber erin komt, die meer neerlegt bij die wetgever. Ja, dan, ja, maar het corrupte zit erin, dat is dat het niet gehandhaafd werd, die penning. Want daar zijn al die bestuurders voor omgekocht. Van ja, laat die Uber-taxis maar lekker rijden. En die worden niet gecontroleerd of ze... belasting betalen of stilstaan. Ja, ik zou willen zeggen dat de corruptie zit er al in door mensen een penning te laten kopen om mensen van A naar B te mogen rijden. Dat is al belachelijk. Het gunningstelsel was al gewoon fout. Maar als er dan dus mensen zijn... De auto is van jou, waarom moet je daar een vergunning voor hebben? Hij heeft dat toegegeven. Ja. Josje heeft net toegegeven, oké. Maar dan wilde hij verder gaan, hij zegt... Nou, in de situatie dat jij dus de dienst verleent waarin jij zegt met het kopen van deze penning mag jij op een bepaalde plek staan, dan moet je natuurlijk ook handhaven dat de mensen die niet die penning komen niet op die plek gaan staan. Ja, maar die kopen van die penning was toch fout? Maar dat is het verhaal, Josje, denk ik. Dat eigenlijk op het moment dat jij een penning koopt om anderen te weren van een bepaalde plek, dan weet je al dat je met een soort maffiabende in zee aan het gaan bent. Je gaat geld geven aan een maffia. En daarmee moet je ook niet gek opkijken als die maffia opeens zijn zinnen verzet en zo, oh, er is iemand anders die betaalt meer en nou ben jij de sjaak. En dat is voor die boeren denk ik ook een beetje het geval. Ze hebben heel veel subsidie gehad, heel groot EU-budget ging naar landbouw en nou trekken ze opeens het andere stuk van het verhaal. En gewoon al die tuinbouwers bijvoorbeeld, die allemaal bloemen aan het verbouwen zijn. Dat is mogelijk, waarom? Omdat het gas goedkoop is in Nederland. Wordt het gas duurder? Dan schiet het voor die mensen niet meer op om die bloemen te gaan verbouwen. Dan kun je wel gaan klagen dat het gas te duur wordt voor jouw businessmodel. Ja, verder kan het gas nog goedkoper. Kijk maar naar België. Oh. Ja, maar bij die boeren is het natuurlijk wel zo. Dat stikstofverhaal is gewoon onzin natuurlijk. Dat ze nou opeens aankomen van... Dat is ook zo. Nou, ik denk met dat gas dat ook een manier is om die lui te treiteren en weg te krijgen. Het kan toch geen toeval zijn dat het nergens in Europa... Alleen Zweden is iets duurder. En de rest van Europa is al het gas goedkoper. En niet een beetje. België is al de helft. Hetzelfde met benzine. Daar is toch ook in het Nederland altijd het duurste. Waarom is dat? Omdat mensen in Nederland het meest verdienen. Ja, maar het is nu, het gaat nu echt heel extreem. En ik denk dat het een wapen is tegen die tuinbouw. En die subsidies, daar wou ik nog even... Natuurlijk, subsidies is natuurlijk fout. Maar je concurreert natuurlijk met het buitenland... die ook allemaal subsidie geeft aan hun boeren. In Amerika doen ze het ook. Maar, en ik ben er niet voor... Maar het is ook nog zo dat die landbouwsubsidies die dan naar Nederland gaan via die EU... Het grootste gedeelte gaat niet naar die boeren, hè? Landbouwsubsidies worden gewoon gebruikt voor natuurgebieden en wat ze dan natuurgebieden noemen, Natura 2000. Het gaat naar hele andere dingen dan die boeren, die krijgen minder dan de helft. Ik heb het al een keer gezien, iets van misschien 20%, 25%. Het gaat echt naar de boeren, de rest dus gaat overal naartoe. Ja, maar dan vraag ik me dus toch af, Jan-Marc, waarom wil je dan je bedrijf blijven runnen in die situatie?
Nou, dat je kan jezelf laten uitkopen, dan ga je naar Oost-Europa, dan koop je dezelfde hoeveelheid grond voor een fractie van de prijs. En dan ik weet niet of dat precies dezelfde Friese kleigrond is. Wij hebben hele vruchtbare grond. Ja, oké, dat is waar. Maar dan in plaats van dat jij een supergrote boerderij neerzet, doe je gewoon lekker voor jezelf. Er zijn ook zeker boeren die naar het buitenland zijn gegaan. Er zijn heel veel boeren naar Denemarken gegaan en naar Canada. Er zijn heel veel boeren weggegaan, hè. Dat boerenbedrijf is helemaal niet groter geworden de afgelopen 50 jaar. Elfstedentochtwinnaar, die is ook gepeerd, hè? Maar er zijn heel veel gepeerd. Maar, die is dan naar Canada gegaan, waar je nou ook de shark bent, want dan gaan ze ook stikstof terugdringen. Heel veel naar Canada gegaan en naar Denemarken ook. En verschillende plekken, of zelfs Amerika nog. Maar, het is gewoon het eeuwenoude verhaal van waar wij ook mee zitten. Van je gaat kijken van zou ik daar naartoe gaan. Je maakt een gok van ben ik nou beter of daar dan daar. En dan op een gegeven moment, dan gaan ze daar weer iets veranderen. Krijg je daar weer een keiharde lockdown om je oor of QR-paspoort. Heb je net al je zinnen verzet, dan ben je daar weer. Dus het is niet zo makkelijk. Nee. Als we bij Vrijheidsliefde dan met elkaar afspreken van we gaan met z'n allen naar één land toe. Maar wacht even, kijk, er was ook een boer, hè, die zei van, ik kan er niet meer tegenop. Met die stikstofregels, dat ging, ik doe al mijn koeien weg. Dan heb ik gewoon weiland. Dan hou ik me aan de stikstofregels. En dat was ook niet oké. Ze wouden nog steeds een grond hebben. Ja. En dat vond ik dan ook wel mooi, want dat maakt het dan wel duidelijk, hè? Maar dus dit is wel wat Joostje zegt, dan hou je er toch helemaal mee op. Dat was een boer die zei, ik hou er gewoon helemaal mee op. Zijn er ook veel boeren trouwens, die doen gewoon een campingje, hè? Ken ik ook, een vriend van mij ook heeft gewoon een campingje. Fuck die dieren maar, allemaal gezeik. Ja, een dierenhotel. Ik fiets er langs een dierenhotel. Daar hebben ze een grote schuur staan. Dan kan je, als je op vakantie gaat, je hond onderbrengen of zo. Ja. Is dat een hele goede business dan? Hij woont daar bij het IJsselmeer en heeft allemaal van die surfers en zo. En het is gewoon hij wordt prachtig. Dus hij kan dat ook doen natuurlijk. Ja. Maar toen ik van Middelburg naar Gorinchem fietste, toen kwam ik echt... ik heb voornamelijk door boerenland gefietst. Maar je zag alleen maar op zijn kop hangen de Nederlandse vlag, hè? Ja, het is gigantisch. Dat is mooi, hoor. Dat is mooi. Ik ben naar Kootwijk gegaan. En daarna Zutphen, Deventer. Nou, ongelooflijk. Elke rotonde zie je gewoon 20, 25 vlaggen. En echt elke lantaarnpaal. Het is niet te geloven, joh. Het is echt... Ik had zo'n boerenzakdoek aan mijn fiets hangen. Dus elke keer als een auto voorbij kwam, toetoet. Ja. Ik werd weer getoeterd naar me. Ja. Dat is leuk. Ja. Maar het stopt. Ik weet niet waar dit gaat stoppen. Want het is inderdaad... Je hebt natuurlijk ook mensen die hebben gewoon een stukje grond met een paard. Zijn niet veilig. Wat ik verwacht dat het probleem wordt dan, hoe de overheid dat speelt. Als jij zegt, ik doe gewoon al mijn koeien weg en dan voldoe ik wel een norm. Dan zeg je, dat is best, maar wij taxeren jouw grond op 4 miljoen. Dan krijg je een WOZ-aanslag van Chucky de Duke. En we vinden het allemaal best zo lang je die blijft betalen. En daar ga je natuurlijk op een gegeven moment nat op. Want je hebt nou helemaal geen inkomsten meer. Dus je kan het nergens mee. Je moet er iets productiefs mee doen. En dan beginnen ze weer te zeiken dat je de planeet verkrachten. Ja, of dat er een soort bestemmingsplan is. Ja, we hebben gewoon... Hier moet geboerd worden. Dat staat in een bestemmingsplan. Ja, maar kan niet beboeren door de regels. Ja, dan moet je het maar verkopen. Dat is niet ons probleem. Ander departement. Dan verkoop het maar aan ons. Ja, dat kan je ook nog doen. Ja. Maar dan hebben we nog de paraplu. Dat is ook gevaarlijk, hè? Kun je iemand mee doden? Ja, dit komt uit de categorie wees bang voor vakantie. Oké. Okay. Dit is ook een opbouw naar het registreren van elke goed wat je bezit. Ja, het weten van wie die paraplu was. Ja. Gaat wel over. Stel je voor dat hij van James Bond was. Dat zat in ieder geval, een raketwerper in. Nou, je hebt toch allemaal de gele putjes? Om het verhaal even duidelijk te maken, we luisteren naar parasol, strandparasol, er komt een windvlaag, gaat omhoog, boom, en 63-jarige vrouw dood omdat ze gespeedst wordt aan een parasol. Als je denkt dat je alles hebt meegemaakt. Ja, dus je moet niet op vakantie willen gaan, want het is allemaal vreselijk. Ja, strand wil je ook niet komen.
Volgens mij kunnen we gelijk verder meer wat te doen. Ja. Dat is inderdaad. Nou, pas op jongens voor het strand. Niet naar het strand gaan, want dan kan je gespeecht worden. Kans is 0,niks natuurlijk. Volgende bericht. Man uit India krijgt na 22 jaar gelijk van de rechtbank. Hij betaalde inderdaad 24 eurocent te veel voor een treinrit. Ja. Na 22 jaar procederen heeft hij gelijk gekregen. Ja, deze heb ik geplaatst. Die man is zelf advocaat. En het was voor hem een principe kwestie. En hij heeft dus 22 jaar lang naar de rechtbank gereisd om iedere keer weer op te komen dagen. Vaak was het dan zo, dan zat hij te wachten en dan kreeg hij te horen op het moment dat zijn rechtszaak dan ervoor zou moeten komen van oh nee, het wordt even verzet, want de rechter is met vakantie. En dan werd er weer wat vertraagd. En nu na 22 jaar heeft hij dus zijn gelijk gekregen en heeft hij 20 roepies ontvangen. En niet de proceskosten. Proceskosten niet. Wellicht. Ja, wellicht. Denk ik ook. Ja, nee, sorry, 15.000 roepie schadevergoeding, 182 euro. Ja. Met terugwerkende kracht 12% per jaar. Wat ik hier nou lees is gewoon van, waag het niet om tegen de overheid te procederen. Nou ja, je kunt het dus wel wagen, maar als je voor 22 cent gaat lopen procederen, dan ben je dus 22 jaar bezig. Ja. Nou ja, precies. Je verliest sowieso. Want ook als je wint, verlies je ook. Want je bent 22 jaar van je leven kwijt dan. Ik zou dus gewoon, als ik die vent was geweest, als ik in mijn leven, als dit mij zou overkomen, dan zou ik gewoon de keer daarop één keer zwart rijden en dan staan we weer kiet. En dan ben ik er ook Maar je hebt ook van die principeprocedures, weet je wel. Iedere gemeente heeft er wel eentje. Ja, ik ga dan uit principe één keer zwart rijden. Ja, maar weet je wat het is? Ik ben helemaal. Die processen juist gaan doen. Uit principe. Gewoon voor ieder wisselwasje. Ja, maar ik zie dus zelf. Als het compleet zinloos is, dan gaan ze dat doen. Iedere gemeente heeft er zo een, hè? Ja. Ik zie zelf. Ja, ik vind het alleen prima. Alleen. Kijk hoe het bij de meeste mensen overkomt. En dat is volgens mij ook gewoon de bedoeling. Is van. Het is gewoon volstrekt hopeloos om tegen die overheid te procederen. Want zelfs als je wint, dan ben je 22 jaar verder en dat wil niemand. Dus je verliest altijd. Ook als je wint, verlies je. Iedereen verliest. Nee, dat is niet waar. Want je hebt, dat probeer ik net te zeggen. Je moet je maar opzoeken, principe procedures. Ja, die winnen wel. Die winnen, maar die doen het gewoon van het principe. Het maakt niet uit of het een voor- of nadeel is. Maar die gaan altijd in beroep tegen alles wat er in hun omgeving gebeurt. En vaak winnen ze. Ja, maar ik ben het eens met Jan-Marc dat dit de uitstraling als effect heeft. Niet om een paar gekken te ontmoedigen die doorprocederen tot het gaatje. Maar om de gewone bevolking te ontmoedigen die denken van oké, daar hoef je dus nooit aan te beginnen. Ja, maar ik zou je zeggen, kijk dus naar die paar principe procedeerders die er zijn. En ja, dat die doen ze. Altijd, ja, dat denken ze altijd. Dat nooit. Dat nooit. Maar dat is precies wat Peter zegt. Dat zijn dat er zijn dan juist de gasten, 2-3 man per gemeente. Dus de meerderheid van de bevolking die denkt, oh mijn god. Ja, maar die principe procederen, iedereen heeft er een hekel aan. Want die houden alles tegen. Hè? Iedere positieve ontwikkeling in een gemeente wordt tegengehouden. Dat je ergens een of andere iemand hebt die achter een hele hoge heg van Bogania, hoe dat, die hoge planten zeg maar leven. Die je nooit ziet, weet je wel, want ze leven achter zo'n grote heg. En die zitten tegen de hele omgeving te procederen. Als een nieuw verkeerslicht of een nieuwe drempel of wat dan ook moet komen, procederen. Weet je wel? Ik heb geen hekel aan die mensen. Dat is nee, maar ze winnen wel. Dat is een verkeerde taxatie. Ik heb geen hekel aan meer. Dat ik denk van daar zie ik geen brood in om 22 jaar van mijn leven voor 24 eurocent te procederen. Ook als ik win daarna. Het is niet zo dat ik daarmee je pas je verlies. Ik krijg niet de staat op de knieën daarmee of zo. Ik krijg geen betere wereld erdoor. Nee. Ik denk maar wel, als je eenmaal 18 jaar bezig bent, dat je dan zoiets hebt van, nou zet ik hem ook door. Ja. Wat ik wil zeggen nog maar 4 jaar te gaan. Jongens, wat ik wil zeggen is van, stel dat de staat iets doet wat tegen jou is, weet je wel, wat jou belemmert. Ja, als zelfs stel eikels die altijd maar procederen om het procederen, als het hun al lukt,
waarom zou jij het dan ook niet doen? Nou, omdat je dus, je tijd maar één keer kan besteden, Johan. Je kan je tijd maar één keer besteden. Maar die gasten doen het ook. Denk je echt dat het alleen maar om de tijd te doen is? Nee, maar dan ga je dus gewoon één keer zwart rijden en dan heb je die 20 cent ook terugverdiend. Ja, oké. Ieder zijn eigen gevoel van rechtvaardigheid. Ja, oké, maar bedoel, stel, nou ja, aan het begin hadden we het al over Kees Engel. En die heeft het wel gedaan, weet je wel. Ah, oké, maar goed, een verkeersdrempeltje of zo. Oké, een verkeersdrempeltje. Maar als je kijkt naar Jeroen Pons en Willem Engel, ja, die hebben iets van 24 zaken en die verliezen alles. En dat vinden ze ook niet erg, want ze tonen daarmee gewoon aan dat hoe het systeem is. En je wint toch bijna nooit van die staat. Ja, misschien bij een verkeersbord of een hecht. Jawel, want die eikels, die winnen altijd. Als het om echt belangrijke zaken gaat, wint er toch nooit iemand wat? Als het echt om avondklok gaat of dat soort dingen, om grote zaken, dan wint het toch nooit, Matt? Of de agenda echte grote dingen waar duizenden miljarden mee doen. Misschien omdat we het niet vaak genoeg doen. Vaak genoeg doen? Ja, het is ook zo, als een miljard Indiërs dit zouden gaan doen, dan is het niet zo dat het systeem vastloopt. Dan zeggen ze gewoon, net zoals de wet Mulder in Nederland, toen iedereen bezwaar aantekende voor verkeersboetes, nou, je moet gewoon vooraf betalen en daarna kan je een brief schrijven om het terug te krijgen. En hoor je er misschien ooit nog een keer wat van, maar waarschijnlijk niet. Ze laten het heus niet vastlopen op deze manier. Ja, maar dat is ook weer zo. Maar ja, aan de andere kant, ja, ik bedoel, de beste oplossing is gewoon met het stoppen met belasting betalen. Dan kunnen ze die rechtbank ook geen salaris meer geven. Ja, dat wilde ik ook zeggen tegen die boeren eigenlijk. Van waarom stop je er niet? Ja, maar dat moet je heel goed coördineren dan. Je moet gewoon met genoeg zijn en vertrouwen hebben dat er genoeg mensen zijn. Farmers Defence Force is toch wel redelijk goed georganiseerd. Als die alleen al zeggen van nou ja, wij stoppen met belasting betalen. Maar als alleen de boeren het doen, dat zal onvoldoende zijn, denk ik. Hè. Je moet toch wel een grotere club hebben. Dan kom ik al bij het volgende bericht. Ja, Nederland is nog niet zo ver, maar Amerika. Ja, de IRS, die gaan zich bewapenen. Ik vind dat een goede zaak. Want dit is alweer achterhaald inmiddels, hè? Dit is teruggetrokken. Dat is jammer, want ik vind dat een super goede zaak dat de belastinginspecteurs het liefste hebben dat ze als een soort Rambo met van die hulzomen en een bandana en een mitrailleur. Dat heb ik, weet je, want dat maakt namelijk dingen duidelijk. Dat maakt dingen gewoon duidelijk. Want het is namelijk gewoon precies wat het is. Ik zag een filmpje van de eerste die getraind waren. Daar zat er eentje tussen in een rolstoel. Heb je dat filmpje gezien? Ja, ik heb het gezien. En eentje die heel dik was, nou die mocht de deur open trappen. Hey, maar Yoshi, het is alweer teruggetrokken, maar ik las daar een factcheck over. En die factcheck zei van, ze zijn niet allemaal bewapend. Maar dat vind ik niet zijn sommigen wel bewapend. Ik heb het artikel even gedeeld, want ik heb ook alleen maar de kop gelezen. Okay. Maar Newsweek.com, IRS deletes requirement that new agents should be willing to use deadly force. Oké, maar dat ging over die 87.000. Maar het is niet de bedoeling dat ze doodschieten. Het ging over die 87.000 nieuwe IRS agents en daar stond bij. Je krijgt er ook geen 87.000 als je, want ik had gehoord dat ze nog meer eisen hadden. Je moet zoveel ervaring hebben en zo'n hele lijst eisen. Wel, dan krijg je er gewoon geen 87.000. Je kan niet eens kelners krijgen nou. Dus waarom zou je 87 dat soort huurmoordenaars kunnen vinden? Dus ik denk dat ze wel gaan terugschroeven. Maar ja, deadly force, je moet nou gewoon in de knieën schieten, denk ik. Dat is dan de nieuwe vraag. Ja. Ja, maar ik bedoel, het zou toch gewoon dingen duidelijk maken. Ik bedoel, dat er gewoon, mensen krijgen dan bezoek van een belastinginspecteur en dan wordt er op de deur geramd, aufmachen! Dus dat een paar van die paramilitairen en die... Ja, maar je had het net over van, ja, we moeten allemaal geen belasting meer betalen. Dat vind ik een goede zaak. Maar dan moet je dus ook een gewapende bevolking hebben, anders dan kan dat toch helemaal niet? Jawel, als je maar mee genoeg bent. Nee. Er zijn gewoon niet... Als zij alle wapens hebben, wij niet.
Ja, ze kunnen het, wat willen ze dan doen? Iedereen arresteren? Wat, ja, je hoeft niet iedereen doodschieten. Als je gewoon een % doodschiet, dus de andere 99%. Ja. Je zit al een dorpsplein neer en dan zie je er een paar dood. En dan gaat er iemand zeggen, ik word liever doodgeschoten dan dat ik belasting betaal. En heb maar er zijn mensen nodig. Die er anders over denken. Ja, 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 dat moet je niet. Maar daar, belasting dan als ze dat worden is doodgeschoten. Dat is de mindset die genoeg mensen moeten hebben. En dan hebben ze ja, maar dat is gewoon niet zo. Ik denk dat de meeste mensen niet zeggen, ik word liever doodgeschoten. Nee, dan nou denken ja. mensen van nou, dan betaal ik toch liever belasting dat ik word doodgeschoten. Ja, ben jij nou, dan een moeten uitzondering? Moeten ze een mondkapje op gaan doen. En, nee, en, goed, maar je en dan krijgen ze een spuitje, ongetest gif. En maar dan gaan ze misschien alsnog dood. Maar je hebt toch gewoon, mensen moeten zich dan toch bewapenen, of niet? Ik ga er niet vanuit op 100%. Wat schiet je daar dan mee op? En ga je toch ook dood? Dan ga je schieten tegen een politiepeloton, dan ga je toch ook dood? Nou ja, als de bevolking allemaal bewapend is, zo zijn revoluties toch ontstaan. Zoals mij de Amerikaanse revolutie. Waarom heb je dan een wapen nodig? Nou, omdat in India. Daar heeft toch ook wapens? Gandhi deed het zonder. Dus het is er mogelijk zonder. Ja, dat de andere partij het opgeeft. Ja, hoeveel schoten denk jij dat de gemiddelde politieagent door iemand zijn kop kan jagen voordat hij gaat huilen? Nou, misschien 10, misschien 20, misschien een hele grote Rambo 200. Maar dan krijgt hij echt wel psychische problemen met al die mensen die maar blijven komen. Want dat zijn er veel meer als zijn kleine politieclubje. Want er zijn nooit genoeg politieagenten om en dan, als er maar genoeg mensen zijn, dan staan die mensen machteloos. En dat is dus het hele jong leren wat met de media gebeurt. Om die mensen maar in het geloof te houden dat zij aan de goede kant staan en dat er nee, er moet echt worden opgetreden. Totdat maar, mensen... Ja. Ja. Wat er denk ik gaat gebeuren, wat je in de Sovjet-Unie ook zag, als mensen echt geen kant op kunnen, dan neemt de productiviteit gewoon af. Ze worden gewoon steeds lethargischer en een soort staking. Een soort algemene staking, maar niet een staking omdat ze, nou, ik laat het maar zitten, ik kap ermee. Maar gewoon omdat het zo uitlichtloos is, dat ze gewoon niet meer zien hoe ze eruit zouden moeten kunnen komen. En de motivatie om te leven. Ja, en dat is ook een hele zware, maar dat is eigenlijk een soort dreigen met een soort zelfmoord. En dan gaat het binnen het regime. De hypernormalisatie, wat die Yuri Ben of zoiets zei. Yuri Vesmov. Vesmov, ja. Ja, maar dit is de laatste stage, is normalisatie. Maar dat is omdat de overheid creëert is, zorgt dat er een chaos komt. En als er dan een chaos komt, verlangt iedereen naar orde. En dan zeggen ze, nou, we gaan nou normaliseren. En dan, normaliseren betekent dan, we gaan de orde herstellen. En wij zijn de baas. Nee, hij noemde dat proces van dat die, er was geen keuze eigenlijk. Je had, het was die hele periode eigenlijk na Khrushchev. Eigenlijk van Khrushchev tot Gorbachev, je had eigenlijk geen keuze, je kon geen kant meer op. Ja, ja. Want de tv werd gezegd, ja, alles gaat goed, alles gaat omhoog, maar ja... Er is geen recessie, werd er gezegd, zeker? Ja, de supermarkten waren leeg en... Dus de praktijk was... Maar je kon niks anders kiezen eigenlijk, je moest het er maar mee doen. En dat maakte mensen helemaal gek eigenlijk. Ja, je krijgt natuurlijk totaal geen ambitie meer en je belastingbasis slinkt dan heel erg. En dan komt waar de fuck doen we het eigenlijk nog voor? Ja. Maar ik vraag me af met India, ik weet niet of dat zo is, want ik heb te weinig verstand van, maar is die hele decolonisatie, dat Engeland naar een gemene best is gegaan, is dat ook niet gewoon een economisch motief geweest? Ja, dat denk ik ook, ja. Op een gegeven moment werkt het gewoon niet. Dat kost geld eigenlijk. Je moet onderdrukken, kost ook geld. Dan kan je dan beter misschien maar gewoon dan maar dat er regeringjes komen in die landen die dan bevriend zijn met jou of een beetje onder controle en dat je daar je deeltjes mee kan doen. Dat het eigenlijk goedkoper is gewoon. En er wordt altijd gezegd van het zijn wingewesten en die koloniën, daar zijn we rijk door geworden. Zo. Maar het zijn eigenlijk verliesposten. Je moet ook wegen aanleggen daar en je moet dat dingen doen. Dat kost ook geld allemaal. Ja, je moet ook mensen omkopen allemaal, want ze zijn natuurlijk als slaaf niet in beweging te krijgen. En ja, dan hou je er relatief waardeloze landbouwproducten achter af met kleine marge. En dan moet je nog helemaal lopen te transporteren. Dus het is niet zo'n goede business als ASML-ingenieurs belasten bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk inderdaad, dat zie je ook aan het eind van zo'n keizerrijk, dan moeten ze loyaliteit gaan kopen overal. Hè? Net zoals met die Viktor Orban en met die in Polen zo, dat ze
en Erdogan ook, dat je dan een heleboel geld moet gaan geven om ze in de lijn te houden. Dat betekent niet dat ze dodelijk bang zijn en tribute brengen naar Brussel of zo. Nee. En dat betekent dat Brussel gewoon uiteindelijk doodbloedt. Dat kan niet anders. Ja. Ondertussen kan Trump nergens heen, want zijn paspoort is afgepakt. Ja, ik vraag me wel af of ze dat nou weer teruggegeven hebben. Ze hadden het afgepakt. Uh-huh. En dat maakt hij natuurlijk een case van. Het was ook afgepakt, maar ik geloof dat als ze het de volgende dag weer terug hebben gegeven. Ze wilden natuurlijk kijken of er geen stempel in stond naar Rusland, omdat hij die Russen gekonkeld had. Volgens de Russische hoax theorie. Maar hij is in Rusland geweest. Dat was een feit. Ja, wanneer is hij in Rusland geweest toen? Ja, nou, dat was het hele punt. Dat hij in het bed sliep waar Obama eerder geslapen had. En dat hij dan met de hoeren Hij is gewoon een keer geweest daar. Trump Tower te openen, geloof ik, hè? Ja. Ik zie hier een bericht van 3 dagen geleden. De FBI has returned 3 passports belonging to the former president Donald Trump. Oké. Oh, die staat ook nog dat hij vast zit. Maar hij zit niet vast, toch? Oud bericht, jongens. Ja, als ze zijn paspoort innemen, dan zit hij vast binnen de landsgrenzen. Ik weet niet of we daar nog iets over wilden zeggen over Trump, de hele toestand. Nee. Voor mij is het allemaal, ze willen gewoon dat hij een nieuwe president wordt. Het is allemaal koor op de molen. Dit maakt hem alleen maar sterker, joh. Nou, ik zei de vorige keer in de uitzending van die mensen die zich moesten gaan organiseren om die ballot fraud tegen te gaan. Maar dat schijnt nu toch wel te gebeuren ook. Dat mensen dus bij stembussen gaan houden en zo. Ik ben wel benieuwd. Maar dit, dat is te jong om echt op te reageren. Want... Maar ik heb het idee dat die Dave Schmidt zei dat ook. Die zeggen van hij wordt alleen maar sterker daardoor. En dan kan je zeggen van maar waarom doen ze dan zo stom? Dit soort stomme dingen. Maar ze kunnen het eigenlijk niet helpen. Ze kunnen zichzelf niet helpen. En dat is, hij vergeleek het met zo'n hele jaloerse vriendin. Die weet van ik moet niet de hele tijd gaan bellen en vragen waar die uithangt. En jaloers gaan doen, want daarmee verpest ik de relatie. Maar ze kunnen zichzelf toch niet tegenhouden om het toch te doen. En dat heb ik bij de Democraten inderdaad ook wel eens het idee. Dat ze toch denken van we kunnen het voor elkaar krijgen. We hebben een rechter. Oké, we gaan maar een reden. Dat zal iedereen doen denken van als die crimineel is, stem ik er niet op. En dan klopt dat weer zo gigantisch. En de volgende keer doen ze het net zo makkelijk weer. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt van die zo'n podcast. Harris. Kamala Harris. Sam Harris. Ja, het was zo'n podcaster. En die had ook meegewerkt aan dat hele... Die hele linkse figuur, die Sam Harris, toch? Ja, Sam Harris. Ja, die had gewerkt tegen dat... die hele mut... dat de mut gooien naar... naar Trump, en die had toegegeven uiteindelijk van maar het maakt ook niet uit van die lab, wat er in die laptop staat van Hunter Biden. En al zijn ze nog zo corrupt bij de Bidens, want Trump is nog corrupter. En dat maakt alles goed. En, fragment gehoord inderdaad. Dat was shocking, want toen zei hij ook van als je nou met... Hij zei, als je nou met een aantal mensen in een kamer gaat zitten omdat er een meteoor naar de aarde dendert en je bedenkt een plan om dat te voorkomen, ben je dan corrupt? En het was voor hem echt, Trump, president, was een vergelijking met een meteoor die naar de aarde stoomt. Maar dat betekent dus eigenlijk ook, mag je daar iemand voor vermoorden om die meteoor tegen te houden? Ja, dat mag, want anders ben je toch dood, de hele planeet. Dus in zijn hoofd zou dat ook gerechtvaardigd zijn. En waarschijnlijk... Zou hun eigen democratische, hoe heet die gast ook alweer, Seth Rich, die vent die waarschijnlijk die e-mails gelekt heeft, die opeens vermoord was. Hij heeft er een foto, daar zit hij altijd in zijn pak met een heel Amerikaans vlag aan. Iemand, ik weet ook niet wat de naam is, maar ja, verder. Die vermoorden, dat is ook geoorloofd, denk ik. Als er een meteoor op de aarde afkomt, je mag alles doen om die tegen te houden.
Maar hij maakte een vergelijking van Trump University. Was zo corrupt. En dat werd. Hij had een vergelijking met die, wat er in die laptop stond. Maar wat met Trump University gebeurde, was nog corrupter. Ja. Dan wat op dat moment eigenlijk al bekend was over de Oekraïne deals van Hunter Biden. Ja, een heel, heel raar. Ja, serieus, maar kom op. Oh, Setteridge was het, geloof ik. Setteridge. Ja, dit is, dat is echt een hele rare gedachtenkronkel. Want ja, die universiteit was gewoon, hij had zijn naam gegeven aan een paar initiatieven. Er is eigenlijk helemaal niks mis mee. Maar dat vond hij al zo corrupt. Ja, het was iemand die echt helemaal alles was toegestaan. Om aan de macht te blijven en om te voorkomen dat Trump aan de macht komt. En dat is wel zorgwekkend, want dan mag je ook voor een meteor die op de aarde afstormt, mag je gewoon ook een heleboel mensen uitmoorden, toch? Mag je ook best wel even de grondwet aan de kant zetten. Ja, inderdaad. Maar goed, ja. Evil modern US warmongering is scaring Henry Kissinger. Nou, dan moet het wel voor als Henry Kissinger. Dan moet het wel heel erg zijn. Dat de man zat toch ook een beetje achter die bombings in Burma. En sowieso de alle boeven die aan de macht kwamen in shady countries, zeg maar. Of tenminste, die countries waren niet shady, maar toen de regime change er kwam, werden het shady countries. Dat zat Kissinger er toch ook achter? Ja, hij is vooral volgens mij Cambodja, dat is een groot punt geweest waar hij nogal en hij heeft ook vaak gezegd, ja, militairen dat zijn gewoon pionnen voor politici om mee te spelen. Ja, die zijn expendable. Mm-hmm. Het is een hele slechte vent, maar ja, hij is natuurlijk al een tijdje uit de roulering, maar het schijnt dat de grote voorganger van Klaus Schwab is ook Kissinger geweest. Hè? Die was Klaus Schwab was toen hij een speech van Kissinger hoorde, of een ontmoeting had zelfs, toen was hij gewoon helemaal wild geworden van wat er moest gebeuren. Maar ik geloof dat Kissinger die heeft iets van, ja, wacht eens even, nou drijven Rusland en China naar elkaar toe. En dat is niet de bedoeling. We krijgen een hele grote vijand waar we niet tegenop kunnen. Ik meen dat, wat ik mij nog bijstaat, is van dat het wereldbeeld wat Kissinger had, is van je hebt een paar grote spelers en die moet je respecteren, maar alles wat daartussen zit, daar kan je mee doen wat je wilt. En Rusland, daar moet je niet mee fucken eigenlijk. Dat was een beetje het wereldbeeld van Kissinger, wat mij in ieder geval bijgebleven is, maar ik heb er niet voor gestudeerd. Ik ken die man niet zo goed, dus ik weet het niet. Ik onthoud me even van commentaar bij deze. Oké. Ja, het is op zich wel apart, want je hebt het idee, het is net zo verruur als Dick Cheney of al die warmongers, zeg maar. You don't poke the bear, maar you poke anything between the bear. Zoiets was het. Oh ja. Ja, maar Kissinger is geloof ik toch meer een stratege dan iemand die gewoon denkt van ja, iedereen waar je oorlog mee maken, moet je oorlog mee maken. Zoals John Bolton ook bijvoorbeeld, zo'n soort figuren. En Dick Cheney en Wolfowitz en dat soort figuren. Die zitten gewoon in de zakken van het militaire apparaat. Maar Kissinger is wel wat meer stratege. Wat er nu gaande is, dat maakt hem in ieder geval wel bang. Wat is die, hoe oud is die man? Of 99 of zo? Is bijna 100. Ja, hij blijft maar leven. Maar dat is natuurlijk dat baby's in zijn bloed, hè, wat gewoon blijven inpompen. Blijven jong van. Kennelijk. Maar het is raar, want je zou zeggen, aan het eind heeft helemaal niks meer te verliezen. Dus ga maar met die banaan dan. Maar kennelijk is hij wat zachter geworden op zijn oude dagen. Ja, misschien heeft het geloof dat hij 200 kan worden. Ja. Dus moet ik even wat in hem gaan verdiepen, joh. Dan kan ik er volgende week wat meer over zeggen. Dan, Goed, volgende
volgende artikel. Fauci, watch, even blue cities have had enough of Fauci. Gets booed while throwing first pitch at game. Ik snap niet dat er überhaupt nog iemand is die deze vent vertrouwt. Ja. Ik heb hier overigens wel, Peter, ik ga dit even screenshotten in de Telegram. Moet je zo direct... Zit je ook in de Telegram groep? Voor Vrij Radio? Nee. Nee? Oh. Ik heb een hele leuke screenshot. Oh, wacht, dat doe ik jou even op Facebook versturen. Nou, Peter, de mensen waar jij een hekel aan had, die zijn er inmiddels uit, hoor. Dus kan weer terugkomen. Maar heb je laatst gehoord van Fauci? Die gaf wel een statement. Dat was echt wel weer helemaal tergend. Want hij zei van, ja, mensen hebben een enorme behoefte gekregen aan truth and science and integrity. Ja, they call it the Fauci effect. En dat was dan vanwege hem, dacht hij zelf, hij wilde dat het Fauci effect noemen. Een behoefte aan de waarheid en integriteit. En het is over, hoe haal je het in je hoofd om dat van jezelf te zeggen? Dat is toch ongelooflijk. Ik denk dat er iets anders mee bedoelde dan wat jij denkt. Nou ja. Zo zei hij het wel. Hij zei, ja, het komt natuurlijk niet per se door mij, zei hij. Maar ja, hij zal heus niet bedoelen van, doordat ik zo corrupt geweest ben, hebben mensen een behoefte gekregen aan integriteit. Dat bedoelde hij niet. Nou, ik denk dat hij juist iets anders... Ja, die man is zo narcistisch. Ik denk dat hij echt bedoelde van, mensen hebben meer behoefte aan mij gekregen. Ja, ja. Dat zei hij inderdaad. Ja, oké. En hij noemde dat, en hij zegt van zichzelf dat hij een voorbeeld was voor integriteit en waarheid en science. Oké. Okay. En hij noemde dat het Fauci-effect, dat mensen daar zo'n behoefte aan hadden. Oh nee, ik interpreteerde het eigenlijk eerst in eerste instantie tegenovergestelde, ja. Dat mensen meer behoefte hadden aan waarheid vanwege Fauci. Dus vanwege Fauci gingen ze alternatieve media opzoeken. Dus... Nee, dat zeker niet. Oké. Nee, hij zat zichzelf echt een heleboel veer in zijn reet te steken over hoe... Ja, nee, zo is hij, ja. Dat is narcist. Maar hij wordt dus zelfs uitgejouwd in democratische steden. Als ze daar inderdaad tevoorschijn halen om het eerste bal te gooien. Ja. Het was natuurlijk ook allemaal Amazon... Nee, CNN Streaming Plus of zoiets. Hadden ze als een betaalde streamingdienst van CNN. En als eerste gast hadden ze daar een 3 uur interview met Fauci of zo. En natuurlijk totaal geflopt. Niemand die daar ook maar 1 cent voor over hebben. Je hebt jarenlang die gasten op de televisie gezien. Dus dat CNN Streaming Plus was ook gelijk door de toilet gespoeld. Ja, het is ongelooflijk wat die Fauci dan durft te beweren allemaal. Ja, en al tientallen jaren ook, hè. Het is echt niet zo dat COVID ineens zijn doorbraak is of nee, zo. Nee, AIDS al. Wij was met AIDS al bezig. Die vent die is echt, wat moet je ervan zeggen? Want het remdesivir. Het is echt schokkend. En het meest schokkende is dat niemand het in de gaten lijkt te hebben. Maar ja, gelukkig hier wel, 1 keer per week. Mm-hmm. Oh, shit, was nog in de chat gereageerd. Ja, voordat we naar... Oh, en shit, we hadden nog natuurlijk de... Ik zie mensen uitroepteken Ron Paul doen. Dat ik helemaal vergeten te zeggen. Je kan inderdaad uitroepteken Ron Paul in de chat doen. En dan kun je nog kans maken op EFL's. En... Ik heb de chat redelijk bijgehouden deze week. Ja, en even kijken. Aike de Vries, die zegt nog wat in YouTube. Heerlijk om te luisteren, heren. Luchtig, scherp, vol humor, eerlijk en open, middel... Open-minded. Virtual hug. Ja. Een virtueel hug. Wat is dat dan, Johan? Een virtueel hug? Virtual hug. Ja, zeg wat lief. Ja, dankjewel, Aike. En iemand, Bilal, die zegt nog, wat is dit? Ja, de Vrijheid Radio, jongens. ja, uitroepteken Ron Paul. Voor een laatste bericht gaan, moeten we even naar het wiel toe.
En even kijken hoor. Want even kijken, mijn afstandsbediening. Die ja, deed het niet. Het Rad van Fortuin, Johan. Het Rad van Fortuin, ja. Pim Fortuin didn't kill himself. Ja, ik ga nog even kijken of hij het nou wel doet. Je weet maar nooit. Nou, ik doe er nog eentje. Ik heb nog wel tijd voor één pilsje, denk ik, of niet? Nee, we gaan even door, hè. Ik moet het allemaal handmatig doen. Even kijken hoor. Moet ik naar een wiel gaan? Hier, oh, wiel. Hoe vaak ben je nou vandaag eruit gevlogen, Johan? Dat is maar twee keer, denk ik. Ja, is het twee keer, ja, ja. Ah. En dan moet ik even naar Twitch gaan. Goed dat we getest hebben dan. Kut, dan moet ik even Twitch via de browser hier doen. Dan moet ik nog heel dat weekjournaal van die Willem en Jeroen gaan kijken, jongens. Oh, shit. Jongen, wat een offer. Ik doe hem volgende week weer op woensdag, hoor. Oké, okay, ja, als het goed is, gaat volgende week ook op woensdag. Ja, ik zag dat hij er wel was. Ik zag wel. Ik dacht van misschien vanwege het overlijden dat het niet door zou gaan. Nee, het ging door. Het ging door. Ja. Ja, ik denk niet. Als ik laatst zag ik die rechtszaak van Kees Engel tegen de staat met zijn Camping Oranje. En toen zat hij er ook bij. Dat ik, het is geen verrassing, denk ik, dat hij is komen te overlijden. En daar bedoel ik niet slechts, niks slechts mee, maar het was niet echt dat ik dacht van nou die vent die zit nog lekker in zijn vel. Hij had hem twee weken geleden, rechtszaak. Toen was hij erbij. En hij zag toen er niet goed uit. Nee, ik vond van niet. Ik dacht niet. Hetzelfde met die mensen die bij de NCTV werken en zo. Die Bram Willem die dan zo'n filmpje van mij verknipt. Dan denk ik ook van, nou ja, ze hebben het toch maar weer meegekregen, weet je wel. Ben er blij mee dat zij het ook gewoon op het internet zetten. Moet ik nou nog een keer, of moet iedereen nu gewoon weer... Ja, opnieuw? Iedereen even uitroepteken Ron Paul in typen. Oh mijn god. Nee, je hoeft alleen maar iets. Je hoeft geen uitroepteken. Ja, wat maakt niet uit wat. Iets. Want ja. De hele chat is eruit gevlogen dan natuurlijk. Alles is eruit gevlogen, ja. Nou. Oh, altijd die i-gulders. Oh, daar krijg je toch een hoop gezeik mee, jongens. Hij staat nu op 0,86. Nou. Oh, verschrikkelijk. Wacht even. Nee, wat 8 cent. Punt 6, ja, dus... Oh, er zitten al 4 mensen in. Ik heb niet eens iets getypt, maar ik zit er al in. Jawel, je hebt geschreven showwheel. Ja, showwheel, ja, ja. Piotr voelt zich er te goed voor die IGO. Oké, nou dan niet. Ik mis FD. Of DF, EF, EF, JF. Die mis ik al heel lang. Is die op vakantie? Misschien, ja. Oké, mensen, even opnieuw uitroepteken Ron Paul intypen. Nog een keer. Ook jij, Garfield. Dit is ook corruptie, hoor, dit. Anders had hij al, als het mijn vriendin was geweest, dan had hij al lang gedraaid.
Anders krijg je van mij geen wijn. Risico. Je kunt ook met een dobbelsteen gooien, zegt Flappergast. Maar ja, dan geloof ik weer niet dat het geen verzwaarde Daar filters er ook bij, kijk eens even aan. Ziek idee. Als dit niet wint. Nou, dan ga ik even aan het rad draaien. En laatste kans. Hatsie platsie. Uitroepteken en dan gaat hij in één keer... Ik had ze al verdubbeld toch, Johan? De vorige keer had ik dat toch al gedaan? Oh, weet ik niet meer, joh. Ik ga er gewoon vanuit. Hoeveel is de prijs nou dan? Nog steeds 10 EFL's. Oh, ik ga de vorige keer had ik allemaal e-gulders overgemaakt. Oh, oké. Okay. Oh, ja, ja, ja. En, ik weet niet eens hoeveel je had overgemaakt, joh. Dat vingertje staat verkeerd. Geef ze maar aan Garfield. Zie je wat er gebeurt? Hè? Ik weet niet, wie heeft het gewonnen eigenlijk? Ik zag een roze iets. Geef ze maar een Garfield. Ik had gewonnen. Jij? Oh nee, maar als jij wint, dan krijgt iedereen wat, toch? Of niet? Ja, maar heb ik de vorige keer niet naar jou zoveel 100 e-gulders overgemaakt? Ja, dat is kunnen. Je had het zoveel gemaakt, maar ik weet het niet. Dat zei je dat niet gezien. Ik wil er vanaf zijn dat ik nou in mijn zomervakantie alsnog allemaal administratieve handelingen moet verrichten. Dus. Nee, ja, je had iets overgemaakt, dat weet ik wel, ja. Maar goed, maakt niet uit, hoor. Heel lekker wat e-gulders uit, Johan. Iedereen 20 e-gulders. Maar wie had er wat gekregen dan? Ik zou wel naar jonge Pier was het toch, hè? Ja, maar je zei zelf, je had al wat overgemaakt, toch? Ja, ik zal even kijken. Het staat allemaal in de geschiedenis. Ja, volgens mij had je iets overgemaakt. Volgens mij had ik de vorige keer... Ik vind het alleen jammer dat degene die zo lief in de YouTube-chat heeft gereageerd, dat die helemaal niet meegedaan heeft. Maar het is wel zo dat de luisteraars, die men weet wel dat dit programma heel vaak eruit flikkert. Dit zijn wel echte luisteraars. Je komt er namelijk niet meer weg om aan het begin van de uitzending Ron Paul in te typen. En dan volgens te denken, nou, dat is wel goed zo. Want daarna flikker je er nog 3 keer uit en dan moet je het opnieuw intypen. Nee, 2 keer maar. Hè? De derde. Dit was de derde keer. Ik weet het zelf ook niet meer. Dit zijn wel hardcore luisteraars. Het is zo mooi. Ja, Mark, ik ben toch blij dat we nog even gesoundcheckt hebben. Want anders was het allemaal veel erger geweest. Dankjewel dat jullie gesoundcheckt hebben. Gewoon... Ja, ik heb, wanneer was het? Woensdag heb ik nog een horror uitzending meegemaakt. Ja, ik zat in het restaurant en ik keek ernaar en ik dacht, nou, ik ben blij dat ik naar het restaurant gegaan ben. Ja, ja goed, met zo'n controlled IVD opposition. Het wordt te heet, het wordt te heet. Onze woorden moeten gewoon... onderbroken worden en moeilijk en Nou jongens, jullie hebben nog 2 minuten om wat te zeggen tegen mij en dan zijn we nou klaar of is er nee, maar nog één berichtje, we gaan even naar Argentinië. Schiet nou eens op man, doe eens wat jongen. Ja, Argentinië, daar is een of andere gast heeft iets gewonnen en volgens mij is het een libertariër. Ja, hij verloot zijn salaris, nee hij geeft wel weg. Ja. Hij verloot zijn salaris. Het zou de volgende president van Argentinië kunnen zijn. Ja. Javier Milei. Hij ziet er ook een Don't Thread on Me vlog achter hem. Dat is, oh, wow. Dat is een... domestic terrorist. Home terrorist. Domestic terrorist in Amerika. Okay, volgens de FBI, En maar dan worden we op onze wenken bediend. Want Johan zei van... Hebben jullie trouwens... Hebben jullie die hering gehoord tussen... hoe heet die vent uit Texas en de FBI-director? Nee. Ja, dat was ook deze week. En daar werd dus dit verhaal over die vlaggen... en die symbolen die dan... domestic terrorism zouden zijn... En een van die symbolen die staat op een van de kentekenplaten van een van de staten. Een andere van die symbolen die werd gebruikt bij de inauguratie van Biden. Een andere van die symbolen die had die... Ja, hoe heet die vent nou uit Texas, joh, die senator? In een rolstoel? Nee. Of Ted Cruz? Die cowboy. Ted Cruz.
Ja, nee, ja, is dat niet van Florida? Het zijn symbolen, dus... Nee, het is heel veel interessant. Oh ja, nee, Ted Cruz. Er is zelfs een album van Metallica met zo'n slang erop. En die had dan... album, maar als je het tegen het licht houdt, zie je ook die slang erop. Van de, dat is ook een nummer van Metallica, Don't Tread on Me. Die ja, Ted maar dat is ook de Black album, maar als je die tegen het licht houdt, zie je die slang erop. Moet je maar even doen, de Black album. Die heeft dus laarzen. Ja. En een van die symbolen die door de FBI voor domestic terrorists werd aangemeld, dat was, die stonden op de laarzen van Ted Cruz. En die ging dus in die hering met die FBI, zei hij van, vinden jullie het nou niet gek dat je dan Black Lives Matter en Antifa niet op diezelfde lijst hebt gezet? Nee. Wat is dat nou precies voor een political bias die jullie hebben? Nee, er is geen sprake van political bias. En ik weet ook niet precies hoe dat het nou gekozen is. En, ja, echt. De FBI ging daar een beetje nat, of hoe zeg je dat? Viel een beetje door de mand. Ja, maar ik bedoel, wanneer komen ze nou eens een keertje naar buiten met die mensen die bij klant waren bij Epstein? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, of de laptop van Biden. Ja, laptop van Biden. Dus ja, schrijf ik tegenwoordig niet... onder elk kulbericht, schrijf ik... de laptop van Biden. Ja, nee, maar dan komt er weer zo'n telegraaf en dan... Dan is er weer iemand die van zijn vriend af of zo. En dan een flauwekul bericht. Dat is het enige nieuws wat ze nog mogen brengen. Die heeft een relatie met die en die, nou... André Hazes, nuk. Ja, whatever. En de meeste ook via Peter, want die reageert er dan altijd op een of andere manier. Dan komt het bij mij, hè? Dan komt het bij mij. En dan denk ik, nou, dan schrijf ik gewoon... Hunter Biden schrijf ik 8 keer op en dan kopieer ik het nog een paar keer. En dan staat er gewoon een heel lang stuk Hunter Biden's laptop. Hunter Biden laptop. En dan... gewoon, ja. Ook de manier. Zo probeer ik het dan wat te treiteren. Of vooral als het een keer over Trump gaat. Die is dan weer, ja, dat is vaak het grootste flauwekul. Plasseks, of weet ik veel. Wat had hij allemaal? Is wel goed voor het klimaat, hè? Want dat scheelt dubbel. Als je het in de douche doet. Ja, inderdaad. Daar hou je veel CO2 recht over. Ja, die GroenLinksers die pissen dan onder de douche. Maar Trump die laat gewoon 2 mensen tegelijk over hem heen pissen. Ja, dan, Ze zeggen, waar ruik jij toch? Ja, ik heb zo'n nieuwe lotion en dat is goed voor het klimaat. Maar jongens, gaan we nog even een café hebben? Oh ja, ik weet niet wat ik erover moet zeggen, joh. Ja, ik heb wel ik heb al misschien... eerder gehoord dat daar in Brazilië en Argentinië dat er wat broeit. Dat, maar ja, vooralsnog is het misschien een beetje te grote hoop dat die ook echt kunnen winnen. Wanneer zijn de verkiezingen eigenlijk? Het is trouwens voor mij al een oud bericht, hoor. Oh. Het is volgens mij al van... April 18, 2022. Oh, ja, april. Jullie weten wel wat je moet doen als je echt verandering wil in de wereld, hè? Ja, egels kopen. Kijk, ja, we weten het, Josje. Ja. Ik zit nou toch in de overtime, dus... Kun je goed, ik zou nog wel willen meemaken dat er een libertarisch land komt. En dan is dat een optie om naartoe te gaan natuurlijk. Argentinië, waarom niet? Ja, het zijn natuurlijk ook daar wel landen waar ze al heel vaak... inflatie, hyperinflatie gehad hebben. Al hun geld verloren zijn en... Maar het rare weet ik nog, toen ik in Argentinië was, een paar jaar geleden, dat ze dan, dan zou je verwachten dat heel veel goud gebruikt wordt of zo, of ook wel goud te koop is of zo. Maar dat was ook niet zo. Mensen gaan gewoon weer verder. Oké, nou we hebben een nieuwe munt met 3 nullen er vanaf. Nou, dan moeten we die maar weer gebruiken. Dat vind ik altijd wel wonderenswaardig. Op zich is het wel redelijk duidelijk hoe het werkt op een gegeven moment. Heb jij die... Oh. Wat? Nee, ja, ik zit te denken, wat is ook alweer die reward, of hoe schrijf je ook alweer die commando's aan die Bitcoin bot? Oh, is geen idee. Nee, dat maakt niet uit, Ik ben nooit in verdiept. Ja. Ja, ik zou weer een nieuw Chili willen, maar ja. Hier zegt weer, Milai accurately... articulates people's anger better than anyone else, said Lucas Romero, the director of consulting firm Synopsys.
his verbiage against the political leadership helps him build support grounded on poor economic results over the past decade. The ideology of state-centric economy that has been so dominant in Argentina for over two decades is finally crumbling. Het zou kunnen zijn, hè? Je weet nooit waar hij als eerste post valt, maar ik verwacht wel dat dat is waar het een enorm zootje is geweest. Dat je de mensen het idee hebben van, nou, laten we dat eens proberen, want we hebben niks te verliezen. Oké. Ik heb nog even een filmpje gedeeld, jongens. Ik maak nog even reclame voor mezelf. Oké. Vanaf 1 september heb ik weer nieuwe uitzendingen. 9,11 miljoen per dag ga ik weggeven. Mm-hmm. Omdat we naar de 9-11 special toe werken. Ik heb weer een filmpje. Ik heb hem vorige keer ook al gedeeld, dus ik deel hem gewoon nog een keer. Ja. Oh, je bent weer uit beeld, zie je. Nou jongens, we zitten er doorheen opnieuw. Ja. Vrienden. Ik wil jullie bedanken. Middernacht. Hey. Veel de iTunes. Ja, inderdaad. Goed, ik wil iedereen hartelijk danken. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Ik zou zeggen... Dag vriendjes en vriendinnetjes. Ja, en dag vriendjes. Dat was het dan alweer. Dat was het inderdaad dan wel weer. Ik ga morgen lekker fietsen. En waar de fuck heb ik die eindje? Oh, wacht even. Volgens mij de F12 knop, die moet het gewoon doen. Even kijken hoor, dan hebben we F12. Ja. De oude zien we hier. Iedereen heeft Eagles gewonnen. Nou, Garfield zegt dat zij gewonnen heeft. Ja, volgens het systeem had ik gewonnen en volgens jouw vinger had Garfield gewonnen.